Goedemiddag allemaal. Welkom mensen op de publieke tribune. Welkom ook aan de mensen thuis, aan onze gasten, aan de aanwezige Kamerleden. Er volgen nog meer Kamerleden. Hopelijk hebben er 6 of 7 zich aangemeld, dus ik verwacht wel dat er nog een aantal gaan komen. Aan de orde is de verduurzaming, het rondtafelgesprek verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede. Een flink programma, flink wat insprekers. Kan ook niet anders bij een belangrijk thema als dit. We hebben 4 blokken. We hebben gepland tot 19:30. Dus laten we ook goed kijken naar de tijd. Dus ik vraag aan de insprekers om hun position paper nog even kort nader toe te lichten. En met de Kamerleden spreek ik af dat in eerste instantie ruimte is voor 2 vragen. Maar ik zal er niet te stringent op zijn, wat geen uitnodiging is om heel veel vragen te stellen. Allereerst even de Kamerleden voorstellen. De heer Thijssen namens de Partij van de Arbeid. Mevrouw Beckerman namens de Socialistische Partij. Mevrouw Van der Plas namens de Boer-Burgerbeweging. En de heer Peter de Groot namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ik ben Faisal Boulakhiar namens de Democraten 66 en vandaag uw voorzitter. Ik geef allereerst het woord. Ik zal jullie nog de gasten nog introduceren. De heer Delstra namens de Robin Hood Renters, help als ik het goed zeg. De heer Van Perlo namens de Woonbond. En mevrouw De Jong namens het ILT, wat staat voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Het woord is aan de heer Delstra. Nou, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de uitnodiging dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Ik denk dat ik namens veel van de huurders spreek als ik mijn zorgen uit over de betaalbaarheid en ook de beschikbaarheid van onze woningvoorraad. Gisteren heb ik nog met succes een studio van 16 vierkante meter in huurprijs verlaagd. De woning was ongeveer de grootte van een postzegel, geen WRZ en energielabel G. Helaas is het geluk van zulke lage huurprijzen niet voor de meeste huurders weggelegd. Woningen tussen de 20, 40 vierkante meter vallen toch vaak wel in een bijna onbetaalbare categorie. 40 vierkante meter en een B-label, dan heb je al een vrije sectorwoning te pakken. Dus ja, het energielabel speelt hierin een belangrijke rol. En ook voor verhuurder Nederland is dit wel een prikkel om te willen verduurzamen. Als we het over de studio van die 16 vierkante meter hebben uit mijn voorbeeld. Als je die gronden gaat verduurzamen, je plakt er een energielabel A++++ op. Dan kun je de huurprijs van €316 kun je naar €702 verhogen. Dus dat duidt eigenlijk wel op een grote beïnvloedbaarheid van dit label. En daarbij moeten we ook niet vergeten dat we ook al punten geven voor een verwarmd vertrek. Dus op het moment dat een woning bijvoorbeeld 8 kamers heeft en die allemaal verwarmd zijn, geef je daar ook nog 16 punten voor. Dus het punt wat ik wil maken is dat er een enorme invloed van technische installaties en ook van isolatie is van de woning op huurprijs en al. Het vaak is het een verdubbeling van de huurprijs niet direct ook een verbetering van de positie van de huurder. Dus de energielasten nemen wellicht af, maar de woonlasten, zoals in dit voorbeeld van net, ja, die nemen gewoon fors toe. €400 weegt niet op tegen de energielasten en die huurder had bijvoorbeeld ook maar een voorschot van 80 in de maand. Dus ja, ik zie het belang van de energielabel steeds verder stijgen. En ik hoop ook dat, ondanks de val van het kabinet natuurlijk, dat de huurprijsliberalisatie, dat die wel verder verhoogd gaat worden uiteindelijk. Dus ja, het is wel hard nodig om te verduurzamen. Onze ecologische voetafdruk moeten we natuurlijk verkleinen. En ook de afhankelijkheid van landen zoals Rusland moet wel minder worden. De vraag is wel hoe we die verduurzaming vorm moeten geven. En wat ons betreft moet dat in ieder geval op een eerlijke en transparante manier gebeuren. De verduurzamingsladder beklimmen gaat nu heel erg makkelijk. Ook de Woonbond uitte daar al wel wat zorgen over. Over grote labelsprongen. En dat gaat dan met name om kleine woningen die geringe verliesoppervlakte hebben en vrij compact ingesloten zijn. Ik heb u vandaag 3 labels meegenomen voor degene die ze zou willen bekijken. Het gaat om 3 woningen die geen gevelisolatie hebben, waardoor hun compactheid en verliesoppervlakte wel energielabel C halen, wat toch wel redelijk acceptabel is. Dus die leg ik eventueel hier neer.
Dank. Ik vraag de bode om de papieren even uit te delen. Dank u wel. Voor een leek is dit toch onafvolgbaar. Hoe kan een energielabel zoveel verbeteren door alleen de methodiek, als er tochtklachten zijn, de huurder hoge woonlasten ervaart en ook dat het voorgaande label bijvoorbeeld energielabel F of G was. Dus dat is wel inderdaad een beetje gek. Het is, die labels die zorgen natuurlijk ook voor meer punten voor de woningwaardering. Dus de verhuurder mag een hogere huurprijs vragen. En als je van 1 of 0 punten naar 15 gaat, is dat wel een hele vooruitgang. We hebben net met 10% geïndexeerd. We hebben hoge WOZ-waardes. Dus veel van ons woningaanbod verschuift langzamerhand naar de vrije sector. Het is leuk en aardig dat we de energielabels nu op basis van het werkelijke energieverbruik baseren. Ik denk wel dat het een methode is zoals het hoort. Echter leert de ervaring wel dat we heel veel blokaansluitingen hebben die allemaal onbemeterd zijn. En dat je dan alsnog gaat berekenen op basis van de vierkante meters, dus de woninggrootte die je hebt, wat jouw aandeel in de energiekosten is. En het is vaak zo dat er wel labelverschillen tussen woningen zitten. Dus is een woning bijvoorbeeld redelijk ingesloten en een woning aan het dak zonder isolatie. Verschil in label, maar toch dezelfde energielasten. Maar de een heeft een hogere huurprijs. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsruimtes die aangesloten zitten op jouw meter. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een cafetaria waar een woning boven zit. Als er geen tussenmeter geplaatst is, dan kan ik jullie verzekeren dat de energielasten voor de bovenwoning in ieder geval op het gebied van elektra heel hoog zullen liggen. Zelf huur ik een woning binnen een klein wooncomplex in Groningen. Allemaal vrije sectorwoningen. Ik streef een beetje naar een nulverbruik van gas. Alleen mijn buren zijn expats en die komen uit warme gebieden zoals Mexico, Egypte en Qatar. Kunnen zij niks aan doen, maar ze houden er iets andere leefgewoontes op na. En mijn energierekening loopt ook behoorlijk op. Dus ja, dat is een zorg die ik ook uitspreek. En dit soort dingen zien we steeds vaker. Dus wat mij betreft zou het belang van individuele bemetering echt tot zijn uiting moeten komen, ook in de methodiek van de labels of in ieder geval in de woningwaardering. Zodat mensen niet hoge energielasten houden en een hoge huurprijs. Maar dat er wel een bepaalde balans in te vinden is. Daarnaast is de betrouwbaarheid van het energielabel niet altijd gegarandeerd. Los van de mogelijke goede intenties van de 4 certificaathouders die we hebben, SKG, ICOP, EPG, Kiva en DECRA, is de controle gewoon echt zwaar onder de maat. Ook voor het nieuwe energielabel wordt er fout op fout gemaakt. We rekenen nu met de verliesoppervlaktes van woningen. En die verliesoppervlaktes die worden bij een aantal woningen ook gewoon structureel vergeten. Of het bewuste fouten zijn, weet ik niet. Maar dat is de manier hoe ze het nu spelen. De oudere labels, dat gaat heel vaak fout bij transformatiecomplexen. Scholen, kantoorpanden worden omgebouwd. En vervolgens wordt het verbouwjaar als kwaliteit voor de isolatie aangehouden. Dus als je verbouwt in 2016 zonder te isoleren, krijg je een woning met bouwjaarklasse 2016, dus een A-label. En dat is gewoon gek. Mag ik u vragen om tot een afhandeling te komen? Of lukt dat? Ik kan er wel versneld even doorheen, denk ik. Ja. En verder, voor de adviseur die zich iets beter indekt, gebruikt hij de isolatiefacturen van optoppingen of van uitbouwen om te zorgen dat het dossier toch kloppend is. Maar dan klopt het feitelijk niet. Om tot een afronding te komen heb ik nog een drietal aanbevelingen die ik graag zou willen doen. Het inzagerecht voor huurders is een groot goed. Ik ben blij dat er eindelijk doorheen is. Huurders het label kunnen zien. Wel schiet het label nog heel erg tekort aan leesbaarheid. De labels die zojuist zijn rondgebracht, daar staan bijvoorbeeld RC-waardes, U-waardes op. Maar die zeggen een huurder natuurlijk helemaal niks. Ik heb hier een lijstje. Dat is bijna Chinees, wat erop staat. Ik heb er ook veel moeite mee om het te begrijpen wat er op het label staat. Maar wat de RC en U-waardes precies zeggen, dat
Dat weet eigenlijk alleen een deskundige. Dus ik zou ook aanraden om zeker te kijken naar de leesbaarheid. En als ik zeg dat mijn woning alleen maar ruiten met U-waarde 1,8 heeft, dan denk ik dat niemand weet waar het over gaat. Maar goed, dat is bij de deskundige wel bekend. En die kan gewoon inderdaad aangeven waar het precies om gaat. Verder, bij het opsporen van fraude wordt er al een toezichthouder aangewezen, begreep ik. Ik zou ook in dat geval aanraden om alle bevoegdheden, dus de ILT ook. Heb je nog de Rijksdienst Ondernemend Nederland met de registers. Heb je InstallQ nog, om dat allemaal op één centrale plek samen te brengen, zodat er een goede helikopterview van de mogelijke problematiek is. En ook denk ik dat we nog een gat moeten dichten door een beslissing van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat energielabels na aanvang van de huurperiode meegenomen mogen worden in de aanvangshuur. En daar maak ik een beetje zorgen om. Dus op het moment dat label inderdaad naderhand opgesteld wordt, wordt het in één keer toegepast. Terwijl het feitelijk, als je kijkt naar de 10-jarige geldigheidstermijn, dat het label gewoon niet geldig is. Dus dat is wederom krom en niet uit te leggen aan de consument. Dank u wel, meneer Delfstra. U mag uw microfoon uitzetten. Dan is het woord aan de heer Van Perlo van de Woonbond. Dank u wel, ook voor de uitnodiging. Belangrijk thema, ook voor huurders in Nederland. Mijn buurman zei het al. Veel huurders maken zich inderdaad grote zorgen over de kwaliteit van het energielabel. Daar hebben wij bij de Woonbond veel meldingen over. In de trein hier naartoe inderdaad al een label A met hetzelfde type verhaal als wat jij hier aangeeft. Het belang is groot van het goed energielabel. Het heeft een grote waarde in het WBS. Het heeft ook een grote waarde in de besluitvorming bij corporaties over welke woningen als eerst aan de beurt komen om te worden verduurzaamd. Daar zien we ook veel zorgen uit voortkomen. Dus niet alleen de huurprijs, maar ook de mate waarin je wel of niet kans maakt op een woningverbetering. Laat ik het maar zo formuleren. Gelijktijdig zien we dat het energielabel door de wijziging die is doorgevoerd inderdaad bij herlabeling vaak tot grote sprongen leidt. Dat is eigenlijk een van de grootste zorgen die we de laatste tijd toch zien. Die sprongen zijn ook naar beneden, voor alle duidelijkheid. Die hebben we ook gezien. Bij hele kleine woningen krijg je inderdaad wel degelijk een sprong naar beneden, naar een lager energielabel. Daar is overigens in het WBS gek genoeg dan weer een compensatie voor ingebracht. Terwijl voor de sprong naar boven er nooit geen compensatie is geweest. Dat is een opvallende verandering al. Maar eigenlijk komt het uit voort dat die keuze om dat zo te doen betekent dat je een aantal 25% van de woningen een sprong naar boven gaat maken. Bijna alle huurders, 25% van de huurders in Nederland, zullen dat op de termijn gaan ervaren en zullen twijfel hebben, als die woning niet is verbeterd, over de kwaliteit van het energielabel. Daarmee ondergraaf je eigenlijk al het gevoel van betrouwbaarheid aan dat energielabel. In mijn stuk tekst heb ik aangegeven hoe het voor de Woonbond van belang is om te gaan nadenken over hoe je nou dat energielabel eikt. Waar je nou groepen klasseringen maakt. Hè? Wat is een G-label? Wat is een F-label? Wat is een E-label? In de corporatiesector zien we dat we amper nog E, F en G-labels hebben. En dat is een bekend gegeven dat die aandelen daar zo klein aan het worden zijn. Dat is ook omdat ze veel hebben gedaan. Maar het is ook een beetje omdat het energielabel, woningen zijn verbeterd in de loop van de jaren. En op een gegeven moment zullen alle energielabels inderdaad label A, B of C hebben. En wat zegt het energielabel dan nog? Het is dus ook logisch, zoals we dat ook met koelkasten en andere elektrische apparaten doen, om eens in de zoveel tijd een herijking door te voeren en die labels opnieuw vast te stellen in fatsoenlijke categorieën. De Europese Commissie heeft een vergelijkbaar voorstel gedaan om 15% van de G-labels ook, of 15% van de woningvoorraad een G-label te geven. Dat is een vrij rigoureus voorstel. Maar goed, het is in ieder geval wel helder dat je daarmee aangeeft dat dat je opnieuw klasseert waar woningen staan. Op dit moment zou je zelfs kunnen suggereren dat een label A-woning een goede woning is, maar we weten nu al dat een label A-woning geen toekomstklare woning is. Dat moet een label A-plus zijn, of een A++ zelfs, wil je inderdaad de standaard gaan halen. Daar zit dus een disconnect in tussen het label wat je geeft en de kwaliteit die de woning eigenlijk zou moeten hebben volgens de ideeën die we nu hebben over de toekomst met de woningvoorraad. Nou, dat is eigenlijk de porté van ons verhaal ook. Denk na over, of als Kamer, ga nou ook met het kabinet in gesprek en geef aan dat die energielabels een betere relatie moeten krijgen met de
voorraad die we hebben. Zodat je niet alleen maar A, B en C labels op een gegeven moment hebt. En natuurlijk A+, en A++, en A++++, en nog een keertje 4 plussen geloof ik. Dus het gaat, dat maakt het beeld slecht. En past ook wat ons betreft vertrouwen aan. Zo tevens leiden dat ook bij herlabeling niet altijd alle woningen weer naar boven gaan, maar ook eens een keertje een stap terug kunnen zetten. Dat doet minder pijn, kan ik u verzekeren, bij huurders in het algemeen. Dus daar moet je over nadenken. Daarnaast hebben we inderdaad meerdere signalen gezien bij radarprogramma's hebben we gezien. We hebben het programma van de monitor gezien, geloof ik. En natuurlijk de onderzoeken van de sector zelf, waaruit ook blijkt dat de nieuwe energielabels nog steeds veel fouten bevatten. Het belang van het energielabel is groot. De mogelijkheden om voor huurders om ook echt de fouten in dat energielabel aan te kaarten en dat te laten leiden tot een aanpassing van het energielabel zijn niet aanwezig. Je kunt wel bij de huurcommissie een nieuw eigen oordeel krijgen, maar daarmee verandert het energielabel nog nooit. Dus je zou eigenlijk moeten komen tot een stelsel waarin je ook energielabels in een klachtensysteem kunt aankaarten en kunt leiden tot een aanpassing van het label als blijkt dat de ingevoerde cijfers niet kloppen. Dat is op dit moment alleen mogelijk voor eigenaar-bewoners. Die hebben nog een vage route naar de certificerende instelling toe. Maar je zou dat eigenlijk beter toegankelijk willen hebben. Daarmee kun je de betrouwbaarheid en het vertrouwen in dat energielabel ook weer verder gaan vergroten. Gezien het belang is het noodzakelijk dat die betrouwbaarheid en herkenbaarheid ook van het label versterkt wordt. Dat is eigenlijk de portée van mijn verhaal. Ik denk dat ik het voor nu hierbij laat, want ik merk wel of er vragen komen. Dank u wel, de heer Van Perlo. Ook uw microfoon mag even uitgezet worden. Excuus. En dan is het woord aan mevrouw de Jong. Ja, dank u voorzitter en dank u commissie voor de uitnodiging. Ik wil even meenemen naar de ILT en onze rol in dit spel toelichten. En de ILT is de toezichthouder die zich dagelijks inzet voor een betere duurzame leefomgeving, onder andere. Wij zijn als toezichthouder onafhankelijk bezig met het optreden daar waar de meeste schade aan de samenleving plaatsvindt. Daar werken wij aan. En we geven signalen af als we vinden dat dat nodig is. De rol van de ILT rond het energielabel, die is gebaseerd op de EU-richtlijnen en de woningwet. Daar is uiteindelijk het besluit energieprestatie gebouwen op gebaseerd. En daarin zijn de verplichtingen over de energieprestatiecertificaten vastgelegd. En de minister van BZK die is verantwoordelijk voor de uitvoering van die Europese richtlijn. En de ambtenaren van de ILT zijn dan belast met het toezicht op de naleving van die richtlijn. Nou, wat in die weg, dus in dat besluit vast ligt, zijn de verplichtingen die gaan over of een gebouw een geldig energielabel heeft of niet. Dus de verplichtingen die over die energieprestatiecertificaten gaan. Dan is er nog een regeling en die gaat over de kwaliteitseisen. En daar ziet de ILT niet op. Dus wij kijken alleen of er een label is eigenlijk bij ieder gebouw. Dat hebben we de laatste jaren zo ingevuld dat we voor koopwoningen actief toezicht hebben gehouden. Dus we hebben bestuurlijke boetes uitgeschreven voor diegenen die niet bij de verkoop van een woning het label konden overleggen. En we zijn daarnaast hebben we reactief toezicht gehouden. Dat betekent als iemand zich meldt met een afwijking bij ons, dan gaan we kijken wat is er aan de hand. En zo nodig is er dan handhaving. Nou, in de praktijk is dat meestal een waarschuwing. Of het is maar zelden dat we dan echt een sanctie opleggen. Nou, omdat de energieopgave natuurlijk prominent in beeld is nu, hebben wij afgelopen januari een nieuwe handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets uitgevoerd op diezelfde weg met de nieuwe context in, op de achtergrond. En dat betekent dat wij op dit moment verder uitwerken
activiteiten die we gaan ondernemen onderzocht hebben. Wat moeten we nou verder doen op basis van de nieuwe risico's? Dus de actieve inzet wordt uitgebreid. We gaan op meerdere terreinen actief worden. Hoe dat precies uitpakt, dat is eigenlijk, staat nog in de kinderschoenen op dit moment. Kortom, wij hebben dus niet als taak om te controleren of de juiste letter op het certificaat staat. Maar wij hebben als taak om nu om te kijken of er wel of niet een certificaat is. Wat ik verder nog even wilde melden is dat we afgelopen 9 augustus bekend hebben gemaakt, ook in de media, dat bij ons bij de ILT-opsporingsdienst een fraudezaak omtrent energielabels in behandeling is. Daar kan ik verder weinig over vertellen, maar dat is wel aardig om even te melden. Dank u wel, mevrouw De Jong. We zijn benieuwd naar deze cliffhanger. Ja. En inmiddels komt de heer... ik mag geen broeder Gimwis meer zeggen. Maar hij komt binnen stiefelen van de ChristenUnie. Er is ruimte, ook van meneer Gimwis, er is ruimte aan de eerste sprekers van het blok voor 2 vragen. En ik begin aan mijn linkerzijde bij de heer Joris Thijssen. Ja, dan begint mijn vraag. Allereerst dank voor uw komst. Superbelangrijk dat we dit beter in de vingers krijgen en dat we die huizen goed isoleren. Zodat je er warm bij zit. Energierekening naar beneden gaat, maar ook dat die CO2 naar beneden gaat. Dus het is heel goed dat we deze ronde tafel hebben. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een vraag aan de Woonbond. En dat gaat over, u geeft in uw position paper aan dat er een toezichthouder zou moeten zijn waar huurders zich dan kunnen melden en kunnen zeggen, volgens mij is het niet in de haak met mijn label. Welke toezicht, wie zou dat dan moeten zijn volgens de Woonbond? Mag ik heel even nog even inbreken? Ik kijk ook even de camera. Wat vinden jullie fijn? Dat we eerst de vragen verzamelen of per spreker dat gaan doen? Ja? Oké, is goed. Dan doen we het op die manier. De heer Van Perlo. Goeie vraag. Ik heb geen direct antwoord op welke toezichthouder dat zou moeten zijn. Een onafhankelijk in ieder geval. Want het is nu zo dat het toezicht in principe sector intern georganiseerd is. De certificeerde instellingen doen inderdaad wel steekproeven. En daaruit blijkt, er komen ook die sectorrapportage uit voort, waaruit wel degelijk blijkt dat er fouten worden gemaakt. Vooralsnog lijkt het beeld vooral fouten te zijn. Maar het zijn misschien al te veel fouten en fouten van groot belang voor sommige huurders. Vandaar dat die wens ook bestaat om die fouten wel aanpasbaar te krijgen als duidelijk is dat er fouten zijn. Ik heb geen antwoord op de vraag wie dan de controlerende instelling moet zijn. Maar onafhankelijk zou die wel moeten zijn wat ons betreft. Dank u wel. En uw tweede vraag? Nou ja, dan heb ik een vraag van mevrouw De Jong van het ILT. Kan u dat dan zijn? Is het er een logica? Nou, ik vind het idee namelijk wel heel goed. Ik bedoel, je ziet dat met een paar labelsprongen wat er kan gebeuren met die huurprijs, dat is natuurlijk enorm, dus dat moet kloppen. En ik denk dat het heel logisch is wat de Woonbond voorstelt, van nou, dan wil ik wel aankloppen. Als ik denk dat het niet klopt, dat ik aan kan kloppen, bijvoorbeeld bij het ILT, van kunt u dit even checken? Mevrouw De Jong. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. Dat het heeft te maken met wat wij vaker zien bij publiek-private stelsels. We zien hier de privaatstelsel eigenlijk, waar geen publiek toezichthouder zich bemoeit met de kwaliteit van de labels. En dat zien wij als een, zien dat als een belangrijke taak voor een onafhankelijke toezichthouder, dat die publieke waarde wel, dat daar goed op toegezien wordt. Is dat de ILT? Het zou de ILT kunnen zijn. Maar het is ook zo dat bij de ILT op dit moment, ja, wij zouden ook die taak dan op moeten bouwen. Dus het kan ook een andere onafhankelijke toezichthouder zijn. Helder. Dank u wel, mevrouw De Jong. Dan gaan we naar mevrouw Beckerman voor haar vragen. Ja, voorzitter. Dank aan allen natuurlijk. Mijn vraag allereerst is voor de heer Delfstra. In april zijn er 3 moties aangenomen van de heer De Groot en mijzelf om de hele energielabel te verbeteren. Maar dat was eigenlijk nooit zo ver gekomen als u niet al dat werk had gedaan. En daarmee zeg ik niet dat met die 3 moties het is opgelost, want dat is zeker niet het geval. Maar ik denk wel dat u eigenlijk eigenhandig of eigenstandig hebt aangetoond welke fouten er zijn. En natuurlijk hebben anderen dat ook gedaan, maar u heeft wel behoorlijk wat aan het licht gebracht. Dus ik wil u eigenlijk
enorme complimenten maken. Maar met die drie moties zijn we er niet. Dus ik wilde eigenlijk aan u vragen. Het belangrijkste is. Dat huidige controlesysteem functioneert niet, concludeert u in de paper. Ik geloof niet dat er helemaal was toegekomen aan dat einde. Maar ik zou wel graag van u willen weten, hoe zou u nou het liefst willen dat dit wordt uitgevoerd? Dus de moties die gelukkig zijn aangenomen. Dank u wel. Meneer Delstra. Dat is eigenlijk een herhaling van de vraag van de heer Thijssen. Hoe ik het inderdaad zou zien. Ja, er is nu gewoon een systeem met meerdere partijen, waaronder het ILT, die allemaal een bepaalde taak uitoefenen. En wat de certificerende instellingen met z'n vieren doen, is eigenlijk top-down alles controleren. Dus in het label, de consument betaalt een vaste prijs. En in dat label wordt steeds stukje bij beetje wordt opgedeeld wat naar de certificaathouder gaat, wat naar de certificerende instelling gaat. Dus ja, daar betaalt de consument in principe voor. Die kosten die worden heel erg laag gehouden. Er zit ook wel een beetje een kostendruk op dat het label betaalbaar moet blijven. En wat wij gewoon zien is dat er heel weinig controles plaatsvinden. Ik meen dat het 2% is. En dat beperkt zich dan alleen tot de dossiers. Mensen gaan niet echt langs om te kijken of er isolatie in de gevels zit. En daar gaat het heel veel fout. Dus er moet inderdaad gewoon eens toezichthouder komen met alle taken en bevoegdheden. En dat moet inderdaad publiekrechtelijk worden. En nu is het allemaal gewoon commercieel. Partijen concurreren ook. Ik denk ook niet dat dat gezond is voor de sector. En ze overleggen ook niet in geval van klachten. Dus waar een adviseur vertrekt, sluit hij bij een andere certificerende instelling weer aan. En ja, partijen filteren elkaars rotte appels helaas niet uit. Dank u wel. Microfoon mag weer uit. Mevrouw Beckham, u had nog een vraag? Nou ja, als u die mogelijkheid biedt, dan graag. Dan denk ik dat mijn tweede vraag. Want ik vind het ook wel lastig om een vraag te stellen aan mevrouw de Jong. Omdat dit zijn natuurlijk toch ook wel uitwerkingsvragen waar u niet heel veel over mag zeggen. Dus het is niet om u te negeren. Maar de heer Van Perlo, ik ben ook heel erg voor dat meer zeggenschap en meer inzicht is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Zeker ook voor huurders. Wat zou daar ook nog extra geregeld moeten worden? Want de oproep van de heer Delfstra is: maak het label leesbaarder ook en zorg dat de mogelijkheid er is. Maar dan moeten voor heel veel huurders betekent dat nog steeds niet automatisch dat het mogelijk is om stappen te zetten. Wat zou uw suggestie nog aanvullend zijn aan de Kamer? Meneer Van Perlo. Terecht, punt. Het energielabel zelf, de heer Delfstra zei het al, is niet zo heel goed leesbaar. Het is al beter dan alleen maar het letter krijgen, wat in het verleden het geval was voor huurders. Inmiddels hebben ze nu wel toegang, inderdaad, tot het energielabel. En het oude energielabel geeft een aantal kenmerken waar je nog wat op kunt controleren zelfstandig. Hè. Je kunt zien of er enkel glas zit of dubbelglas of H++. Dat ze je wellicht nog uit elkaar kunnen houden. Maar er zit ook nog een achterliggend rapport bij het energielabel. Het zou goed kunnen zijn als ook huurders, dat eigenaren kunnen dat rapport opvragen, theoretisch. Het is ook wel een beetje theoretisch, want het gebeurt nog maar weinig. Maar het rapport is wel beschikbaar. Als huurders dat rapport zouden kunnen opvragen, kunnen ze ook aan een deskundige die hun bijstaat vragen om dat te checken. Dus onvermijdelijk dat je enige deskundigheid, toegang daar moet hebben. Het energielabelstelsel zelf is complex. Het is wil je een goed label maken, dan zul je dat ook een deskundige op moeten zetten. Dat doe je niet zelfstandig, maar met een telefoon in je hand, om het zo maar te formuleren. Daar krijg je geen goede energielabels van. Dus in die zin is het goed dat die deskundigen daarbij betrokken moeten zijn. Maar die moeten dan ook wel, en als je wil laten controleren, moet je wel bij het rapport kunnen, zodat je ook de feitelijke achter alle opgevoerde gegevens kunt invoeren. Dat is nou weer een stap extra, hoor, om dat te vragen. Maar ik denk dat omdat die materialen in principe aanwezig zijn in het energielabelstelsel, dat dat ook een logische toegang zou moeten zijn. Dat je daar ook daarbij kan. Maar dan heb je nog steeds een deskundige nodig om dat echt te laten controleren. Ja. Dank u wel, meneer Van Perlo. Dan gaan we naar mevrouw Van der Plas, als zij behoefte heeft aan het stellen van vragen. Mevrouw Van der Plas. Ja, mijn eerste vraag is voor de heer Delfstra, maar misschien ook wel voor de heer Van Perlo. En we krijgen berichten binnen van mensen die zitten te wachten op een tegemoetkoming voor de energiekosten. Mensen die blokverwarming hebben, waarbij de verhuurder nog steeds niet aanvraagt.
En die mensen zitten toch een beetje met handen in het haar, want het moet via de verhuurder. Ze mogen het niet zelf aanvragen. Maar toch krijgen wij die vraag van hoe kan het, is er een manier waarop verhuurders dit wel zelf kunnen aanvragen? En krijgen jullie, herkennen jullie deze klachten? En wat is daar aan te doen? Dit gaat niet zozeer over het verduurzamen van woning, want daar moeten we het natuurlijk over hebben dat dat ook structureel moet. Maar dit heeft er in zekere zin wel mee te maken, want als je rood staat kun je niet groen doen. En als die mensen dus ook niet gecompenseerd worden voor de energierekening, kunnen ze ook niet maatregelen treffen om iets in hun huis te gaan doen. Dank u wel, mevrouw. Dus misschien zou u daar iets over kunnen zeggen. Mevrouw Van der Plas heeft een vraag gesteld ergens in het midden. Wie neemt het woord? Meneer Van Perlo? Ja? Vanuit de Woonbond hebben we aardig gelobbyd inderdaad om een goede tegemoetkomingsregeling te krijgen. We zijn wel blij dat er een regeling is. Die rammelt zoals die rammelen kan, zou ik maar zeggen. Maar het is beter dan niets. Dus daarmee zijn we blij. Maar u heeft gelijk, mevrouw Van der Plas. Het is, de aantal aanvragers lijken nog onder aardig fors achter te lopen op het aantal potentiële aanvragers. Dus er zijn vele huurders die waarschijnlijk niet geholpen kunnen worden met deze tegemoetkoming die uiteindelijk via de verhuurder loopt. Het bedrag komt nooit bij de huurder individueel direct op de rekening terecht, maar wordt gebruikt om de afrekening van dat jaar mee te verlagen. Dus op zich is die methode acceptabel. Maar de controle vanuit de huurders om te kijken of die aanvraag is gedaan, is heel moeizaam. Inmiddels is er een website, weten wij, wel toegankelijk. Een register is nu eindelijk openbaar. Het is zo'n beetje 5 september openbaar geworden. We hebben daar nog een persbericht over gestuurd. Omdat wij het inderdaad van belang vinden dat iedereen weet dat je ook kunt controleren of de aanvraag is gedaan. Maar goed, die is nog maar net open. Het zou goed zijn als de aanvraagperiode in ieder geval flink wordt verlengd. Zodat je bij wijze van tot het eind van het jaar. Zodat in ieder geval iedereen die nog achterloopt alsnog de kans krijgt die aanvraag te doen. Er blijft veel geld op deze manier liggen, is gereserveerd. En het komt terecht bij mensen die in de meeste gevallen echt ook de kwetsbare huishoudens zijn. De meeste mensen met bokverwarming zitten in, toch in, ja, met lage inkomens in het algemeen. Dank u wel, meneer Van Perlo. Als mevrouw Van der Plas geen volgvraag heeft, dan gaan we naar... toch wel, mevrouw Van der Plas. Ja, ja, tweede vraag ook goed. Ja, een tweede vraag gaat over de tegenstelling van ecologie en het verduurzamen van huizen. We lazen vanmorgen in de krant dat Vereniging Eigenhuizen in ieder geval stopt met het bemiddelen voor leden om subsidie te krijgen voor het isoleren van de woningen in de spouwmuurisolatie. Mm. Wat gaat betekenen dat heel veel huiseigenaren in ieder geval dit voorlopig niet zullen doen. Want ze moeten ook nog verplicht een onderzoek doen naar de aanwezigheid van de vleermuis. Dat onderzoek kost 5.000-6.000 euro. En ze moeten dan ook nog zorgen dat de vleermuis een andere locatie vindt. Dus ik maak me daar zelf wel een beetje zorgen over. Omdat dit natuurlijk de verduurzaming heel erg gaat tegenhouden. En ik was eigenlijk benieuwd, dit gaat dan over Vereniging Eigen Huis, maar ik was eigenlijk benieuwd of jullie dit ook zien bij verhuurders, woonhuizen of flats waar een woningbouwvereniging bijvoorbeeld verhuurt. En hoe jullie daar tegenaan kijken en wat jullie ons adviseren te doen. Want aan de ene kant willen we heel graag voor de dieren zorgen, maar we willen ook graag dat woningen verduurzaamd worden. Helder. Een beetje discrepantie hier. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan, meneer Van der Perlo is net geweest. Meneer Dalstra? Of laten we dit... de heer Klein van de Vereniging Eigenhuis zit hier ook, dus die kan daar in het volgende blok natuurlijk ook wat over zeggen. Zullen we dat zo doen? Ja? Oké, dan doen we dat op die manier. Dan gaan we naar de heer Peter de Groot. Dank, voorzitter. En dank ook voor de komst en de toelichting. Ik heb een vraag aan het verlengde ook van de vragen, denk ik, van mevrouw Bekker van de SP, omdat we natuurlijk die moties ingediend hebben. En dat we eigenlijk op zoek zijn in de toekomst naar hoe kunnen we eigenlijk dat energielabel verbeteren. En ik ben dus benieuwd hoe de heer Delfstra aankijkt tegen het feit dat we, want u gaf net zelf aan, hè, het is van bovenaf wordt het vastgesteld. Ik zeg het even heel kort, hè, van bovenaf wordt zo'n label dan vastgesteld. En ik ben heel erg bezoek, ook naar aanleiding van een aantal werkbezoeken, hè, van hoe zouden we het ook meer bottom-up kunnen doen, van onderaf. Als je ziet wat we tegenwoordig al met meten is weten kunnen in Nederland. Hè, je kunt bij wijze van spreken, weet je al, bij bijvoorbeeld een slimme energiemeter, weet je al hoeveel het energieverbruik van de wasmachine is. Je kunt bijna al zien als iemand zijn raam open heeft laten staan en de verwarming heeft staan loeien, dat kun je eigenlijk ook allemaal wel zien.
Dus hoe kunnen we nou zeg maar ook van beneden af met meer meten, zeg maar ook het daadwerkelijke prestatie, energieprestatie van de woning. Hoe kunnen we dat ook goed in betrekken bij het vaststellen van een energielabel, of eventueel ook de controle op de juistheid van een energielabel, en om daar dus ook fraude mee te kunnen aanpakken. Wat is uw visie daarop? Dank u wel, meneer De Groot. Meneer Delstra. Ja, dan zou ik toch inderdaad weer kijken naar wat de heer Van Perlo net zei over de energielabels, de leesbaarheid allereerst daarvan. En dan de tweede, dat er gewoon meer informatie op wordt vermeld. En dat dat ook duidelijk en leesbaar is voor een consument. Zodat dat label ook gecontroleerd kan worden. Maar het is ook heel belangrijk om huurders ook gewoon goed voor te lichten. Want we krijgen ook een heleboel meldingen van mogelijke labels die niet kloppen, die uiteindelijk wel blijken te kloppen. Dus ik denk ook dat we daarin een stukje tekort schieten. Dus leg uit inderdaad hoe iemand iets precies moet interpreteren, of iets goed of slecht is. Maar ook wat inderdaad de gegevens zijn die ingevoerd zijn. Dan kan de huurder inderdaad vanaf beneden controleren of de woningeigenaar zelf of de labels kloppen. Want wat wij ook wel vanuit de verhuursector dan horen, dus vanaf de andere kant, is dat ze heel vaak ook niet weten inderdaad hoe een adviseur tot een label komt. En dat ze in principe alleen gewoon een label afgegeven hebben. Zo van, die woning is A, dus dat is het. Maar dat is het niet, er zit veel meer achter. Alleen dat weet de woningeigenaar vaak ook niet. Dank u wel. Meneer De Peter, gewoon de volgvraag, of de tweede vraag. Ja, nou ja, misschien dan nog een vervolgvraag aan de heer Van Perlo hierover. Kijk, want wat je gewoon ziet is dat je kunt een label A of plus, hè, u heeft er zelf een betoog over gehouden. Hè, we moeten ook herijken. Je kunt een A++ hebben en vervolgens 2000 kuub gas verstoken. Ik bedoel, voor heel veel mensen is het bijna niet te bevatten. Gewoon thuis met de energierekening van, ja, wat is nou daadwerkelijk mijn verbruik en hoe zie ik het nou terug naar het label? Sommige mensen denken van, nou, ik heb hem, ik heb A gekregen, nou, ik ben blij. Ik ben gewoon op zoek naar van, hoe kunnen we in de toekomst ook meer gebruik gaan maken van het bewustzijn, de daadwerkelijke energierekening die mensen moeten betalen, hoe we uiteindelijk tot een geschikt en acceptabel label kunnen komen, wat mensen ook echt begrijpen. Waar ook wellicht een controlemechanisme vanuit die bemetering in zit. Misschien dat de ILT het wel kan gebruiken, ik weet het niet. Hè? Maar in ieder geval dat we meer vanuit die praktijk gaan kijken. Dank u wel, meneer Van Perlo. Ook weer een goede vraag. De vaststelling is volgens mij correct. Het energie, althans, meneer Wiesecht, stelt u dat vast. Het energielabel is niet per se een goede indicator voor het werkelijke energieverbruik in een woning. En dat is ook niet zo heel gek, want gedrag kan een heel grote factor zijn. Maar ook de oppervlakte van een woning maakt heel erg uit. En let ik of de woning in Zeeland staat of in Groningen. Hè. In Groningen zijn twee keer zoveel vorstdagen als in Zeeland op jaarbasis. Dat maakt erg uit voor de hoeveelheid energie die je verbruikt. Maar het maakt niet uit voor het label dat je krijgt. Het maakt dus ook niet uit voor de hoeveelheid huur die je betaalt. Dus die Groninger die betaalt evenveel huur voor op basis van dat energielabel als die Zeelander. Maar heeft een hogere energierekening met zekerheid. Dat betekent dat we eerlijk moeten zijn over wat het energielabel zegt. Het zegt iets over de kwaliteit van de woning zoals die is. Maar het zegt niks over de kwaliteit in termen van wat er aan materialen bij zit. Isolatielagen, kwaliteit van de installatie. Dat soort elementen zijn allemaal goed vermeld. Maar het is niet per se één op één gelijk aan een goede indicator van het energieverbruik. Daarom moet dat is ook één. Maak je een beetje daarvan bewust, ook als je dat energielabel belangrijk maakt in het WBS. Hè, dat loop je dus het risico dat die relatie slecht wordt. Dat je veel te veel huur vraagt eigenlijk voor wat de woonlastenbesparing door die energieverbetering gaat opleveren. Daar moet je bewust van zijn. En een van de methoden is onder andere bijvoorbeeld, maar dat is een praatje over aanpassing van het WBS, is het WBS bijvoorbeeld koppelen aan de netto warmtevraag. Of bijvoorbeeld de energielabel ook relateren aan de vierkante meters van de woning. Het maakt nogal uit of je een kleine woning moet verwarmen met een label A of een hele grote woning met een label A. In alle gevallen zijn die label A-woning die groot is, veel meer energievraag hebben dan die kleine. Dus dat soort effecten zitten er gewoon echt in. Dus ik denk dat daar best wel eens iets beter over nagedacht kan worden. Het is wel praktisch zo'n label om te gebruiken in het WBS. Maar er zit ook wel. Het is geen definitieve indicator van het energieverbruik. En communiceer dat ook helderder over, om zo te zeggen. Het is een goede methode, in zekere zin, om die kwaliteit te meten. Maar niet om het werkelijke energieverbruik vast te stellen. Dank u wel, meneer Van Perlo. Heeft de heer Grimmis behoefte aan één of twee vragen? Voorzitter, dank u wel. Excuus, ik werd even gebeld, dus liever weer naar buiten. Ja, ik wilde ook een vraag stellen aan, ik denk de heer Van Perlo, of misschien aan de heer Delstra, is
over de relatie tussen energieverbruik en het energielabel. Maar volgens mij heeft collega De Groot al een beetje het gras van de voeten weggemaaid. Maar wat zouden we nou daaraan nog kunnen verbeteren? Want dat is wel een beetje mijn vraag. Want eigenlijk wil je vooral iets sturen op het energieverbruik. Dat hangt heel erg ook wel weer af van gedragscomponenten. Maar ook wel van de kwaliteit van installaties, et cetera. Dus het is altijd een beetje zoektocht hoe je dat nou beter doet. Wat is er nou mogelijk om dat beter, nou ja, misschien wel in de labelsystematiek of anders vindt, in onze sturingsinstrumenten te krijgen? Dank u wel. Meneer Van Pellen. Ik denk dat er serieus gekeken moet worden naar of de netto warmtevraag niet een rol kan gaan spelen, ook in het WBS. Hij speelt al een rol in het vaststellen van de standaard. Hij wordt gebruikt voor het vaststellen van de EPV. Dat doen we niet voor niks. Dat zijn namelijk is een indicator die echt iets zegt over de woning zelf. En niets meer over de installaties, dat is correct. Maar het zegt alles over de kwaliteit van de woning in termen van isolatie, kierdichtheid en ventilatiekwaliteit. En dat is een nuttig getal. Je moet nog iets toevoegen voor de installatiekwaliteit dus ook. Want het is niet genoeg om alleen maar daarop af te rekenen. Ook installaties kunnen onderdeel van een woning, in alle eerlijkheid. Dus ook daar mag je in de huurprijs wel iets voor verwerken. Maar dan, ik denk dat als je in die combinatie gaat zoeken, dat daar een verbetering mogelijk is. Maar we hebben pas 20% nieuwe labels. Dus 80% van de woningen hebben we nog geen nette warmtevraagberekening voor. Dus zolang dat gat nog zo groot is, zal het ingewikkeld zijn om die stap te gaan zetten. Maar als je erover na wil denken, is dat denk ik een van de routes die je zou kunnen aanvoeren. Ja, of kunnen voeren. Ja. Dank u wel, meneer Grinwis. Er zijn ruimte nog voor een paar voor extra. Dan zal ik daar ook zelf gebruik van maken als uw voorzitter, als dat mag. Want het gaat vandaag heel veel over labels. Belangrijke graadmeter om te bepalen of een woning wel of niet enigszins duurzaam is. Zijn we mee bezig van hoe regelen we dat nou heel goed in de toekomst? Kunnen we leren van andere landen? Of lopen wij daarin als Nederland juist voorop? Die vraag stel ik aan de heer Van Perlo. Ja, ik werk bij de Nederlandse Woonbond en niet Europese. Dus ik, zeker, goede vraag op zich. Ik heb daar geen goede antwoorden op. Ik zie wel dat de verschillen tussen landen enorm groot zijn. Kijk, het energielabel speelt in het WWS in Nederland een grote rol. We hebben een WWS. Veel landen zijn er in alle heerlijkheid jaloers op, wat onze andere huurdersorganisatie daaruit spreekt. Dus het is niet zo dat ik die relatie zo makkelijk kan leggen. De energie, althans de huurprijsbepaling in andere landen is zo anders soms, dat ik ook niet zo goed weet welke rol het energielabel daar kan spelen. Ik durf daar geen goed antwoord op te geven. Ja, interessante vraag. Dank u wel, meneer Van Perlo. Kijk nog heel even rond. Geen behoefte aan vragen. Dan sluit ik dit blok af. En dan wil ik de heer Delfstra, de heer Van Perlo en mevrouw De Jong danken. En schors ik kort de vergadering, zodat de andere sprekers plaats kunnen nemen. Dank u wel.
We zijn weer compleet en de gasten zijn aanwezig. Ik zal ze nog kort voorstellen. De heer Heikoop namens de VNG. De heer Diepmaat, wethouder te Enschede. Meneer Hermanides namens... Regionaal woon- en leefbaarheidsplan. En de heer Meijer namens Nationaal Programma Heerlen Noord. Ik begin met de heer Heikoop. Aan u het woord. Ik schenk net een glas water in. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank dat ik hier mag zijn, geachte leden van de Kamer. Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten heb ik precies op de dag een jaar geleden hier ook gezeten. In dezelfde zaal, op dezelfde plek. En eigenlijk voor een groot deel over hetzelfde thema, 14 september 2022. En toen ging het over de gevolgen van de hoge energierekening voor huishoudens. En toen ging het over zaken als het energieplafond, de energietoeslag. Volgens mij heeft uw Kamer er gisteren nog over gesproken. En ja, ons belangrijkste bezwaar destijds was dat het toch allemaal weer labmiddelen waren. En dat je het fundamenteler moet aanpakken. Structurele maatregelen. Ik heb toen ook een pleidooi gehouden voor bestaanszekerheid. Een aantal zaken over inkomensregelingen en dergelijke. En ook structurele maatregelen in de zin van het isoleren van woningen. Dat daar echt een plan op moest komen. Dus in die zin vinden wij het ook heel positief dat de hele dynamiek in de campagne toch ook al rondom het thema bestaanszekerheid draait. Want wij zien vanuit de gemeente dat dat belangrijk is. En ook dat we hier nu zitten met elkaar om te spreken over de structurele oplossing en verduurzaming van woningen. U ziet, ik ben voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie. Dus als u denkt van ja, heeft de heer Heikoop veel verstand van verduurzaming? Niet zoveel, maar mijn collega, zeer gewaardeerde collega Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht, is chef duurzaamheid, maar die kon er vandaag echt niet bij zijn. Dus ik vervang haar daar. Maar wij zien ook bij de VNG dat energiearmoede, dat gaat over enerzijds de armoede, anderzijds de energie. En dat brengen we ook bij de VNG bij elkaar. We zien namelijk dat heel veel mensen erdoor het ijs zakken. En daarom ook altijd de pleidooi om tot structurele oplossingen te komen. Omdat wij als gemeente soms het gevoel hebben dat wij een beetje de bezemwagen zijn die achter het rijksbeleid aanrijden. Om toch te voorkomen dat mensen door het ijs zakken en niet rond kunnen komen. En wij zijn dus positief dat die verduurzaming ter hand wordt genomen. Het biedt volop kansen. Natuurlijk het verminderen van armoede. De duurzaamheid wordt er natuurlijk enorm mee gediend, de doelstellingen die we op dat vlak hebben. En ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het kan echt bijdragen aan het kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er zijn de nodige belemmeringen. In ons position paper hebben wij vooral aandacht gevraagd ook voor de uitspraak van de Raad van State rondom de vleermuizen. En wellicht heeft u vandaag ook kennis genomen van het bericht van Vereniging Eigen Huis. Zij komen straks nog aan het woord, dus dan kunt u hen uitgebreid bevragen over iets waar wij ook zorgen over hebben. Namelijk dat je niet zomaar kan isoleren. En het gaat dan nu over spouwmuurisolatie. Maar wij zijn ook wel benieuwd en hopen ook dat het ministerie daar duidelijkheid over kan geven. De gevolgen voor vloerisolatie, dakisolatie. Want ja, dat is nogal een grote ontwikkeling. Dus wij zijn daar zeer benieuwd naar. Wat voor ons ook belangrijk is, we moeten nu met elkaar aan de slag, gezien die uitspraak. En daar kan het Rijk ook aan bijdragen dat er een eenduidige onderzoeksmethodiek komt, zodat provincies en gemeenten aan de slag kunnen met die soorten managementplannen. Dus hoe je daar op een goede manier dat wil inkaderen. Dat er daarna ook geïsoleerd kan worden, dat er voldoende maatregelen zijn genomen. Nou, laten we proberen dat ook op een zo eenduidige manier te doen, zodat niet alle provincies en gemeenten dat op een andere manier doen. Want dat is ook voor andere partners wat verwarrend. En daar kan het ministerie een goede rol in vervullen. Al met al is het heel kostbaar en tijdrovend. Wij stonden als gemeente echt in de startblokken. En we moeten nu toch pas op de plaats maken. En dat is heel jammer. Want het gaat wel over de woningen. En daar zult u wellicht al eerder over gesproken hebben, waar het meeste winst valt te behalen. Tussen de jaren 30, jaren 70. Daar zien we heel veel spouwmuur die gevuld kunnen worden. En nou goed, wij gaan dus die plannen maken met provincies. Maar ook daarvoor geldt dat het heel tijdrovend is. Ook door het enorme tekort aan ecologen. En ook al dat het ons als gemeente en provincies heel veel tientallen miljoenen meer gaat kosten dan vanuit het Rijk vooralsnog beschikbaar is gesteld. En wellicht kan dat ook worden opgelost door wat middelen te herordenen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma.
Want ja, we moeten daar snel mee aan de slag. En het is, als het gaat over de financiën, ja, als de VNG aan tafel zit, dan gaat het natuurlijk ook altijd even over de financiën. Er is heel veel geld beschikbaar gekomen vanuit het Rijk. En dat is positief. Maar het is vooral ook echt belangrijk, en dat pleidooi doen we ook op heel veel andere terreinen, of het nou gaat over jeugdzorg, over woningbouw of wat dan ook. Het is heel belangrijk dat die middelen voorspelbaar, langjarig en zeker zijn. Omdat op tal van terreinen gemeenten in een onzekere financiële situatie verkeren. En ik ben ook wethouder financiën. En het is soms zelfs frustrerend dat je dan in december opeens een grote incidentele smak met geld krijgt. Ja, dan heb je een overschot bij de jaarrekening. Maar ja, je kunt op dat incidentele geld, waar het gaat over het thema van vandaag, niet echt bouwen aan een hele stabiele, solide organisatie die ook kennisrijk is om die verduurzaming langjarig goed beter te pakken. Eerder deze week was er ook een uitzending bij Nieuwsuur over. En dan zie je dat veel gemeenten ook varen op ZZP'ers, externe inhuur. En dat is ook omdat je, ja, je hebt geen zekerheid over die middelen. Dus je durft dan niet echt door te pakken en echt een hele grote organisatie op te tuigen. En dat willen we wel graag, want het is iets voor de langere termijn. En dat vraagt een stabiele relatie ook op dit vlak tussen Rijk en gemeenten en provincies waar het gaat over de middelen. Dan tot slot, voorzitter. Snelheid is geboden. Ook daarom is het belangrijk dat die middelen structureel zijn, zodat we echt daarop kunnen doorbouwen. We zien nu bijvoorbeeld op bepaalde plekken dat de uitrol van het warmtenet wat stroever verloopt. En wat zie je dan? Dat veel mensen warmtepompen gaan aanschaffen. En dat klinkt goed, warmtepompen. Maar als te veel mensen dat doen in een bepaalde straatbuurt, dan ondergraaft het ook het draagvlak voor een warmtenetomgeving. En bovendien heeft het ook een enorme belasting op het elektriciteitsnet. En we weten allemaal dat daar forse capaciteitsproblemen zijn. Dus ook daarom is het belangrijk dat we daar echt vanuit een gezamenlijke visie, structureel, langjarig met elkaar samenwerken. En die stabiele middelen dragen er ook aan bij dat we structureel kunnen werken aan arbeidsmarktprojecten. Dus ook mensen kunnen opleiden tot warmtepompinstallateur, laadpaalmonteur, het graven van sleuven voor de aanleg van warmtenet. En daar zouden we graag ook trajecten, langjarige trajecten op willen inzetten. En dat kan niet vanuit de reguliere reïntegratiemiddelen vanuit de P-wet. Dan moet er echt even wat extra's komen. Dus eigenlijk pleiten we niet zozeer direct voor heel veel meer geld, maar vooral voor voorspelbaarheid, langjarig, zodat we dat partnerschap echt op een goede manier de komende decennium kunnen vormgeven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Heikoop. Dan geef ik het woord aan de heer Diepemaat. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de uitnodiging vandaag. Ik zou graag willen beginnen met een verwijzing naar mijn collega uit Heerlen. Toevallig niet de heer Meijer die hier vandaag zit. Maar een andere collega die ongeveer een jaar geleden in dit gebouw zei... Hij zat naast u. Een plaats die kampt met aanzienlijke energiearmoede, zoals ook de mijne. Zijn oproep was: laten we nou stoppen met pleisters plakken en toewerken naar een medicijn tegen energiearmoede. En dat ging over dat ronde tafelgesprek, waar de heer Heikoop het inderdaad ook over had. Dat de betaalbaarheid voor sommige huishoudens zo kritiek is geworden dat voor heel veel mensen die winter van afgelopen jaar een keuze was tussen koken of stoken. En die voorspelling is helaas wel een beetje uitgekomen. En dat vond plaats in september 2022. We kregen te maken met prijsplafonds, met energietoeslagen. Onze lokale krant Tubantia was gevuld met verhalen van inwoners die lijden aan gezondheidsproblemen, vocht- en schimmelplekken in huizen, echt op een manier die we niet eerder hebben gezien, omdat energiekosten gewoon echt onbetaalbaar waren. Helaas bevinden wij ons als Twentse steden, en ik mag medespreken namens Hengelo en Almelo en natuurlijk Enschede, wij bevinden ons helaas hoog in de TNO-rapporten over energiearmoede. En dat is niet iets waar we trots op zijn. Dus die woorden van collega Gelderblom die bleven echt bij mij hangen. Iedere dag erop moeten hopen dat het warmer wordt, omdat de kou niet te dragen is. Ja, dat is echt het gezicht van energiearmoede. Zijn schrijnende realiteit, die kennen wij helaas ook in onze steden heel goed en het raakt ons diep. Daarom hebben wij zo'n 2 jaar geleden al, want toen kwam dit onderwerp op, met die Twentse steden onze samenwerking echt flink geïntensifieerd om gezamenlijk die uitdaging aan te pakken. Daar speelt even geen politiek. Van links tot rechts hebben we daar overeenstemming over. Daar ben ik wel trots op. En we moeten dat gewoon echt gaan aanpakken, praktisch en grondig. Gelukkig heeft het Rijk niet stilgezeten. Afgelopen winter zijn er middelen beschikbaar gesteld door het kabinet om mensen te ondersteunen. Via die prijsplafonds, energietoeslagen, fixteams die kleine energiebesparende maatregelen doorvoeren.
Maar goed, dat zijn allemaal wel pleisters op open wonden. Een jaar later, nu, koersen we met een demissionair kabinet af op een winter met niet heel veel perspectief. Waarin zelfs die pleisters nog niet goed geregeld zijn. Dus een strenge winter kan voor heel veel mensen wederom een nachtmerrie betekenen. En al die verloren tijd, dat is gewoon niet goed. En dat kan extra lijden veroorzaken. Het is wat betreft 5 over 12 en er moet verandering komen. Wij zijn in onze 3 Twentse steden in nauw overleg met marktpartijen, woningcorporaties, financiële instellingen, maar ook met minister De Jonge en zijn ambtenaren. En we staan op de rand van een duurzame oplossing voor dat probleem. En dat zijn geen tijdelijke pleisters, geen kortstondige energietoeslagen, maar een krachtig medicijn. Want wat namelijk onze ambitie is, zijn goed geïsoleerde en gerenoveerde woningen voor zo'n 10.000 huishoudens die nu in die energiearmoede leven. Een oplossing waarvan we tot voor kort dachten dat het onmogelijk was. Maar na heel intensief spreken, een jaar lang, zitten we heel dicht bij de eerste renovatiedeal van Nederland. Ik ben er best trots op dat we daar zo ver mee zijn gekomen. Ik ben er ook trots op dat minister De Jonge onze oplossing deelt. En eigenlijk wat dat betreft ziet dat deze investering geen subsidie is, maar echt een investering in welzijn. Dus ik vertel u graag kort wat over wat dat plan inhoudt. Wij stuiten tijdens onze zoektocht op al die initiatieven die ik net noemde. Best effectief, maar kleine ingrepen zijn vaak echt onvoldoende. HR++-ruiten in verrotte kozijnen, daar schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. De heer Thijs heeft dat ook gezien in Almelo toen hij op bezoek was. Want via een uitgebreide buurtaanpak daar waren dat echt de dingen waar wij op zijn gestuit. Dus dat ligt niet aan die regelingen en middelen van de overheid, maar vooral aan de manier waarop die eigenlijk beschikbaar worden gesteld. En als je nou die ervaringen van bewoners samenvat, dan is dat eigenlijk één zin. Elk formulier vormt een drempel. Ieder noodzakelijk vakje om aan te vinken is een obstakel. En iedere voorfinanciering is een risico. Met andere woorden, de vele beschikbare subsidieregelingen zijn vaak ingewikkeld en onvoldoende toegankelijk voor mensen die subsidies het hardst nodig hebben. Mensen beschikken vaak niet over de financiële middelen om voor te financieren en raken eigenlijk het overzicht kwijt. Dat moet en dat kan anders, dachten we. En daarom hebben wij bedacht het concept van de Twentse ontzorgfinanciering. Tof, dat klinkt tof en dat is het denk ik ook. En wat we daar eigenlijk mee willen doen is die hele warboel van subsidies omvormen tot een gestructureerd geheel, zodat we, dat is een beetje de running gag, zodat we van de hele subsidiespaghetti een lasagneblad kunnen maken. Daarmee zouden we op grootschalige wijze duurzaamheidsinitiatieven voor eigenlijk onze inwoners flink in gang kunnen zetten. Dus de vraag die wij hebben gesteld aan het Rijk is om dat lasagneblad voor ons te maken. Daar willen wij dan ook wat tegenover zetten. We hebben namelijk gesprekken gevoerd met al die partners in Twente die daar een rol in kunnen spelen en daar kunnen we ook op rekenen. Dus corporaties, marktpartijen, financiële instellingen, kennisinstellingen, provincie en het Rijk. En samen zijn we die uitdaging aangegaan en onderzoeken we dat. En ze stappen allemaal over hun eigen schaduw heen, tonen lef. En wat mij betreft is dat best een unieke situatie dat we met zoveel partners die aanpak vormgeven. En we zijn heel dicht bij een intentieovereenkomst op dit moment. Wat we graag willen doen is door middels industrialisering in gespikkeld bezit in die wijken, samen met corporaties en marktpartijen die verduurzaming vormgeven. Daar willen al die partijen aan meedoen. En dat is eigenlijk wel een beetje stadsvernieuwing 2.0, als je verwijst naar hoe dat in de jaren 80 ging. We willen met dat consortium zorgen dat het voor die inwoners één pakket wordt waarmee we ze kunnen ontzorgen. En eigenlijk kunnen zeggen van dit is het aanbod, neemt u het of neemt u het niet. En uiteraard hoort daar natuurlijk bij dat je deur aan deur, straat voor straat aanbelt en met die mensen in gesprek zijn. We zijn er dichtbij, maar we zijn er nog niet helemaal. Vanochtend hebben we nog weer een gesprek gehad met onze Haagse collega's en gezocht hoe we de laatste eindjes aan elkaar kunnen knopen. En waar de crux hem er nu in zit, is dat het voor corporaties onmogelijk is om die versnelling vanuit de eigen portemonnee te bekostigen. Omdat hun opdracht vanuit de nationale prestatieafspraken niet altijd rijmt met een wijkgerichte aanpak. Het is niet zwart-wit, maar dat zijn gewoon andere manieren van benaderen. En misschien nog wel veel belangrijker, wat we nodig hebben, en dat is ook waar collega Heikoop naar verwees, dat die budgetten vanuit het Rijk vaak niet structureel zijn. En dat is wel wat we nodig hebben als je echt een commitment aan wil gaan met zo'n wijk. Ook Edes kan dat in hun bijdrage later vandaag bevestigen.
Die financiële middelen moeten echt structureel van aard zijn om die uitdaging aan te gaan. Als we niet vooruit kunnen plannen, kunnen we ook geen schaalvoordeel maken, wat juist nodig is voor zo'n industriële aanpak. Dus wat mij betreft moeten we stoppen met tijdelijke oplossingen en in plaats daarvan echt kijken naar die lange termijn. Dan hoef je ook niet ieder jaar een energiecompensatie van 23,5 miljard beschikbaar te stellen. Want eigenlijk is iedere dag aarzelen weer verlies aan tijd, kost het geld en helpt het uiteindelijk onze inwoners niet. Ons doel is om die 10.000 huishoudens te verduurzamen, uit de energiearmoede te helpen. Dat is wat mij betreft ook geen lokaal initiatief. We kunnen die aanpak delen met het land. Wij willen daar graag mee beginnen. Maar we willen daar ook vooral van leren eigenlijk voor heel Nederland. Dus stoppen met pleisters, beginnen met een grondige en doortastende aanpak. En de vraag die ik hier dan tot slot neer zou willen leggen is: pak door, ga met ons aan de slag en laten we een voorbeeld zijn van hoe solidariteit en vertrouwen ervoor kunnen zorgen dat mensen niet meer met zorgen wonen, maar vooruit kunnen. En niet een huis hebben om in te wonen, maar een warm thuis om in te leven. Dank u wel. Dat was geen vraag, maar een stevige oproep richting de Kamerleden. Dan is het woord aan de heer Hermanides, als ik het goed uitspreek. Hermanides. Dank voor de uitnodiging. Dank, voorzitter. Ik wil even inhaken op wat ik de vorige sprekers heb horen zeggen over structurele gelden. En ik denk dat wij in Oost-Groningen vanuit de regio-deal hebben wij structurele gelden ontvangen de afgelopen jaren. En ik denk dat wij daar ook mee in staat zijn geweest het medicijn te ontwikkelen, zoals hiernaast benoemd is. Wij hebben een aanpak die individuele koopwoningeigenaren helpt met het besparen van geld door middel van het verduurzamen van hun woning. En dat doen wij via een klantreismodel. En wat wij doen is wij ontwikkelen en voeren instrumenten uit die mensen door de verschillende fasen helpt die iedereen tegenkomt als die zijn woning gaat verduurzamen. En dat loopt van bewust worden tot aan uitvoeren en meer willen. En een aantal van die diensten, dat zijn de incidentele diensten, zoals het benoemd is. Dat is energiecoach, klusbeurs, cv-dokter, allemaal toegankelijke diensten die een directe besparing realiseren. Maar daar eindigt onze aanpak niet, daar begint die. En vanuit die diensten wijzen wij door naar de bespaarcoach, die bij ons een centrale positie inneemt. En de bespaarcoach die gaat met de koopwoningeigenaar aan tafel, maakt een plan voor de individuele woning. En dat plan is gericht op het zoveel mogelijk omlaag brengen van de maandlasten. Dus wij kijken in het plan wat is er mogelijk, welke investering kan je doen, welke financiering hoort erbij, ook externe financiering, en wat betekent dat uiteindelijk voor je maandlasten. En wij beloven iedereen dat, ook als er extern gefinancierd moet worden, wij daar een positieve som uitkomt. En we hebben ook een garantiefonds opgericht om dat ook te garanderen. En dit werkt ontzettend goed. Wij merken dat 9 van de 10 mensen waar wij aan tafel komen, die gaan ook grote maatregelen nemen. Dus wij zijn eigenlijk erg overtuigd van onze aanpak en vinden die ook erg succesvol. Wat wij merken, en dat is de oproep die ik graag wil doen, is eigenlijk een dubbele. En dat is de eerste dat de subsidies, zoals ook al eerder genoemd, die volgen elkaar op, hebben allemaal hun eigen regels. En dat maakt de uitvoering ingewikkeld. En als ik een voorbeeld mag geven, wij hebben vanuit de SPUC-subsidie, hebben wij mensen in de energiearmoede een gratis isolerende maatregel aangeboden. Nou, daar is veel op gereageerd. Onze bespaarcoaches komen dan aan huis en leggen die mensen uit van ja, maar als je 2 maatregelen neemt, dan gaat de ISD je ook stellen en dat kan je zo financieren. Dus veel mensen nemen 2 maatregelen. Met een kleine financiering van 600 euro, wat ze dan via het warmtefonds kunnen lenen. Nu is de NIP-subsidie gekomen. Groot gedeelte voor dezelfde doelgroep. Ook dat geld is bestemd voor isoleren. Ja, dat hebben deze mensen al gedaan. Wat gaan we doen met dat geld? Gaan we mensen achteraf nog een cadeautje geven op een investering die ze sowieso al zouden doen? Nou, dat zou ik zonde vinden van het geld. Of zeg je, ja, deze is niet voor jou. En dat lijkt me voor deze groep ook niet helemaal de bedoeling. Dus je merkt dat subsidies beginnen elkaar een beetje uit te sluiten. En ik merk bij mijn adviseurs die aan tafel zitten, dat die af en toe geremd worden in de adviezen die zij uitbrengen. Omdat er grotere potten aankomen waarin
meerdere grotere subsidie mogelijk is. Dus wij streven voor, maak nou één subsidiepot, ISDE, NIP, nou in Groningen gelden ook nog de aardgasgelden. Gooi dat allemaal in één pot, maak één regeling en zorg gewoon dat een goed plan voor de woning de basis is van de subsidie die je uitkeert. Eventueel gekoppeld aan inkomensgroepen. Maar dat goede plan en dat volledige plan, dat de voorwaarde wordt voor de subsidieaanvraag. En niet een enkele subsidie op isolatie of op andere maatregelen. En een tweede oproep die wij graag willen doen is, maak het allemaal alsjeblieft een stuk simpeler. Dat gaat over de subsidieaanvragen, maar dat gaat ook over de leenaanvragen. Het warmtefonds, wat op zich een fantastisch middel is om zeker mensen in de energiearmoede financieringsruimte te bieden, heeft een ontzettend ingewikkelde aanvraagprocedure. Mijn adviseurs moeten in sommige gevallen tot 13 keer terug naar de inwoner om zo'n aanvraag goedgekeurd te krijgen. En wij kunnen niet iedereen helpen met een adviseur aan tafel. We zullen het traject voor mensen die het voor een groot gedeelte zelf zouden kunnen, moeten we wel zo faciliteren dat ze dat ook echt kunnen. En dat betekent dat al die subsidieaanvragen en leningaanvragen, als je dat een stuk versimpelt, dan zal ook een groter gedeelte van Nederland zelf zijn eigen verduurzaming kunnen organiseren. Dus die twee punten zou ik graag inbrengen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Meijer, nu het woord. Dank u wel, dank voor de uitnodiging. En ik moet mij op voorhand moet ik excuses maken, want ik kom uit het mooiste gebied van het land. En ja, dat kan als een belediging of een verwijt aan anderen klinken, dat is niet zo. Ik mag gewoon nog onderdeel uitmaken van 19 andere gebieden, het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden. Dat zijn ook allemaal mooie gebieden, maar heel Noord is echt de allermooiste. En ik zeg dat omdat het wat zwaarmoedig zou kunnen klinken wat ik zo meteen ga vertellen. Dat is namelijk echt serieuze materie, dat hebben de collega's al gezegd. Maar laat niet het beeld ontstaan dat wij niet zwaarmoedige mensen hebben in onze gebieden. Integendeel. We hebben optimistische, vastberaden mensen die iets willen maken van die prachtige gebieden. Maar dat is wel een probleem. En om te beginnen, en dat is eigenlijk nog het best verwoord door de heer Diepemaat. Energiearmoede, mobiliteitsarmoede, menstruatiearmoede, ontbijtarmoede. Je kunt er heel veel delen van opnoemen. Die zijn allemaal belangrijk, maar uiteindelijk natuurlijk gewoon armoede. Oftewel, in ons geval, in onze armste wijk, 6 jaar eerder doodgaan, 15 jaar eerder ongezond worden. Minder lang in goede gezondheid leven. Dus was het maar een kwestie van, omdat je pa een grotere kar rijdt dan de mijne, hè, zoals Amar dat zong. Het gaat om fundamentele verschillen. En ik denk dat het goed is en belangrijk is om ons dat met z'n allen te realiseren. Dat zult u ongetwijfeld al doen, maar ik vind het wel goed om dat eraan toe te voegen. Dus energiearmoede gaat ook over noodzaak tot hogere lonen. Of tot lagere prijzen. Of tot hoe gaat het met dat zogenaamde prijsplafond. En ik zeg het nadrukkelijk zoals ik het zeg, dat zogenaamde prijsplafond. Wat gaat daarmee gebeuren? Als het om hele Noord gaat, is het niet alleen maar het mooiste gebied, maar ook nog een heel bijzonder gebied. Namelijk, er is een historische verklaring voor de concentratie van armoede die er heeft plaatsgevonden en ook nog steeds plaatsvindt. Dat is niet alleen, zoals je ongetwijfeld zult weten, de sluiting van de mijnen. Die liet 75.000 mensen zonder werk achter. Daar ontstond intergenerationele armoede. Had onder andere, kun je onder andere terugzien in de geletterdheid, laaggeletterdheid van 20%. Die is niet zomaar ontstaan. Die is ontstaan in de situatie waarin mensen ontredderd waren. Nou, dat is in algemene zin denk ik wel bekend. Maar iets dat minder bekend is dat in de jaren 80, toen we een recessie hadden en toen er grote werkloosheid was, et cetera, op die hele grote industrieterreinen die de mijnzetels betroffen, met name gebieden als Hele Noord, dat daar toen heel veel goedkope woningen zijn gebouwd. Daar is op zichzelf niks mis mee. Daar zouden we op zichzelf heel blij mee moeten zijn. Behalve dat daarmee niet alleen gebouwd is voor mensen, jonge mensen vaak met een laag inkomen, bescheiden inkomen uit Heerlen, of voor mij uit de stadsregio Parkstad, maar eigenlijk voor heel Limburg. Sterker nog, op dit moment voor een groot gedeelte van Nederland. Oftewel, iedereen die niet terecht kan, waar dan ook in de Randstad, die komt naar steden als Emmen, Heerlen, ik denk dat men dat in Oost-Groningen ook herkent. En op zich zijn wij heel graag een herberg voor alles en iedereen. Maar wij zijn al een regio met relatief smalle schouders. Desalniettemin doen we van alles heel erg graag. Maar dat is wel wat leidt tot een concentratie van armoede en dus ook een gevolg heeft.
Zie de cijfers, hè, die ik ook in de notitie heb weergegeven. 50% energiearmoede, of 50% lage energielabels. 16% energiearmoede, in onze armste wijken boven de 20%. En het is geen wedstrijd, maar bij TNO stonden wij bovenaan. En dat is, we zijn een soort Bayern München, maar dan omgekeerd in dat soort ranglijsten. We staan altijd bovenaan. En daar willen we dus wat aan doen. Want dat raakt onze mensen, dat raakt onze kinderen en ook de kinderen die niet geboren zijn, de volgende generatie. Nou, wat doen we daar nou zelf aan? Want dat is een zeer terechte vraag. Je kunt wel klagen, heerlijk, maar wat doe je nou in godsnaam zelf, om het toch maar even zo te formuleren? Nou, eigenlijk alles wat we kunnen. Realiseert u zich dat Heerlen Noord 2/3 van heel Heerlen is? Dus dat is niet een wijkje, we horen wel bij de wijkenaanpak, maar het is 2/3 van de hele stad. Als ik daar de armste wijken in ons, en ik zeg dit karikaturaal, in ons eigen Beverly Hills, namelijk heel de Zuid, bij optel, dat zijn er net zoveel als helemaal Maastricht bijvoorbeeld heeft. Dus als ik die bij optel, zitten we op 80% van heel Heerlen. 58% van die mensen heeft een officieel laag inkomen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in een uitkering zitten. Dat is een misverstand. Ik zou bijna willen zeggen, was het maar waar. Dat is een jaren 80 redenering. Dat zijn heel veel mensen die pakketbezorger zijn, thuiszorger, schoonmaker en ga eens maar door. Met andere woorden, die gemeente, die doet van alles. Die heeft een verbond voor energierechtvaardigheid opgericht. Die gaat huis in huis. Die doet alles wat je moet doen bij pleisters plakken. Want ik ben het zeer eens met wat de collega zei over structurele aanpak. En tegelijkertijd, als het dan bloedt, moet je ook pleisters plakken. Daar zullen we het ongetwijfeld met elkaar over eens zijn. En daar doen we van alles en nog wat aan. Maar die gemeente kan niet meer doen. Nou, wat heeft die gemeente onder andere met andere instituten gedaan? Zij heeft gezegd, wij gaan een alliantie vormen. Dat doen we met tientallen partijen. Het Rijk, de gemeente, alle woningcoöperaties, alle onderwijsinstellingen, de GGD, de politie, CZ, Rabobank, en ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Die zeggen allemaal, dit kunnen we niet alleen, maar het moet wel gebeuren. We gaan dat doen in de komende 25 jaar. Als ik daar op straat met mensen over spreek, dan vragen ze me hoe lang precies. Want het moet natuurlijk vandaag, en dat begrijp ik ook heel erg goed. Maar het is nodig, want de achterstanden zijn zo groot. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet eens of we ze dan kunnen inhalen. Want zo groot zijn ze op dit moment. Maar dan, nou, wat kunnen we dan doen? Nou, al die partijen committeren zich voor 25 jaar. Het Rijk dus ook. Alleen, al die partijen leveren ook financiering voor 25 jaar. Maar u nog niet, zou ik willen zeggen. En dat is ook al veelvuldig gezegd. Ik zou zelf durven te zeggen, en dat zou ik eigenlijk niet moeten zeggen, maar ik zeg het toch, dat ik liever minder geld extra erbij heb, maar dan wel weten waar we naartoe gaan, dan dat je iedere keer weer regiodeeltje dit, volkshuisvestingsfonds, zus. Ik ben al heel blij dat de specifieke uitkering, de SPUK, kansrijke wijk, dat niet opnieuw een ingewikkelde subsidie is. En dan ben ik heel mild, want ook de SPUK, kansrijke wijk, is een gedrocht op het vlak van bureaucratie. Maar zoals ik al zei, wij zijn een hele optimistische mensen, dus we gaan daar graag mee om. Dus fijn dat er zicht is op iets van geld. Maar als dat over 2 of 3 jaar weer stopt, dan had je er eerlijk gezegd, bij wijze van spreken, beter niet mee kunnen beginnen. Dus dat moet echt langdurig. Wat doen de partijen in onze alliantie onder andere? En ik noemde al wat de gemeente deed. Onze coöperaties, en daar zou ik graag naartoe willen als het gaat om, ik zal het niet revolutionair noemen, maar het is wel van belang. We hebben een enorm probleem met de particuliere huisvestingsopgave. Ik zal dat niet nog eens historisch uit de doeken doen, dat kunt u in de notitie vinden. Maar wij hebben alleen al 10.000 particuliere woningen waar het energielabel laag van is, van de 28.000 in totaal. En daar zit een heel groot gedeelte particuliere bewoning van mensen zelf tussen, maar ook particuliere verhuur. En mensen die een woning ooit kochten, omdat de coöperatie die ooit, of de voormalige woningbouwvereniging die ooit uitverkocht, daarvan hebben we gewoon simpelweg gezien dat mensen niet in staat zijn om die woning te renoveren. En dat is natuurlijk ons aller probleem. Want dat probleem komt ons vroeg of laat zelf, loopt dat tegen onze neus aan, om maar zo te zeggen. Onze coöperaties hebben daarom gezegd, wij gaan die woningen terugkopen. Niet om dat bezit per definitie te hebben, dat is niet het doel, maar om ze te renoveren. En nu is een van die voorbeelden, dat is onze coöperaties, dat zijn er in dit gebied 5 in totaal, waarvan 4 met best wel veel bezit. Die hebben nu al in de wijk Vlieheide, waar 837 van zulke particuliere woningen staan, in gemiddeld genomen zeer slechte staat. WZ-waarde van ongeveer 130.000 euro. Daar kunt u zich iets bij voorstellen. De wijk met een van de hoogste energiearmoedes van ons land. En daar kopen coöperaties nu bezit terug om het op te knappen.
Maar daar lopen we wel aan, want dat is een extra opgave in die corporaties. Die corporaties hebben ook al duizenden woningen in hun eigen bezit die ze moeten renoveren. Daar lopen ze aan tegen bijvoorbeeld de volkshuisvesting, het fonds, het VF-fonds. Waarvoor geldt dat je dat geld alleen mag gebruiken voor het verschil tussen de WZ-waarde en de aanschafwaarde, maar niet voor de verduurzaming. Dat is natuurlijk buitengewoon vreemd. Want het is bedoeld om te renoveren en te verduurzamen en de energierekening omlaag te krijgen. Niet om per definitie corporaties aan meer bezit te helpen. Dus dat is een obstakel waarvan ik denk, ja, beste vrienden, we willen verduurzamen. We hebben ze in de goede stand staan, de corporaties, om het zo maar te zeggen. Ze willen dat supergraag met hulp van de gemeente. Maar dan moet je wel je regelingen in Den Haag op orde hebben. Dat is er één. En twee, om concreet dus zeg maar duidelijk te maken dat we in de startblokken staan, maar dat we behalve extra investeringen en langdurig ook wel op zijn minst verwachten dat de zak op onze schouders wat verlicht wordt. In ieder geval niet met extra bureaucratie en obstakels. Dat is de woningbouwimpuls. Ja, kijk, ik snap dat in een groot gedeelte van het land er heel erg veel gebouwd moet worden. Maar onze opgave is niet bouwen, maar verbouwen. En laat nou net in die woningbouwimpuls dat uitgesloten zijn. Dus wij hebben een enorme opgave met tienduizenden woningen verbouwen. En die impuls die we dus nodig hebben. En dan kun je van zeggen, ja, dan wacht je tot de volgende tranche, om het zo maar te zeggen. Ja, maar die luxe hebben we niet om te wachten tot de volgende tranche. Dus haal op zijn minst obstakels weg die niet nodig zijn, die ook niet in de geest zitten van volgens mij het kabinet wilde, dan wel de Kamer wil. En haal in vredesnaam die obstakels weg. Als elke regio telt, ja, heb dan in ieder geval ook wat vertrouwen in die regio. We hebben best goede plannen. Doe mee, langdurig, beter, meer. Maar op zijn minst door die vreselijke obstakels weg te halen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijer. Dan gaan we richting de Kamerleden. Ik begin de heer Thijssen. Weer ruimte voor twee vragen. Ja, dank voorzitter. En supergoed dat de drie regio's hier zijn. Ik ben inderdaad op bezoek geweest bij alle drie de regio's. En het is echt inspirerend om te zien wat daar gebeurt. En hoe jullie en jullie collega's in staat zijn om achter de voordeur te komen en echt, nou ja, echt verbeteringen aan te brengen. Dus complimenten aan u en uw collega's dat dat gebeurt. Ik denk dat uw oproep voor meer structureel of voor structureel geld heel erg duidelijk is overgekomen. En ook dat het simpeler moet. En dat de Rijksoverheid misschien haar andere overheden wat meer moet vertrouwen. Maar vertrouwen te hebben dat het geld goed besteed wordt. Ik heb nog wel een vraag over eigenlijk twee signalen die ik hoor. Want wat de drie regio's, wat ik heb gezien, wat die doen, is heel erg ontzorgen. En heel erg mensen helpen om die slagen te maken. Maar dat kost natuurlijk wel tijd en daarmee ook geld. Dus mijn partij van de Arbeid maakt daar geld voor vrij. Maar ik hoor net IPO zeggen van, nou, het gaat niet zozeer over meer geld. Het gaat er eigenlijk meer over dat het structureel is. Dus ik wilde eigenlijk vragen, en ik weet niet aan wie ik dat moet vragen, van, is er nu genoeg geld of gaat het echt wel over en-en? En structureel geld wat makkelijker is, maar ook wel gewoon meer geld. Dank u wel, meneer Thijssen. U weet niet aan wie die vraag moet stellen. Meneer Heiko begon over geld, dus u mag hem antwoorden. Nou ja, ik denk dat wij allemaal wel hebben aangegeven dat het heel belangrijk is dat het kabinet, de Rijksoverheid, zich een hele betrouwbare partner op de langere termijn toont. En daar heeft het de afgelopen jaren gewoon echt wel aan geschort. Dat kan ik wel zeggen vanuit de VNG. We hebben geregeld tegenover elkaar gestaan, omdat die onzekerheid die werkt verlammend. En zeker waar het gaat over de verduurzaming van bezit, zoals de heer Meijer aangeeft en ook de anderen, dat is echt iets van de hele lange adem. En hoeveel middelen er nodig zijn, dat hangt ook van je ambities af. Maar dat er structureel, bijvoorbeeld waar het gaat over die soorten managementplannen, dat is wat technisch, maar dat ging al de berichtgeving vandaag over. Dat is gewoon heel duur, heel lang, complex, ecologen aan het werk. Nou, daar, je moet al helemaal niet hebben dat gemeenten en provincies terughoudend zijn en zeggen van, ja, moeten wij dit allemaal overhoop gaan halen? Moeten wij onze begroting weer gaan aanpassen? Daar moet gewoon comfort op komen. Je moet gewoon weten, daar is geen gedoe over. Daar gaan we aan de slag. En dat is gewoon nodig om te kunnen isoleren. En wat de heer Meijer aangeeft, de grote opgave waar het gaat over verduurzaming. Dus niet alleen de focus op nieuwbouw, maar ook echt op slechte voorraad beter maken. Dordrecht is in heel veel opzichten, waar ik wethouder ben, vergelijkbaar met Heerlen. Ook wij zitten in het programma, een van de 19 gemeenten. En je ziet dat daar voor de corporaties een enorme opdracht ligt. En dat ze volledig bereid zijn om in te stappen. Maar het vraagt wel echt enorme hoeveelheid middelen. Dus het is allebei waar. Ja, we willen graag weten de komende 10 jaar eigenlijk waar je aan toe bent. Maak echt een programma
voorbij het komende jaar. Dat vraagt ook van een kabinet dat zij daar in een kabinet het over eens zijn met volledige steun vanuit de Kamer, van links tot rechts, zodat je daar ook stabiliteit in kan bieden. En die middelen moeten ook voldoende zijn. En op het moment dat je bijvoorbeeld ook reïntegratie, laaggeletterdheid wil aanpakken, en dat zou je allemaal hand in hand met elkaar moeten gaan om die bestaanszekerheid structureel te versterken. Ja, dat betekent dat ook iets voor je laaggeletterdheidsbudgetten, die gewoon meerdere keren gehalveerd zijn ten opzichte van vroeger, toen we het overal taalhuizen hadden. Of de reïntegratiebudgetten, die ten opzichte van 12 jaar geleden 2/3 zijn afgeschaald. Dat betekent gewoon iets, dat je gewoon mensen die kansarm zijn minder goed kan helpen richting een baan. Dus het gaat over de volle breedte. U merkt, deze thema's die gaan mij ook aan het hart. Maar als het gaat over de verduurzaming, gaat het eigenlijk over hetzelfde. Dank u wel, meneer Heikoop. Tweede vraag. Ja, graag, voorzitter. En dank voor het antwoord. Ik had nog een vraag aan de heer Meijer. Want inderdaad, een jaar geleden was de wethouder het Heerlen hier. En die zei dat er toen dat breed maatschappelijk verbond voor energierechtvaardigheid of rechtvaardigheid opgericht zou worden. Ik begrijp nu dat dat er ondertussen is. Kunt u iets delen van de lessen? U heeft er al wel iets over gezegd, maar kunt u ook nog iets zeggen over de lessen die daarbij geleerd zijn, waar misschien de collega's, maar wij ook wat aan hebben? Dank u wel, meneer Meijer. Ja, dank u wel. Het is opgericht. Het gebeurt ook in de regio. Het gebeurt zo persoonlijk mogelijk naar mensen toe, dus erop af. Dat trekt de gemeente de kar. Dat gebeurt op een fenomenaal goede manier. Tegelijkertijd is het wel ook pleisters plakken. He, dus zeg maar, mensen zijn in heel Noord ook niet gek. Die snappen ook, ja, dat ik noemde het prijsplafond. Ja, hoe gaat het eruit zien, het zogenaamde prijsplafond? Dat is natuurlijk helemaal geen prijsplafond. Het is een subsidie aan energiebedrijven. Maar los van, mensen snappen dat er veel meer moet gebeuren dan wat er nu gebeurt. En daarom geloof ik ook wel dat we... En ik weet dat we bij elk debat ongetwijfeld ook over vertrouwen zullen hebben. Maar het speelt wel echt, omdat het echt speelt. Als je begint met een programma zoals het onze en je werkt op z'n minst de verwachting dat je dit met commitment van heel veel partijen 25 jaar lang gaat doen. Je komt tot een uitvoeringsprogramma voor 5 jaar. En dat gaan we dus 5 keer doen. Dan kun je niet over een jaar of 3, 4 zeggen, ach ja, we doen het toch maar wat minder of we stoppen ermee, want er is geen geld meer. Want er moet wel of niet bezuinigd worden. Als je dat doet, en ik zei dat eerder al, had je er net zo goed niet mee kunnen beginnen. Want dan vernietig je niet alleen maar dat wat je opbouwt. Het gaat weliswaar over verduurzaming en over energierechtvaardigheid nu. Maar de programma's die wij nu opzetten als het gaat om geletterdheid, of om meer kinderen naar de peuteropvang te krijgen, als je het hebt over betere levenskansen. Ik noem 2 cijfers. Gemiddeld in Nederland gaat 90% van de peuters die het nodig hebben, gaat naar de peuteropvang. In heel Noorden staat 54%. En om allerlei begrijpelijke redenen. Mensen hebben daar allerlei redenen voor waarvan je denkt, nou ja, ik snap best wat u zegt, maar toch is het beter dat uw kind vroeg naar de peuteropvang gaat. Als we dat allemaal opzetten en we moeten het over 3 jaar weer stoppen, dan vernietig je niet alleen maar wat je opgezet hebt, maar ook nog een diep vertrouwen van mensen in dat wat juist hersteld moet worden in wat we met alle instituten doen. En dat is voor mensen er geen verschil tussen of je nu de Rijksoverheid bent of de woningcorporatie of de supermarkt. Dan zijn het hullie daar achter die dat niet goed hebben gedaan. Kortom, we doen heel veel. Hebben er super veel zin in om nog veel meer te doen. Ik nodig u uit om met ons mee te doen. U bent van harte welkom. Dank u wel, meneer Meijer. Dan gaan we naar mevrouw Beckerman. Dank aan alle heren. Ik zie ook heel veel mensen op de tribune heel erg heftig en instemmend knikken. Die voorbeelden zijn vooral denk ik ook heel schijnend. Van HR++ glas in verrotte kozijnen. 13 keer terug moeten omdat er zo'n bureaucratie is opgetuigd. En als u zich al niet vertrouwd voelt, of als u zich al gewantrouwd voelt, hoe moet dat dan zijn als je met die frotte kozijnen blijft zitten? Mijn eerste vraag dan toch voor degene die in echt het mooiste gebied van Nederland woont. Dat blijft toch Groningen? Ik schors de vergadering. Ja. Jij hebt ook een ervaring met Groningen. Voorzitter, aan de heer Hermanides. Ik zit zelf heel erg in mijn maag met die leningen. Dat vind ik. Ik heb daar veel moeite mee dat we juist de mensen met de allerlaagste inkomens een lening geven. Dat is toch. We hebben allerlei schulden aanpak en dan zeggen we als overheid, ja, hier heeft u nog eens een beetje schuld erbij. En dan zie ik in uw voorbeelden, en dat is geen verwijt, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe we daarmee om moeten gaan. En of het mensen een schuld geven of eigenlijk een lening geven, uiteindelijk niet ook duurkoop is, omdat we nu heel veel pleisters plakken die ook heel veel geld kosten. Is daar nou niet iets beters op te bedenken, zou ik aan u willen vragen. Dank u wel. Dank je wel voor de vraag. Dit is inderdaad wel
Iets waar wij ook in het programma natuurlijk veel over hebben nagedacht. En veel discussie. Wat wij wel zien nu. Wij hebben in eerste instantie hebben wij met de provincie Groningen hebben wij een sociaal krediet opgetuigd. Een lening voor mensen die niet draagkrachtig zijn. Die op het moment dat zij de lening ook niet kunnen terugbetalen, dan vervalt die. Die lening is een beetje, die vorm is een beetje overgenomen door het warmtefonds. Warmtefonds biedt leningen aan met een aanvraagprocedure. Daar weet u wat ik daarvan vind, maar wel met goede voorwaarden. Het is wel zo dat wij het grootste gedeelte van die leningen aanvragen en inzetten om de voorfinanciering voor de ISDE-subsidie rond te krijgen. Dus in principe zou het antwoord heel simpel zijn. Op het moment dat voorfinanciering bij een ISDE-subsidie geen vereiste meer is, zou een groot gedeelte van die leenbehoefte al weg kunnen vallen. En voor de rest denk ik wel dat op het moment dat je mensen kan uitleggen wat een investering is, dat dat per direct financieel gewin brengt en je kan dat ook nog garanderen, hè, wat wij doen met een garantiefonds, dan is zo'n lening niet zo heel ernstig. Dank u wel, meneer Germanides. Mevrouw Beckerman met de tweede vraag. Ja, en dan toch weer even op die HR++ in de verrotte kozijnen, denk ik aan de heer Meijer. Want dat is natuurlijk een voorbeeld wat wij heel vaak zien. Hè? Dus dat er wel geld is voor verduurzaming of voor bijvoorbeeld een zonnepaneel op het dak en tegelijkertijd blijf je zitten in de schimmel. Volgens mij is het pleidooi voor langjarige en zekere financiering heel helder. Maar hoe zorg je ook dat mensen niet alleen het gevoel hebben, ja, er worden klimaatmaatregelen genomen, maar hoe zorg je ook dat je echt zorgt dat mensen ook het gevoel hebben dat ze een beter huis krijgen? Is dat, ja, moet daar op dat onderwerp ook nog meer gebeuren vanuit de Kamer? Dank u wel. Meneer Meijer. Nou ja, wat mij betreft is de lijn de energierekening moet omlaag. Dat is gewoon, zeg maar, ik hoorde eerder in het vorige blok, als je rood staat kun je niet groen doen. Hè? Dat was een mooie one-liner. Die is me aan het hart gegrepen. Omdat ik denk dat laatste pas kan groen doen als je daadwerkelijk de ruimte hebt, dat als je niet aan het overleven bent. En dat zien wij overal in onze wijk. En ik zou daar een expliciet onderdeel in willen toevoegen, wat onze opgave nog ingewikkelder maakt, maar nou ja, laat ik het dan maar spannender maken noemen. We hebben behalve die enorme opgave die we al hebben, hebben wij ook nog duizenden voormalige mijnwerkerswoningen. En er zijn er al heel veel van gesloopt in het verleden. Daar hebben we met z'n allen in de regio heel veel spijt van. Maar als we nu heel snel, en dat willen we willen heel snel die energiearmoede aanpakken. Maar stel we zouden dat te rigoureus met de slopershamer doen, alleen maar met de slopershamer doen, dan slaan we ons over een jaar of 10, krabben ons achter de oren, of slaan we ons voor ons eigen hoofd. Omdat we dat wat we al veel kwijt zijn geraakt, dan nog veel meer kwijtraken. Dus we hebben behalve die energiearmoedeopgave, energierekening omlaag, ook nog een opgave die neerkomt op erfgoed, identiteit, herkenbaarheid, wat je maar wil. En dat hoort wel, ik maakte dat grapje, alhoewel ik vind dat zelf echt, maar je zult het als grapje hebben ervaren, van het mooiste gebied. Maar dat is het echt als we de ruimte en de tijd hebben en de steun hebben om die fantastische voormalige mijnwerkerswoningen, om daar wat kan, om ze op te knappen. Dus het is een nogal ingewikkelde, spannende opgave. En ja, daar kan de Kamer natuurlijk bij helpen. Dank u wel, meneer Meijer. U wilt nog kort reageren, meneer Heiko? Ja, als het gaat over concreetheid. Het is echt wel goed om even te markeren. De meest effectieve manier om je huis goedkoper te maken en te isoleren is dus echt die spouwmuurisolatie. En op dit moment gaan er honderdduizenden woningen niet geïsoleerd worden. Dus echt de vraag om bij de minister onder de aandacht te brengen, hier moet regie op gepakt worden. Hier moet echt wat op gebeuren, want anders gaan we hier enorm mee te maken hebben. We gaan het volgende blok wellicht ook horen. Maar die wil ik wel echt markeren en ik ben het heel erg met de heer Germanides eens. Als het gaat over die lening, dat moet altijd. Ja, Germanides. Ja, zo. Notulen. Nou goed. Ik ben het er heel erg mee eens dat die lening, dat moet een communicerend vat zijn met de directe besparing. Dus het mag nooit zijn dat mensen met een laag inkomen, als het ware, meer moeten gaan betalen. Het moet gelijk terugverdiend kunnen worden. En je zou daar als overheid misschien wel wat in een bufferachtige vorm kunnen doen. En ook mensen vanuit de gemeente en vanuit vrijwilligersorganisaties, schuldhulpmaatje,
daarnaast zetten, zodat dat budgetbeheer wel goed blijft gaan. Want we zien wel eens dat dit misgaat. Dus dat er een lening wordt aangegaan tegen niet de juiste voorwaarden en dat dan bijvoorbeeld de isolatie nog niet kan plaatsvinden en voor je het weet ontspoort het. En zeker deze groep, die soms ook wat moeite hebben met lezen en schrijven of digitaal niet helemaal vaardig zijn, dan moet je er wel bij zijn om ze gewoon waar nodig te ondersteunen. Een grote groep heeft dat niet nodig. Maar juist die meest kwetsbare mensen komt vaak al heel veel samen. Dank u wel, meneer Heikoop. Dan gaan we naar mevrouw Van der Plas. Dank u wel. En aan de sprekers allemaal dank voor de uitgebreide toelichtingen. En ook complimenten voor wat er allemaal al op stedelijk en regionaal niveau gebeurt. En daar had ik ook een vraag over aan de heer Diepemaat, maar misschien ook wel aan de heer Hermanides. Ik ben de eerste die het goed zegt. ja, dat gaat dus over die integrale aanpak eigenlijk die jullie doen. En de heer Diepemaat die vraagt dat kost ook geld en zorg daarvoor. En het liefst ook op langere termijn, dat zegt de heer Hermanides ook. Dus ik was natuurlijk benieuwd van, aan wat voor bedrag moeten we dan denken, hè, om dat structureel de komende jaren te financieren. En ik kan me namelijk ook voorstellen dat er meerdere regio's of gemeenten zijn die dit of al doen of ook gaan doen. En ik was wel even benieuwd welke voorwaarden er zijn voor inwoners om hieraan deel te nemen. Hè. Kan dat voor iedereen of moet je in een bepaalde inkomensklasse zitten en tot wanneer dan wel en of tot wanneer houdt het op? En ja, dus ik stel hem aan de heer Diepemaat, maar ik eigenlijk ook wel een beetje aan de heer Hermanides. Dank u wel. Eigenlijk ook wel misschien een beetje aan de heer Meijer, maar dat wordt wel een beetje veel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan beginnen we bij meneer Diepemaat en dan gaan we zo het rijtje langs. Ja, dank voor de vraag ook. Ja, het klopt. Die integrale aanpak, dat moet je doen voor een lange termijn. En je moet zich voorstellen, wat wij dan echt doen, is gewoon letterlijk deur aan deur met die inwoners in gesprek. He, dus die fixteams op grote schaal, om het maar even zo te zeggen. Wat eigenlijk nog het allerbelangrijkste is, is niet eens hoeveel geld, maar inderdaad dat het langdurig is, wat hier door iedereen wordt gezegd, maar ook, het moet niet de zoveelste regeling zijn. Maar nog even dat voorbeeld van die HR++ glazen in grote kozijnen. Ja, je kan bij het Nationaal Warmtefonds tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden lenen. Maar ja, als je vervolgens je kozijnen moet vervangen, ja, dat zit er dan even niet bij. He, dus daar moet je dan alsnog een normale financiering voor aantrekken. Dan loop je weer tegen de grens. Ja, lukt dat dan met een bepaald inkomen? En dan loopt het eigenlijk weer vast. Dus het geld komt gewoon niet los. Dus mijn indruk is ook, en dat is ook waar wij naar zitten te kijken, ja, er zit heel veel geld in allerlei regelingen. Dus als je het nou over dat stedelijk gebied van Twente hebt, waar ik dan nu even namens spreek, dan zouden wij met zo'n 700 miljoen euro voor de komende jaren, zouden die 10.000 huizen kunnen verduurzamen. Dat klinkt als veel geld. Ik vond dat die 2 jaar terug, vond ik dat een megabedrag. Maar als je dat in perspectief zet tegen die ruim 20 miljard per jaar voor energieplafonds, dan is dat een schijntje, omdat je daarmee in één keer het probleem zou kunnen oplossen, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Dus met zo'n bedrag zou je echt een hele forse stap kunnen maken. En het hoeft niet allemaal nieuw geld te zijn. En dat geld, en dat is ook het gesprek wat wij met het ministerie voeren momenteel, zit heel veel in bestaande regelingen. Maar de vraag die wij daar ook neerleggen is van ja, help ons nou om dat soms ook uit die regelingen te trekken. En even populistisch gezegd, zet het op één bankrekening bij de gemeente of een wijkorganisatie die dat kan regisseren. En zorg dat je daarmee echt maatwerk kan leveren. En dus ook kan zeggen, joh, uw kozijnen zijn rot, neem we gewoon even mee. En dan is, dan kost dat misschien geld, maar het levert meer geld op aan het einde van de maand. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Dank u wel, meneer Diepemaat. Meneer Hermanides, wilt u reageren? Ja. Jazeker. Eerste vraag, voor wie is het programma? Dat is in Oost-Groningen voor alle koopwoningeigenaren. Maar wij richten 80% van onze communicatiemiddelen op de energiearmoedendoelgroep. Wij zijn in bepaalde wijkaanpakken nu aan het experimenteren met het toevoegen van onderhoud aan het verduurzamingsverhaal. Dus op het moment dat je die voor wat kozijnen tegenkomt, dat je dat ook meteen meeneemt. Maar dan loop je inderdaad wel aan tegen subsidiestromen die daar niet voor zijn en andere financieringsvragen. Als we kijken naar het gebied in geheel, hebben wij 45.000 koopwoningen in het gebied. Wij schatten in dat ongeveer 8.000 daarvan onder de energiearmoededoelgroep vallen.
Dit jaar gaan wij er 500 van helpen. Komend jaar, komende jaren 2000 per jaar. Dus wij zijn over 5 jaar klaar. En daar zouden wij ongeveer 16 miljoen euro voor nodig hebben. Voor de organisatie. Dank u wel. En meneer Meijer. Ja, ik zal het heel kort houden, want wij hebben eigenlijk al ervaring. Ik zou bijna mevrouw Van der Plas willen influisteren. U moet dat eens aan meneer Pastors vragen, want die is wel al namelijk een jaar of 11 bezig. Dus wij weten ongeveer wat het daar heeft gekost. En dan heb ik het niet alleen maar over het woondeel of de verduurzaming, maar juist de samenhang van wat we wonen, werken, leren, gezondheid en veiligheid noemen. Want die hebben allemaal elkaar te maken. Als een kind naar een zogeheten rijke schooldag gaat, uren extra per week vakonderwijs, maar het komt thuis in een schimmelwoning, dan heb je weer verloren aan de achterkant wat je aan de voorkant dacht te hebben gewonnen. Dus die integraliteit, die samenhang, weten we al 11 jaar met NPRZ. Daar hebben wij ook voor een groot deel ons nationaal programma Heel Noord op gebaseerd. Niet alles. Zijn ook alweer wat verschillen er en der. In Heerlen hebben wij berekend dat ons dat ongeveer 20 miljoen per jaar extra gaat kosten. Nou, reken uit waar je dan over 25 jaar zit. Dat gaat om forse bedragen. En ik geloof dat het op NPLV-gebied, de 20 gebieden bij elkaar, dat je het dan al gauw over 600 miljoen per jaar hebt. Opnieuw, het gaat hier om forse bedragen, omdat de achterstanden en dus ook andersom gezegd de potentie heel erg groot is. En voorzitter, ja, meneer Heikoop, u heeft het woord. Daarbij dus ook wel echt aangeven dat de middelen, het geld, eigenlijk niet het allergrootste probleem is. Behalve dan die structurele relatie tussen Rijk en gemeente en provincies, waar we het al eerder over gehad hebben. Als je kijkt wat er nu ook aan de hand is, dat gaat ook echt over de handjes. Een autoriteit op het gebied van arbeidsmarktbeleid, Hans Borstlap, die zei al van ja, het kabinet zet tientallen miljarden apart, maar vergeet even wie al die dingen moet neer gaan zetten. En daar lopen we echt heel erg tegen aan. Dus daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn, ook vanuit de reïntegratiebudget. En het tweede punt gaat ook wel over wet en regelgeving. We hebben het natuurlijk gehad over de wet natuurbescherming. Nou, dat is gewoon een Europese wet en regelgeving. Daar moet aandacht voor zijn, want dat is een belemmering. Maar ook wij zelf. Ook in Dordrecht had ik een groot project. Flink wat sociale huurwoningen, verduurzamen, vernieuwen. We konden snel aan de slag. Iedereen stond klaar. We hebben op onze eigen omgevingsdienst, tenminste het ging ook weer over natuurbescherming, dus de omgevingsdienst Haaglanden. Gaat me even niet om het nemen en shame hoor, maar gewoon de termijnen niet halen. Gewoon 8 maanden weer extra vertraging. De corporatie hangt aan de bel van ja, het project gaat uit de klauw lopen, het wordt te duur, bouwkosten stijgen. Laten we ook proberen onze eigen overheid strakker en beter te organiseren, expertise in huis te houden. En niet al te veel kortzichtig te kijken door straks weer een bezuiniging eroverheen te doen en dat we onszelf weer in de voet schieten. Dat wil ik ook meegeven. Dank u wel, meneer Heikoop. Mevrouw Van der Plas, was er nog ruimte voor een vraag? Ja, ik sla de tweede vraag even over, omdat nu 4 mensen aan het woord zijn geweest. Dus omwille van de tijd, denk ik. Dat is aardig van u. Meneer Peter de Groot namens VVD. Ja, dank. Ik heb 2 verschillende vragen. Korte vragen, denk ik. De eerste is aan de heer Heikoop. We hadden het net al over het ecologisch onderzoek wat nodig is hè, voor, bij isoleren. Nou, dat is vandaag ook allemaal het nieuws geweest. Ik heb eigenlijk de vraag andersom. Hè. Is het al inzichtelijk hoeveel geld er nodig is voor alle provincies om die scans te doen? Dat op te zetten, hè? Dus die soortenmanagementplan te kunnen maken, gemeenten erbij te kunnen ondersteunen om zo eigenlijk vanaf die kant ervoor te zorgen dat de isolatie toch kan plaatsvinden. En is het ook al gekoppeld aan wat u eigenlijk vraagt, hele langdurige financiering vanuit het Rijk? Hè? Is er al zicht op eigenlijk? En kunnen we dat hier vanuit de Kamer dan ook enthousiasmeren om dat vast te klinken, zodat we dat in ieder geval geregeld hebben? Dat is vraag 1. Meneer Heikoop. Ja, voorzitter, dank voor de vraag. Een vraag waar ik natuurlijk ook wel blij van word. Nee, het is er nog niet. Dus we willen heel graag dat het vastgeklonken wordt. En we zijn nu aan het uitzoeken om hoeveel middelen dat gaat. We weten nu nou ja, op niveau van gemeenten, tienduizenden en provincies, 100.000 euro's wat dan beschikbaar is. En we hebben al een beetje gekeken dat een provincie als Zuid-Holland, dat gaat echt over het miljoen heen om zo'n plan te kunnen maken. We kunnen dat op hele korte termijn op een rijtje zetten. En dan zien we ook wat we nu krijgen en wat er nodig is. En dan kunnen we op dat vlak rust krijgen. En daar zou uw Kamer zeer ondersteunend bij kunnen zijn. En u zou de minister daar ook naar kunnen vragen. Wij blijven graag in contact om u de getallen te geven. Dank u wel, meneer Heikoop. Meneer Peter de Groot voor zijn tweede vraag. Ja, de minister heeft overigens ook al aangegeven hè, dat hij dat wil ondersteunen. Dus oké, okay, dat wordt dan vervolgd bij deze. En dan mijn tweede vraag gaat veel meer over de wijkgerichte aanpak, de verduurzaming. Nou, ik heb er ook met de diplomaat over gesproken, over de TOF-regeling. Dus ik zat een beetje te twijfelen aan wie zal ik de vraag stellen. Ik denk dat ik toch naar de heer Herman Nides ga. Goed aangesproken zo. Ja, dat is toch een soort van
goede naam uitspreken is altijd fijn natuurlijk. Nee, wat ook, het werd ook al gevraagd. Hè? Uiteindelijk gaat het erom van op het moment dat je aan de slag gaat in een woning, dan wil je eigenlijk ook graag dat die energierekening daalt. Of je daar nou wel of geen subsidie voor moet krijgen of een lening voor moet afsluiten. En daarom is het ook heel interessant, en dat is eigenlijk ook bij de wijkgerichte aanpak, maar ook op individueel niveau. Of dat dan gaat iemand die te maken heeft met energiearmoede of niet. Wie zou, u heeft daar nu ervaring mee, wie zou nou eigenlijk de partij moeten zijn in de praktijk die zegt, joh, ik geef ook die garantie dat die besparing gehaald wordt. En wat dat is natuurlijk heel interessant. Als je isoleert, zegt, nou, dat is ongeveer de verwachting. Als je met de verwarmingsinstallatie aan de slag gaat, dan is dat ongeveer de verwachting. En ik teken daar ook voor. Of is daar heeft u vanuit het Rijk daar nog een helpende hand in nodig om dat af te dwingen? Dank u wel, meneer Peter de Groot. Dank u wel voor de vraag. Wij hebben die rol naar onszelf toegetrokken. Als wij maken het advies en dan vinden we dat je ook zo'n grote broek moet kunnen aantrekken dat je dat garandeert. Dus dat doet de gemeente in deze. En nu is het wel zo dat wij dit zo hebben ingericht dat wij 80% van de besparing, zoals wij die meten, die garanderen wij. Uiteraard worden ook huidige situaties vastgelegd. Er ligt een hele overeenkomst onder. Maar wat wij merken is dat de garantie helpt, zeker bij de energiearmoede doelgroep, om die over de streep te krijgen. We hebben nog nooit een uitkering uit het fonds hoeven doen, omdat die besparing altijd behaald wordt. Dus ik denk dat het goed is om zekerheid te bieden aan de mensen. Ik denk dat het niet een heel groot risico is. En wie zou dit moeten doen? Ik denk de adviserende partij. Die maakt het advies. Die moet daar pal voor staan. Dus die moet dat ook durven garanderen. Dank u wel, meneer Hamarides. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van blok 2. Ik dank de sprekers voor hun inbreng. Een bijdrage. Blijf vooral zitten, zou ik zeggen. Op de publieke tribune bedoel ik dan. En dan schors ik nu kort de vergadering. Dank u wel.
Het is 5:30. Als iedereen plaats wil nemen, dan zijn we aangekomen bij het derde blok. Inmiddels heeft de heer Grinwis van de ChristenUnie ons verlaten vanwege andere verplichtingen. Ik heet welkom mevrouw Derksen van Edes, de heer Winkels van de Woonbond en de heer Klein van de vereniging Eigen Huis. En ik begin bij mevrouw Derksen voor haar inbreng. Dank u wel, voorzitter. En geachte commissieleden, dank ook voor de uitnodiging vandaag. En ik wil ook graag op 3 punten ingaan die ook in het position paper wat we vooraf hebben gestuurd hebben uitgelicht. Ten eerste, corporaties die hebben al heel veel gedaan aan de verduurzaming, maar ze zetten ook vol in op het verder gaan daarmee. Ten tweede, om huurders te helpen hun energierekening te betalen, moet ook het bestaansminimum omhoog. Ten derde, de wetgever, u bent aan zet. Alle spelers in transitie hebben duidelijkheid nodig. Het is er in de eerste blok ook al over gegaan, zowel als het gaat over financiën als ook over wetgeving. Woningcorporaties die lopen voorop in de verduurzaming van de woningvoorraad. 80% van de corporatiewoningen heeft reeds een label C of beter. We doen het daarmee ook beter dan de overige sectoren. Maar tegelijkertijd is de opgave nog heel erg groot. En dat beseffen we ons terdege. En juist daarom hebben we ook ambitieuze doelen gesteld in de nationale prestatieafspraken over uitfasering van de EVG-labels, over het aardgasvrij maken van 450.000 woningen tot en met 2030. En ook 675.000 woningen toekomstklaar gaan isoleren in die periode. We vragen geen huurverhoging voor isolatie, ondanks de grote investeringen die daar ook in staan, juist omdat we huurders daarmee heel erg helpen. Want die betaalbaarheid van onze huurders die staat onder druk. Corporaties doen ook al veel via een huurbeleid, met meerdere huurverlagingen in de afgelopen jaren, met een huurbevriezing. EFG-labels hebben gemiddeld al een lagere huur dan woningen met een beter label. Maar het is ook een heel ingewikkelde balans voor corporaties. De betaalbaarheid nu voor huurders die het gewoon echt heel erg moeilijk hebben. En aan de andere kant de mogelijkheid om investeringen te blijven doen op de langere termijn. Omdat die juist zo hard nodig zijn voor die structurele oplossing. Het ging er eerder vandaag ook al over. Geen pleisters plakken, maar echt werk aan die kwaliteit van die woningen. Zodat we daarmee ook de energielasten drukken. Corporaties zijn er ook niet voor inkomensondersteuning. Daar hebben we uiteindelijk u voor nodig. En dan werken wij hard aan de kwaliteit van die woningen. Want de heer Meijer zei het eerder ook al. Uiteindelijk, energiearmoede is ook in heel veel gevallen gewoon een armoedeprobleem. Ik krijg corporaties langs die dan zeggen, ja, ik snap heel erg de aanpak van de EFG-labels, maar de grootste energiearmoede bij ons zit in de C&D-labels. Waarom? Omdat de EFG-labels vaak de kleinere woningen zijn, met misschien een 1 of 2 persoons huishoudens. Terwijl die C&D-labels, daar wonen gezinnen met meer oppervlakte, die hebben een hogere energierekening. En prijsverhogingen qua energie hakken er daar dus ook vele malen harder in. Omdat ze gewoon meer verbruiken met meer mensen op een groot oppervlak. En in de praktijk is het ook nog best wel lastig om te werken aan al die verbetering van die kwaliteit. Capaciteitstekorten, lange vergunningprocedure. Het is al veel over de WNB gegaan, de wet natuurbescherming. Maar ook tegenstrijdige eisen, ook vanuit u als wetgever. En die wettelijke kaders zijn nog in ontwikkeling. En corporaties zijn juist gebaat bij die duidelijkheid, bij een consistent beleid in plaats van een stapeling van eisen. En daarom eindig ik ook graag met de wetgever is en u bent echt aan zet om ons daarbij te helpen die versnelling te realiseren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Derksen. Dan is het woord aan de heer Winkels van de Woonbond. Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor je mooie verhaal. Ik zit jaren in de duurzaamheid te werken, eigenlijk vanaf de jaren 90. En begin deze eeuw kwam energy poverty als term overwaaien uit Engeland, eigenlijk. En dan zeiden ze van, nou, als je 10% van je inkomen aan energiekosten, aan energielasten hebt, dan zit je in de energy poverty en daar hadden ze allemaal werk voor. Dan kwam ik 1 of 3 geleden bij de Woonbond werken. En een van de eerste dingen die ik leerde was van, je hebt heel veel verborgen energiearmoede. Want de huurder is niet gek. Als hij in een slechte woning zit, dan zet hij gewoon de kachel niet aan. En dan is die energierekening 6%, 7%. En dan komt hij misschien mooi niet voor in de statistieken van TNO. Maar dan leeft hij wel in hele ongezonde omstandigheden. Dus je hebt heel veel mensen die gewoon in de kou leven. Die zitten in de kou. En dat is eigenlijk een soort verborgen energiearmoede. En ga er even vanuit dat in de woning daarnaast de schimmel op de muur staat. Omdat de warme lucht
de muur condenseert tegen de muur en het daar nat wordt, dus bij de buren. Dus dat even ten eerste van er is nog veel meer aan de hand dan die 600.000 mensen die genoemd zijn huishoudens. 88% daarvan is huurder. Het armoedestukje had ik ook gewikipediaat, welke soorten armoede je allemaal hebt. Koken of stoken had ik nog niet gehoord, dus dat vond ik leerzaam. Maar ik zal daar niet terugkomen op onze position paper. Wel even herhalen dat we qua ambities op dit moment alleen maar in de lucht hebben de EFNG-labels weg in 2028 als afspraak met de corporatiewoningen in de particuliere sector. Daar is geen afspraak mee. En we hebben verder alleen maar de wetenschap dat ze in 2030 geen EFNG-woningen meer mogen verhuren. Dus dat is eigenlijk weinig. Als je op wijkniveau kijkt, dan ben ik blij dat Olaf van der Gaag straks spreekt voor de NVDA. Want die hebben een hele goede wijkaanpak bedacht die over heel veel meer gaat dan 1, 2 of 3 wijken. Die gaat over koopwoningen en huurwoningen. En die ook ongeveer hetzelfde kost als een energieplafond. Dus ik zie uit naar dat stukje straks. Olaf, die ook altijd wel... die een plekje in mijn hart heeft omdat je toen je dochter meenam naar kassa, waardoor het zo gezellig werd. Dat vind ik altijd leuk. Onzuinige woningen. Dus in 2030 is er een slecht labelverbod, maar er is veel meer nodig. In de particuliere sector bijvoorbeeld worden de subsidies maar heel matig gebruikt. Er is wel een SVOH, een subsidieregeling voor particuliere verhuurders om hun woningen te verbeteren. Maar daar is maar 2% van gebruikt de afgelopen jaren. Dus wij denken het is evident dat de wortel niet helpt bij particuliere verhuurders en dat het echt tijd wordt om daar naar de stok te kijken. Een eenvoudige manier om dat te doen is te zeggen van gebruik nou gewoon, noem enkel glas een gebrek. Dan kunnen mensen waar dat niet verbeterd wordt, naar de huurcommissie gaan. Enkel glas wat sinds 1948 op de markt is in Nederland, moet ik nog opmerken. Wat we ook eigenlijk zeggen is vanaf 2025 zou je gewoon geen huurverhogingen moeten doen in woningen met E, F of G labels. Dan heb je aan de ene kant de impuls om te verduurzamen. Die huurder heeft geen huurverhoging en als die woning wel verduurzaamd wordt, dan heeft die huurder voordeel van de verduurzaming. Dus daar is een mogelijkheid om het leven van die hurende huishoudens in de particuliere sector te verbeteren. Vanaf 2025 zou je dan ook bij de andere labels via dezelfde methodiek eisen kunnen stellen. Of geen huurverhoging toelaten. We krijgen zoveel klachten over blokverwarming dat ik er net als Bastiaan deed even op moet terugkomen. De regeling is een pleister waarvan we zeggen laat hem alsjeblieft nog even zitten. Maar repareer hem ook door in de huurwetgeving veel strengere eisen te gaan stellen aan de installatie die bij blokverwarming toegepast wordt. Dus je gaat waterzijdig inregelen, vereisen. Je kunt thermostaatknoppen vereisen, zodat de mensen niet blijven zitten met onbegrijpelijke en onbetaalbare rekeningen alleen maar omdat ze een blokverwarmingssysteem hebben. Terug naar de mens. Als we de huurder beschrijven, dan is die soms een soort sitting duck die alles maar over zichzelf heen moet laten komen en niks kan beïnvloeden. En zo leef je soms ook als je in armoede leeft. Toch is die huurder ook een hele slimme gebruiker van zijn woning. En toch heeft hij ook inzicht in de dingen die daar wel en niet kunnen. En toch krijgt hij, als hij voldoende kennis heeft en mee wil in een project, nu kritiek op die 70% instemming. Wij zeggen, behoud de 70% instemming die nodig is in de corporatiesector bij grote renovaties. Uiteindelijk hebben de huurders een heel goed beeld over wat er wel en niet kan. En ook de aannemers hebben echt wel een hekel aan klussen waar minder dan 7 van de 10 mensen het prettig vinden dat hun woning gerenoveerd wordt. De sterkste huurder, die niet last heeft van armoede en daardoor de hele dag met zijn geld bezig is, die kan ook initiatiefrijk zijn. Die kan het initiatiefrecht gebruiken en wij zouden willen dat de lijst voor het initiatiefrecht uitgebreid wordt met zonnepanelen, met hybride warmtepompen. Op dit moment is het eigenlijk alleen maar isolatie en enkel glas. Hoe kan dat? Je kunt het dus wettelijk die lijst uitbreiden. Je kunt ook via woonteams die huurder een steuntje in de rug geven, zodat hij met goede vragen komt en goede processen samen met die huisbaas zorgt dat die woning verbetert.
Daartoe zou het Rijk meer geld aan de gemeente moeten geven, zodat die hun woonteams kunnen inrichten. En er komt zo meteen ook een voorbeeld van zo'n woonteam in de volgende ronde. Afsluitend is energiearmoede dus helemaal geen natuurwet. Het is gewoon iets waarvan je lijsten van maatregelen kunt nemen als beleidsmakers om te zorgen dat we hier binnen een paar jaar vanaf zijn met z'n allen. Ja. Zo simpel is het. Dank u wel, meneer Winkels, voor uw bijdrage. Dan zijn we aangekomen bij de heer Klein namens Vereniging Eigen Huis. Ja, dank u wel. Wij als Vereniging Eigen Huis vertegenwoordigen 800.000 huiseigenaren. En de afgelopen jaren is het aantal vragen wat bij ons binnenkomt betreffende de energierekening of het verduurzamen van de woningen, dat is echt explosief gestegen. Dat is gewoon een ontzettend hot topic waar mensen heel veel vragen over hebben. Er zijn ook continu veranderingen in het speelveld die stimulering van verduurzaming eigenlijk in de weg gaan staan. En wat ons betreft, ons pleidooi is echt dat de Rijksoverheid daar de handschoen op moet pakken en ook regie moet nemen. Zodat die maatregelen samen bijdragen zeg maar, aan dat doel meer verduurzaming, maar ook een betaalbare energierekening. Want iedereen verdient wat ons betreft een duurzame woning en ook een betaalbare energierekening. Ik wil het vandaag, voorzitter, hebben over twee onderwerpen. De betaalbaarheid van die rekening dus en ook het stimuleren van twee belangrijke verduurzamingsmaatregelen die een beetje in de knel komen te lopen. Namelijk de isolatie van de spouwmuren en ook het plaatsen van zonnepanelen. Ik begin eventjes met die betaalbare energierekening. Want we hebben al eerder gewaarschuwd als Vereniging Eigen Huis, en daar zijn we niet alleen, maar wel voor een flinke stijging van die energierekening in 2024... door het vervallen van de compensatiemaatregelen die er eerder waren, het stijgen van de netbeheerkosten en ook de extreme stijging van de energiebelasting. En Vereniging Eigen Huis wil dat de overheid voorkomt dat mensen vanwege hun energierekening zeg maar, in armoede geraken of dat ze hun huis niet verder kunnen verduurzamen, dat daar een stilstand komt. En we roepen de regering, maar ook hier vandaag dan de Kamer op, om die energiebelasting om die te verlagen en ook een noodplan achter de hand te houden mochten de energieprijzen in het najaar weer gaan stijgen. Dan de twee verduurzamingsmaatregelen die ik heb aangekondigd die onder druk komen te staan. Afgelopen zomer hebben we op twee belangrijke dossiers, op de isolatie en ook op de zonnepanelen, gemerkt dat de verduurzaming eigenlijk wordt bemoeilijkt en dat stimulering ook wegvalt. Deze twee belangrijke verduurzamingsmaatregelen die zorgen voor het betaalbaar houden van de energierekening, maar ook leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. En wat ons betreft moet de Rijksoverheid op die twee punten echt aandacht vestigen. Dan, voorzitter, de lang verwachte en aangekondigde onderwerp van de vleermuizen, waar vandaag al veelvuldig over gegaan is. De uitspraak van de Raad van State van 2 augustus jongstleden heeft duidelijk gemaakt dat de uitvoering van de spouwmuurisolatie, zoals die op dit moment plaatsvindt, niet conform de wet is. En dat voordat een spouwmuur geïsoleerd mag worden, dient er ecologisch onderzoek plaats te vinden en eventueel natuurvriendelijke maatregelen getroffen te worden. U moet zich voorstellen dat de gemiddelde spouwmuur in Nederland, dat varieert, maar gemiddeld 2.500 euro kost om een spouwmuur te isoleren. Te na-isoleren heet het zelfs in technische termen. En de kosten van een ecologisch onderzoek gemiddeld lopen op tussen de 5.000 en de 6.000 euro. Nou, dat is dus een business case die niet echt rendabel is zeg maar, voor mensen. En dat het los van de kosten, van de exorbitante kosten zeg maar, die het met zich meebrengt, dat het ook een enorme vertraging met zich naar voren krijgt. Dat je een enorme vertraging oploopt. Dus als er niet snel actie wordt ondernomen door het kabinet, dan wordt het voor huiseigenaren wordt een belangrijke mogelijkheid ontnomen om tijdig snel een maatregel te nemen die, zoals hier vanmiddag ook gezegd is, heel effectief is. En ook maken wij ons zorgen erover dat de isolatiebranche klappen krijgt. En die mogelijk ook op termijn kan instorten als gevolg hiervan. En dat heeft een grote impact op de klimaatdoelstellingen. Er zijn binnen het Nationaal Isolatieprogramma recent extra gelden vrijgemaakt om woningen van financieel kwetsbaren te isoleren. Maar de recente ontwikkelingen maken hier ook een einde aan. En het stilvallen van het isoleren van woningen heeft potentieel ook grote gevolgen voor de invoering van de hybride warmtepompverplichting in 2026. Want een technische voorwaarde voor het plaatsen van een hybride warmtepomp is ook dat je een slecht geïsoleerde woning geïsoleerd hebt. Anders gaat dat ding niet functioneren, in ieder geval niet volgens de verwachting die je daarbij hebt. En dat moet voorkomen worden, zodat spouwmuurisolatie weer betaalbaar kan worden uitgevoerd zonder dat daarbij de mensen die het doen of de mensen die het plaatsen ook de wet overtreden. En tot het moment dat de overheid hiervoor een pragmatische, betaalbare en snelle oplossing biedt, zien wij ons als Vereniging Eigen Huis genoodzaakt om die dienstverlening nu stop te zetten. En dat gaat echt wel om duizenden isolaties per jaar, zeg maar,
die we nu niet kunnen gaan doen. Dus per vandaag zijn we ook gestopt met deze zaken. Daar heeft u de berichtgeving denk ik ook van gezien. Dan een tweede onderwerp, de duurzame opwek van energie. Ook voor huiseigenaren, of die spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij met de zonnepanelen. Een aantal weken geleden kwam er een energieleverancier in het nieuws. Dat er terugleverkosten in rekening werden gebracht voor zonnepanelen. Maar we zien dat meer leveranciers onderscheid maken tussen mensen die zonnepanelen hebben en die ze niet hebben. En het is niet wenselijk dat energieleveranciers allemaal met eigen verschillende maatregelen komen die bovendien ook niet altijd even transparant gecommuniceerd worden met de klanten. Waardoor klanten niet meer precies weten waar ze aan toe zijn en daar eigenlijk heel veel onzekerheid ontstaat. Mensen met zonnepanelen zijn hier enorm door overvallen en voelen zich ook geconfronteerd met onverwacht hoge kosten en ook een kleiner aanbod van contracten waar ze uit kunnen kiezen. En huiseigenaren die wel zonnepanelen willen of dat overwegen, dat hoor ik ook in mijn eigen omgeving veelvuldig, beginnen openlijk te twijfelen van is dat nu wel het juiste moment? Want er is zoveel eigenlijk berichtgeving over die ook iets anders laat zien. Dus het sentiment daarover is wat ons betreft echt negatiever geworden. Volkomen onduidelijk is welke leveranciers en welke maatregelen nog volgen. En de onzekerheid wordt nog groter door de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling, doordat omvormers vaker uitvallen vanwege de overbelasting van het net, en ook doordat zonnepaneeleigenaren nu nog nauwelijks betaalbare mogelijkheden hebben om zonnestroom op te slaan of op een andere manier met wijkbewoners te delen. Dus er dreigt een stapeling van losse maatregelen die het plaatsen van deze zonnepanelen eerder ontmoedigt dan stimuleert. Het is daarom tijd, voorzitter, dat de regering consumenten gaat beschermen en duidelijke regels maakt hiervoor. Ze moet zo snel mogelijk met een samenhangend plan komen voor zon op dak. En er moeten in ieder geval een aantal belangrijke vragen beantwoord worden. Hoe garanderen we dat huiseigenaren binnen een redelijke termijn hun investering terugverdienen? Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van zelfopgewekte duurzame stroom? En hoe zorgen we voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten van zonnepanelen tussen verschillende groepen consumenten en bedrijven? Hier moet duidelijkheid over komen, zodat huiseigenaren weten waar ze aan toe zijn en dat de verduurzaming verder geen rem wordt opgelegd. Drie belangrijke punten die we vandaag wilden toelichten. De afgelopen tijd hebben we twee belangrijke stimuleringsmaatregelen zien wegvallen, terwijl het nu juist heel belangrijk is om te blijven verduurzamen en dit ook te blijven stimuleren vanuit de Rijksoverheid. Want wat ons betreft verdient iedereen een duurzame woning en een betaalbare energierekening. Hartelijk dank, meneer Klein, voor uw bijdrage. Dan is er ruimte voor vragen. En ik begin weer bij meneer Thijssen namens de PvdA. Dank, voorzitter. En dank ook aan deze gasten dat u er allemaal bent. Ik heb één vraag aan alle drie. Ik hoop dat dat ook mag. En dat gaat eigenlijk over de aanpak die we in de vorige sessie hoorden, die wijkaanpak. Dat gemeentes op allerlei verschillende manieren proberen achter de voordeur te komen om mensen echt mee te krijgen in die verduurzaming. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar of in jullie ervaring dat inderdaad ook nodig is om bij die huurders achter de voordeur te komen, of dat eigenlijk wel lukt zoals dat nu gaat. En ik ben natuurlijk ook wel benieuwd hoe Vereniging Eigen Huis die aanpak ziet, of jullie daar ervaring mee hebben. Dank u wel, meneer Thijssen. Mevrouw Derksen. Ja, dank u wel. En dank voor de vraag. Ik denk dat het heel goed is dat er gekeken wordt hoe gaan we op versnellen en hoe gaan we juist ook naar dat gespikkeld bezit, zoals het wel genoemd wordt, kijken. Om te zien, als je nou woningen hebt, zeker met rijtjes bijvoorbeeld, waar en corporatiewoningen zitten en eigenaar-bewoners, hoe nemen die nou allemaal mee? Want dat is gewoon verreweg de efficiëntste manier om het wel te organiseren. Tegelijk zien we dat er best wel een grote uitdaging is om dat goed te doen. Corporaties gaan natuurlijk al naar een huurders toe. De heer Winkels zei daar net ook al wat over. We zijn ook in gesprek met het Rijk en met de Woonbond samen over dat instemmingsrecht. En hoe doe je dat nou goed? Want corporaties willen graag dat gesprek aan. Tegelijkertijd zien we wel dat als je gaat kijken, kunnen we dat allemaal doen? Ook zo'n wijkgerichte aanpak, ook op isolatie, dan is dat voor corporaties wel een uitdaging. Daar werd in het vorige blok ook al iets over gezegd. Want we hebben al de opdracht voor de EFG-labels. We hebben de opdracht ook voor aardgasvrij, voor toekomstklaar. Maar als je een hele wijk gaat aanpakken, hoeft dat niet per se te betekenen dat daar ook al die EFG-labels bijvoorbeeld zitten. Dus het komt er wel naast en kun je dat organiseren en kun je dat ook financieren. Want we zien inderdaad dat plannen gewoon vaak dat er wel geld is voor de particuliere kant. Maar dat voor de corporaties er ook gezegd wordt, ja, u heeft toch budget, dat klopt. Maar de vraag is of het voor extra opgaven ook toereikend is, zeker op de lange termijn. Want uiteindelijk betalen de huurders
dat wel? Want dat is de enige inkomstenbron die een corporatie uiteindelijk heeft. Dus ik denk dat we daar wel goed naar moeten kijken. Maar als het gaat over de betrokkenheid van huurders en dat ook samen doen met de eigenaar-bewoners die ernaast wonen, heel graag. Want, en heel graag ook de hulp van de gemeente om dat samen te doen en te gaan kijken hoe betrekken we die partijen. We zijn ook heel blij dat een aantal jaar geleden de woningwet hierop gewijzigd is, dat corporaties hier ook meer in mogen doen naar eigenaar-bewoners. Want ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar in wijken kom je wel eens en dan zie je een rijtje woningen en dan zie je zo'n verhoogd dak en dan opeens is er een dak wat lager is en dan gaat het weer verder. Nou, dat is dan waarschijnlijk huurwoningen die wel verduurzaamd zijn en een particuliere woning die dat niet is. En wij horen van corporaties ook die twee keer die eindoplossing maken, is niet alleen minder efficiënt qua energieverbruik. Maar het is ook gewoon duurder dan als we die woning wel mee hadden genomen. Dus ondersteuning vanuit de gemeente en die samen die aanpak doen, daar zijn we heel erg voor. Dank u wel, mevrouw Derksen. Meneer Winkels, als u behoefte heeft om te reageren. Ja, veel korter natuurlijk, als bijna alles gezegd wordt. Maar toen het er net even over financiering ging en de vraag was van is er voldoende geld vanuit het Rijk? Toen zag je met name de lui die in de particuliere sector werkte knikken van jawel, we moeten het alleen langdurig hebben. Maar hier geldt het als de corporaties het moeten betalen, ook als het als de woningen al wat beter zijn, dat het altijd uit de huur moet komen. Dus is er voldoende geld? Ja, als je de huren hoog genoeg maakt, dan is er altijd voldoende geld. Kun je de huren verhogen? Nauwelijks, want 1 op de 4 huurders kan het al niet betalen. Dus daar zit wel heel erg veel wrijving. En voor de rest laat ik me aan bij alles wat Edis net zei. En werken we ook gewoon samen op dat gebied via de huurdersorganisaties en de bewonerscommissies. Dank u wel, meneer Klein. Ja, wij zijn een vereniging van individuele leden, om het zo maar te zeggen. Dus een wijkaanpak, daar hebben we mee te maken. Maar niet zozeer dat wij daar een regie voeren of iets dergelijks. Wat we wel zien is dat we met een aantal gemeentes wel samenwerkingen beginnen te ontstaan. Omdat gemeentes ook partners nodig hebben waar ze uiteindelijk mensen die willen verduurzamen ook naartoe kunnen verwijzen. Zo bijvoorbeeld ook in de gemeente Den Haag hebben we een opzet gedaan dat leden, of dat niet dat leden, dat burgers vanuit de gemeente benaderd werden. Dat er ook werd gezegd van nou, we hebben duurzaamheidsleningen, we hebben allerlei aanpakken en subsidies waarop u uw woning kunt verduurzamen. En waarbij we ook zeg maar als een van de partners werden gezien waar ze uiteindelijk ook terecht konden. En dat heeft tot hele mooie samenwerkingen geleid. Waarbij er ook gewoon ambtenaren op ons kantoor in Amersfoort in onze studio kwamen, waar we een grote webinar deden, waar heel veel mensen die geïnteresseerd waren konden meekijken en ook hun vragen aan ons konden stellen. Ja, waar we toch soms iets meer expertise hebben dan een gemiddelde gemeente op dat vlak. Dus dit soort samenwerkingen zoeken we op. Juist ook omdat we niet een commerciële partij zijn, maar een maatschappelijke organisatie met een groot bereik. En daar zien we ook zeker een rol voor ons weggelegd. Dus dat is wel iets wat de afgelopen jaren aan het kenteren is. Omdat gemeentes zo'n grote regierol moeten nemen. Dank u wel, meneer Klein. Mevrouw Beckerman, aan u het woord. Volgens mij is ook wel al heel veel gezegd. Ik ben ook wel benieuwd, misschien nog, want de heer Winkels die was heel fel op die 70%. Ik was ook wel benieuwd wat Edis daarvan vindt en waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt. Want ik kan me ook voorstellen dat, zoals het voorbeeld van HR++ in verrotte kozijn, niet dat ik dat u feit, maar daar. Ja, als daar geen geld voor is voor bredere maatregelen dan alleen verduurzaming, dat ook wat ingewikkelder is. Dus ik ben wel benieuwd wat Edis daarvan vindt. Mevrouw Derks, aan u het woord. Dank u wel. Wij zijn voorstander van behoud in principe van het overleg met de huurders. Want wij vinden gewoon, als je dit soort dingen gaat doen, je komt in het huis van huurders, dus je moet ook met hen het gesprek aan. Dus er is, wat dat betreft zitten wij gewoon op één lijn dat we zeggen, we gaan dat gewoon doen. Waar we nu mee naar aan het kijken zijn, is hoe richt je dit soort instemmingsvereisten, want daar gaat het uiteindelijk over, en ook de initiatiefrecht, waar de heer Winkels ook al wat over zei, nou goed in, passend ook bij dit soort verduurzamingsmaatregelen. En dat is wel een grote zoektocht waar we mee bezig zijn. En daar zijn we gelukkig heel goed over in gesprek. Maar wat zie je bijvoorbeeld gebeuren, is eigenlijk nu, het is een beetje technisch, maar nu kent ons recht, kent eigenlijk maar twee mogelijkheden. Iets is of een dringende werkzaamheid, of het is een renovatie. En bij die renovatie heeft de Hoge Raad gezegd, dat moet ook leiden tot een comfortverbetering. Maar wij doen ook duurzaamheidsmaatregelen waarvan je kan twisten of dat leidt tot comfortverbetering. Neem het aansluit op een warmtenet. U had een warm huis, nu heeft u weer een warm huis. En er verandert eigenlijk verder niet zoveel. Maar toch kiezen corporaties ervoor om dat bijna in alle gevallen via een soort renovatieproces te doen. Juist om
dat gesprek ook met die huurder en ook hen ja, om instemming te vragen, dat de meerderheid van de huurders hier ook achter gaat staan. Maar dat vereist wel gesprek. Als het ook gaat over de aanpassing van het initiatiefrecht, dan zijn we er ook groot voorstander van dat dat ook op meer plekken kan. Dus dat je op meer maatregelen, ik zie je vraag aan het kijken, op meer maatregelen ook het initiatiefrecht in kan zetten. Wat daar altijd wel in oogschouw genomen moet worden, is als het over echt hele grote dingen gaat, dat corporaties hebben een meerjarenplanning. Dus als je daar opeens doorheen zou gaan fietsen met hele grote projecten, dan betekent het dat je één complex naar voren haalt, ook dat je een ander complex naar achter schuift. En dat zijn best moeilijke afwegingen. Dus dat gesprek moet altijd wel gevoerd blijven worden hierover. Dank u wel, mevrouw Derksen. Dan ga ik naar mevrouw Van der Plas, als zij de behoefte heeft aan vragen. Ja, dat heb ik zeker. Want we gaan toch weer even terug naar de vleermuis. En dat klinkt voor mensen van, heb je het nou alleen maar over vleermuizen? Maar het heeft echt wel grote gevolgen. Zoals ik de heer Klein beluister ook. Het heeft gewoon echt grote gevolgen. Er gaan gewoon duizenden, misschien wel tienduizenden woningen niet of pas heel laat geïsoleerd worden. Dus daar moeten we denk ik als Kamer zeker wat mee. De heer Klein zei ook van, dat gaat ook klappen zorgen bij de isolatiebranche, wat dus weer het gevaar gaat opleveren dat er straks gewoon niet genoeg mensen zijn om het te doen, hè, als bedrijven dan over de kop gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de warmtepomp. Dus wat ik me afvroeg in dit onderwerp, dit is een van de dingen die spouwmuurisolatie dan tegenhoudt of fors vertraagt. Maar welke andere regels zijn er die eigenlijk ook de verduurzaming van huizen tegenhoudt? En dat vraag ik eerst als, aan de heer Klein, maar misschien ook aan mevrouw Derksen. Als programmamanager verduurzaming bij Edis. Okay. Dat is mijn vraag. Dank u wel. En ik weet niet of ik daarna nog een vraag mag stellen. Ja, tweede vraag. Meneer Klein, aan u het woord. Dat weet ik zo in generieke zin niet. Ik had gehoopt dat u zou vragen van wat moet er nu gebeuren, zeg maar op korte termijn. Ja, die vertaling mag u maken. Die wat wilde ik zeg maar eigenlijk hierin meenemen. Nee, als je het hebt over woningbouwproductie, dan hebben we het ook snel over stikstof en heel veel andere regels die daar ook, maar daar hoef ik u niet zo over uit te leggen. Dat is bekend, denk ik. Als je het hierover hebt, heel specifiek, dan is dit de flora of de natuurwet eigenlijk waar dit in staat. En wat je ziet is dat er dus op individueel niveau moet er nu gekeken worden wat er in zo'n huis zeg maar plaatsvindt. Nou, dat is een hele kostbare en een hele arbeidsintensieve en een tijdrovende exercitie. Wat je ziet is dat in de provincie Utrecht is een aanpak ontwikkeld eigenlijk, dat de provincie daar een soort ontheffing kan verlenen. Dat ze dus op gemeentelijk niveau moet je dan zo'n SMP vaststellen. Ik stel me daarbij voor dat je gewoon kijkt van waar bevinden zich vleermuizen, welke soort vleermuizen, in welke gebieden is dat, et cetera. Wat voor maatregelen kan je daarop treffen? En als je daarmee bezig bent, dan kan je ook al tijdelijk een ontheffing aangeven richting woningeigenaren, dat ze daarmee aan de slag kunnen. Dat is ook onderwerp van een ministeriële regeling, zeg maar, die in de maak is. Dus daar is het Rijk al mee bezig. Daar is ook geld voor uitgetrokken. Daar hebben wij ook als vereniging op gereageerd. Wij maken ons alleen zorgen of die, dacht ik, een bedrag van 44 miljoen voor heel Nederland, of dat voldoende is om elke gemeente. En ik kom zelf uit de gemeente, ik ben wethouder geweest in Den Haag, dus ik ben heel vriendelijk voor gemeentes. Maar of je gemeente zou mogen verplichten. Ik vind dat je gemeente zou moeten verplichten om dit te doen. Daar staat tegenover dat je ze wel financieel moet compenseren. Dus je moet dan ook bij die verplichting moet je dan ook zeg maar een schadeloosstelling zeg maar organiseren. Maar ik vind dat je in heel Nederland dan ook op dezelfde methodiek zou moeten werken en niet dat de ene gemeente het zo doet en de andere gemeente het zo. Conform de wet kijken hoe kan je dat doen. Dus via zo'n SMP of zo'n pre-SMP uitgevoerd dan onder regie van de gemeente. Hè, dat het niet bij de individuele burger ligt, maar dat je dat op een hoger niveau zeg maar doet. En dat daar dan ook de financiële middelen voor zijn dat je dat op een goede manier kan doen. En dan als laatste punt geldt daarbij ook nog dat je ook moet kijken hoe worden ook huiseigenaren daarbij gecompenseerd. Want huiseigenaren moeten nu natuurbeschermende maatregelen treffen.
Ik wil niet al te gedetailleerd worden, maar het zijn exclusion flaps. Dat zijn flappen die worden gehanteerd dat een vleermuis er nog wel uit kan, maar niet meer erin kan. Hè, dat je ze dus in de tijd zeg maar, langzaam verjaagt naar een andere plek. Dat is een maatregel die huiseigenaren dan zeg maar, moeten nemen, mochten ze er zitten. En ook alternatieve nestkasten in en rond de woning. Nou, daarbij moet je ook afvragen, is dat de methode of zijn daar misschien ook nog publiekere voorzieningen te treffen? Ik weet bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag hangen ze in heel veel stadsparken hangen vleermuiskasten. En dat zou misschien ook een oplossing zijn dat het niet bij individuele huiseigenaren komt dat overal nestkasten komen te hangen, maar dat je dat op een iets slimmere, publiekere manier ook organiseert. Dus ik denk dat daar heel goed naar gekeken moet worden en dat dat ja, ook een rol is voor de Kamer om daar goed op te letten hoe dit snel kan gebeuren. Maar laten we niet vergeten, de vleermuizen zijn uiteraard en ook beschermde vleermuizen voor biodiversiteit zijn van belang. Maar de energierekening van mensen is ook heel erg van belang. En als je het hebt over inderdaad een snelle maatregel die ook snel effect heeft en waar mensen heel snel mee aan de slag kunnen, ja, dan is die dus nu gewoon vooralsnog even weggevallen. En dat is buitengewoon spijtig. Dank u wel, meneer Klein. Mevrouw Derksen, mag nog reageren? Ja, dank u wel. Ik heb wel een lijstje. Een deel daarvan is ook al genoemd, dus dat scheelt. Uw regelgeving ging het net al over. Ook over de wet natuurbescherming. Corporaties werken daar al lang mee. Dus die vleermuiskasten hangen vaak wel op de corporatiewoningen die verduurzaamd zijn. Tegelijk zien wij ook echt, dit kost zoveel tijd en investering. En het zou ook ons heel erg helpen als die vergunningprocedures korter zijn. Als die SMP's, die soorten managementplannen, landelijk uitgerold kunnen worden. Dat soort zaken zekerheid bieden. En ontzorging daarop is denk ik voor de hele verduurzamingsopgave belangrijk. Het zit hem ook in een aantal dingen als wetgeving. De WGIW, de WCW, het is u allemaal niet onbekend, neem ik aan. Zorg dat die kaders ook voor gemeenten op orde zijn, zodat zij ook weten waar ze aan toe zijn en dat ze ook echt stappen kunnen gaan zetten. Het zit hem bijvoorbeeld ook in het Acanthus-arrest. Ik weet niet in hoeverre u dat allemaal bekend is, maar dat gaat over de verrekening van installaties in de huur. En het grootste probleem is niet eigenlijk wat er wel of niet mag, maar is dat we niet weten wat er wel en niet mag. En dat is misschien nog wel erger dan dat je het soms niet eens bent met wat er besloten wordt, maar dat je niet weet waar je aan toe bent en dat rechters heel verschillend beslissen. Dat maakt het echt heel onzeker en dat remt nu bijvoorbeeld ook de proeftuin in Zoetermeer gewoon echt. Wel, het gaat over 1100 woningen op een warmtenet. Dat is iets wat we toch met z'n allen zouden moeten willen. Dat zou echt heel erg helpen. We zien bij circulariteitseisen dat er ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld de aanscherping van de NPG. We snappen heel goed waar dat vandaan komt. Tegelijkertijd zien we ook dat warmtepompen blijken opeens veel slechter te scoren in zo'n berekening. Zonnepanelen scoren al slecht, maar willen we eigenlijk wel. Dus er zit tegenstrijdigheid in dit soort eisen. En dat maakt dat ze moeilijk te combineren zijn. Dus dat soort tegenstrijdigheden moeten er echt uit als je die versnelling goed wil gaan doen. Dus scherp niet op alle losse onderdelen steeds maar weer aan. Maar kijk echt naar het integrale plaatje. Dat zou daar de oproep zijn. En hetzelfde zit hem een beetje in de standaard voor woningisolatie. We snappen hem heel goed als handelingsperspectief. Maar er wordt ook steeds meer naar gekeken als een soort minimum eis. Zeker voor huurwoningen. Levert ook wel de situatie op dat je eigenlijk als corporatie niet meer de keuze kan maken. Doe ik 2 woningen goed en ze gaan op een warmtenet met een middentemperatuur. En dat kan met een stukje minder misschien dan de standaard, maar wel echt met goede isolatie. Of ga je voor 1 woning echt naar de standaard, want je wilt hem ook op een warmtepomp op lage temperatuur. Maar ook voor uw beeld, wij hebben A+ woningen waarvan 10% maar aan de standaard voldoen. Dus dan heb je echt wel een goede woning, maar die halen de standaard nog niet. En als we nou ergens beginnen, laten we dan niet beginnen met nieuwbouw uit 2018 die nog dat ene kleine stapje moet doen. Laten we dan beginnen met die woningen die er gewoon nog echt niet goed zijn, genoeg zijn, eigenlijk gewoon niet meer voldoen aan de standaard van deze tijd. En dan doe ik niet de isolatiestandaard, maar de EFG-woningen bijvoorbeeld. Laten we die een grote sprong zetten. Dat helpt onze huurders het meest in hun energierekening. En dat helpt ook het meest om de CO2 terug te dringen. Dus laten we dan verstandig investeren. Dat zou ook onze oproep zijn. Dank u wel, mevrouw Derksen. Dan de tweede vraag van mevrouw Van der Plas. Ja, want ik voel me wel even af bij dat SMP. Ja, dat klinkt mij wel een beetje als pasmeldersdrama. Dat je eigenlijk van tevoren een beetje op de pof ruimte krijgt. Dat was met de pasmelders natuurlijk het geval dat ze
eigenlijk, ze kregen vast een natuurvergunning en ik hoefde daarna pas de stikstofuitstoot te verlagen, even plat gezegd, simpel gezegd. En is dit dan niet een beetje hetzelfde gevaar met zo'n SMP, dat je dan wel alvast een ontheffing krijgt en dat je dan gaat kijken wat je gaat doen of hoe je het gaat oplossen, dat er dan toch weer het gevaar gaat bestaan dat er misschien wel dierenclubs in dit geval, milieuclubs, naar de rechter gaan stappen en zeggen van, ja, maar hoor eens even, dat kan niet. Eerst moet het geregeld zijn en dan pas de vergunning. Want ik zie hier pasmeldersyndroom ontstaan. Is er behoefte bij iemand om hierop te reageren? Nou, dat ik dat niet kan uitsluiten, maar dat ik ook onvoldoende op de hoogte ben, zeg, om daar een antwoord op te geven. Want het is nu de voorgestelde aanpak. Hij is ook nog vrij recent, dus wat er daar in de toekomst, zeg maar, gaat gebeuren, dat kan ik ook niet voorstellen. Ja. Nee, dat lijkt me ook lastig, inderdaad. Maar de vraag is helder. Meneer Peter de Groot, voor uw bijdrage. Nou, ja, lijkt me mooi, maar de minste vraag in het debat op 5 oktober. Ja, dus ja. Dan gaan we hierover spreken natuurlijk. Dus goede vraag, vind ik. Want het is zeer terecht. Even kijken, ja, ik had me verheugd om ook deze vraag aan de heer Klein te kunnen stellen. Want voor mij was deze ronde tafel ook een beetje bedoeld als... want ik was rapporteur van deze commissie als het gaat over alle duurzaamheidsbudgetten die er in de begroting vorig jaar, die in de begroting verwerkt zitten. Alle de NIP, IFD-regeling, extra losse gelden voor armoedebestrijding binnen gemeenten. En eigenlijk kwam daar ook naar voren is dat er echt een brei aan geld, allemaal potjes. En overal is er geld voor. En de ene bak is wat groter, dus miljarden voor isoleren en... 150 miljoen per jaar extra om energiearmoede tegen te gaan. En dat is allemaal met de goede bedoelingen. Dus daar gaat mijn vraag niet over. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoeveel vragen zijn er over die verschillende potjes. En ook uw oproep van maak nou eens een integraal plan voor die zonneopwek. Hoeveel vragen zijn er nou eigenlijk bij Vereniging Eigen Huis binnengekomen van hoe kom ik in de vredesnaam voor een integrale oplossing voor mijn huis? En krijg ik toegang tot al die potjes? Is dat iets wat leeft, bijvoorbeeld binnen de leden of binnen de vragen die bij jullie binnenkomen? Of is dat iets wat hier misschien in de Kamer ontstaan is, aan beeld? Dus ik ben heel erg benieuwd naar uw antwoord daarop. Dank u wel, meneer Peter de Groot. De heer Klein. Mijn oproep over integraal, die had ik vanuit een ander perspectief, zeg maar. Niet zozeer vanuit financieel, terwijl die ook, denk ik, heel terecht is. Als er heel veel potjes zijn, wordt het ondoorzichtig. Ik weet niet of dat het grootste probleem is. Wat ik bedoelde met integraal is, zeg maar, op dit moment zie je, er wordt veel stroom opgewekt. Er wordt veel zonnestroom opgewekt. Steeds meer stroom wordt er opgewekt. Er ontstaan pieken in de opwek. Er ontstaan te weinig afname, waardoor je hele lage stroomprijzen krijgt, waardoor weer kosten worden gemaakt, worden doorberekend. Hetgene, zeg maar, wat je nu op dit moment ziet, wat er ontstaat. En daarin was eigenlijk ook mijn oproep van, kijk daar ook naar hoe je dat ook naar elkaar toe kan brengen. Ook het verbruik bijvoorbeeld. En dat je zaken als die opwek, dat je daar goed naar kijkt. Wat voor mogelijkheden zijn daarvoor? Hoe kan je omgaan met tarieven? Hoe kan je dat slim maken? U gaf in uw inbreng, volgens mij, refereerde u daar ook aan, hè? Over hoe je slimme gebruiksapparaten, zeg maar, thuis hebt die daar ook op ingaan. Nou, ik denk dat je hebt netbeheerders, zeg maar, die hier een belang bij hebben. Je hebt energieleveranciers die hier een belang bij hebben. De overheid heeft hier een belang bij en huiseigenaren hebben hier ook een belang bij. En onze overtuiging is dat al die verschillende partijen niet op het juiste, op hetzelfde level, om het zo maar te zeggen, aan het werk zijn. Grotendeels misschien wel, maar daar is nog een hele wereld te winnen. En dat bedoelde ik ook met integraliteit, zeg maar, daarin. Dank u wel, meneer Peter de Groot. Vervolgvraag. Ja, oké, duidelijk. Dit is duidelijk. Ik had nog wel een andere vraag aan mevrouw Derksen. Korte vraag gaat over die standaard. Ik heb zelf de afgelopen jaren, zou ik bijna willen zeggen, ook wel gepleit voor isoleren is ook ventileren. Dus misschien ben ik ook wel een beetje aanstichter van ook ventileren moet naar de standaard. Omdat ik anders gewoon bang ben, hè, dat we straks wel een lage energierekening hebben, maar een nieuw gezondheidsprobleem. Dus ik heb dat meerdere keren ook toe opgeroepen. Maar u zegt eigenlijk in meer of mindere bewoordingen, ook in uw paper, van ja, kijk nou goed of dat wel of niet nodig is. Maar wat is dan de, ik zeg het even in mijn eigen woorden, en dus dat is eigenlijk de vraag, heb ik dat dan bij het juiste eind? Maar wat is dan de maatlat? Als we zeggen van ja, we doen ventilatie niet op de standaard, of isolatie en ventilatie niet op de standaard. Ja, hoe weten we dan of we de goede kant op gaan? En niet straks al die mensen weer met een probleem zitten dat het huis niet ventileert.
Dank u wel, meneer Peter de Groot. Mevrouw Derksen. Dank u. Als u heeft verstaan dat ik heb gezegd dat de ventilatie niet moet, dan is dat absoluut niet mijn inbreng geweest. Want ik ben het heel geheel met u eens. Het is ook zo dat die ventilatie is heel erg belangrijk, juist om in de toekomst ook andere problemen te voorkomen. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar vocht en schimmel, vaak zit daar een ventilatieprobleem ook bij. Dus dat moeten we zeker ook doen. We hebben in de nationale prestatieafspraken niet voor niets gekeken naar een soort standaard voor toekomst klaar. En hebben niet de isolatiestandaard zoals die door het Rijk is één op één overgenomen. Dat heeft toch te maken met dat de isolatiestandaard en de hoogte daarvan vastgesteld is als een soort richtpunt voor als je nog niet weet wat er in jouw wijk gaat gebeuren. Ook zeker voor eigenaar-bewoners bijvoorbeeld. Ga hier naartoe, dan zit je eigenlijk altijd goed. Dat steunen we ook. Alleen om hem vervolgens als minimum neer te leggen, dan kom je op sommige plekken is de vraag of dat een goede afweging is. Want we weten op sommige plekken dat er een warmtenet ligt of een warmtenet komt die nog op hoge temperatuur zit, nog heel lang waarschijnlijk op middentemperatuur gaat verwarmen en helemaal niet naar lage temperatuur gaat. Daar kun je met een goede beperking van je warmtevraag ook uit. Dan nog zou ik sturen absoluut op de beperking van die warmtevraag. En dat is ook waar de standaard van uitgaat. Alleen moet je dan 100% naar de standaard toe, of als je daar net wat afblijft, gaat het dan ook goed. Het is lastiger monitoren, dat geef ik direct toe. Maar ik denk wel dat we moeten kijken naar de professionele afweging daarvan partijen. En het andere zit hem in, dat waar wij ook bang voor zijn, waar we steeds meer signalen van krijgen, is dat de standaard ook een nadeel heeft. En dat is namelijk dat een dergelijke goede isolatie ook kan leiden tot oververhittingsproblematiek. En we zien allemaal, ook deze dagen weer, met hoe warm het in september nog is, dat er steeds meer warme dagen komen en dat het moeilijker wordt om met een goede isolatie ook je woning weer af te koelen. En precies dat punt wordt nu bij nieuwbouw bijvoorbeeld wel ondervangen, maar bij nieuwbouw heb je allerlei sturingsmechanismen, zoals de oriëntatie van de woning, je overstekken, die eigenlijk het meest effectief zijn, maar die je bij bestaande bouw gewoon niet meer toe kunt passen. Want ik kan niet mijn woning oppakken en de straat even draaien. Dus dat soort dingen zijn gewoon lastig en daar proberen we heel goed te kijken, hoe zetten we onze middelen nou zo efficiënt mogelijk in, zodat we zoveel mogelijk huurders helpen en zoveel mogelijk CO2 besparen. Dus dat is de afweging die wij aan het zoeken zijn. En dat is best lastig af en toe, dat zeg ik er ook bij. Dank u wel, mevrouw Derks. Meneer Klein, met een toevoeging? Ja, een toevoeging op de heer De Groot over die subsidies. Want daar hebben we inderdaad onlangs een meldpunt voor gehad. En daar bleek dus uit, zeg maar, dat met name bij de ISDE-subsidie bijvoorbeeld, dat mensen gewoon die subsidieaanvraag onbegrijpelijk vonden. En dat daardoor mensen in het aanvraagproces afhaken. Dus er zijn wel zaken, en dat hebben we ook in het position paper opgenomen, en we kunnen u die uitkomsten wellicht nog wel eventjes toesturen aan de commissie. Allerlei zaken waar we het vanmiddag ook over hadden, van dat je een voorfinanciering moet doen, of dat je nog achteraf foto's moet indienen van de situatie zoals die vooraf was, waar mensen niet van op de hoogte waren, maar uiteindelijk gewoon waarmee je risico's loopt dat je de subsidie niet volledig krijgt. En dat zijn natuurlijk zaken die buitengewoon consumentonvriendelijk zijn, zeg maar. Als je gewoon goede bedoelingen hebt en ook de Rijksoverheid dat gewoon heel graag zou willen vergoeden, maar dat je dan in een administratief probleem terechtkomt, dat je dat, dat je dat niet goed begrepen hebt en dat je daar dan niet meer aan kan voldoen, zeg maar. Dus er zijn zeker verbeteringen op dat punt mogelijk. En die zal ik ook wel even met u delen. Dank u wel. Dan heb ik zelf ook nog een vraag aan de heer Klein. Want u stelt in uw position paper dat veel huiseigenaren wel willen verduurzamen, maar opzien tegen de kosten of het gewoon niet kunnen betalen. Maar ook mensen die zeggen van ja, ik ben nou op zo'n leeftijd dat ik heb geen trek in al die investeringen en ook dat hele traject. Een van die maatregelen is om dat toch voor elkaar te krijgen, is om door mensen te ontzorgen. Daar is vandaag ook heel veel over gegaan. Ook het toffe project uit het Enschede. Ik pleit er langer voor gebouwgebonden financieringen. Dat je mensen kunt ontzorgen en dat ze een bepaald deel terug kunnen betalen via de gemeente. Ziet u daar ook bij uw leden van de vereniging ruimte? Denkt u dat mensen daar open voor zullen staan om via objectgebonden financiering, dus niet op een persoon, maar op een object, zou dat een manier zijn om toch snelheid te betrachten? Ja, dat is een oude discussie. Moet ik even terughalen. Die is al eerder, zeg maar, is dat naar voren gekomen. Ik denk dat we in eerste instantie belangrijk vinden dat het voor mensen toegankelijk is, dat mensen begrijpen ook wat ze kunnen doen. En bij duurzaamheidsopties, daar rinkelt onze telefoon dagelijks over, zijn gewoon hele elementaire vragen. Gezien mijn situatie, wat kan ik überhaupt doen?
Dat is waar mensen heel erg mee geholpen moeten worden en ontzorgd moeten worden. Ik durf niet zeker te stellen zeg maar, of die financiën in dat opzicht, of dat daar een bijdrage zou aan kunnen leveren. Dat weet ik niet. Helder, daarmee zijn we aan het eind gekomen van blok 3. Dan wil ik mevrouw Derksen, meneer Winkels en meneer Klein enorm danken. Schors ik korte vergadering voor het laatste en vierde blok. Dank u wel. Het voorstel is om meteen door te gaan met het vierde blok. Dus 1 minuut pauze. Oké, 5 minuten schorsing, jongens.
Goedenavond, welkom terug bij dit rondetafelgesprek verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede. We zijn weer compleet. We zijn aangekomen bij het vierde en laatste blok. Ik heet welkom de heer Dijnum van de Federatie Elektrotechniek Nederland, denk ik. De heer Van der Graag, voorzitter Nederlands Vereniging van Duurzame Energie. De heer Geurts van Kessel namens het regionaal energieloket. En mevrouw Houtenpen van de stichting Woon. U kent de spelregels, korte inleiding. En dan de vraag van de Kamerleden. De heer Dijnum. Ik zou het kort houden, voorzitter. Geachte voorzitter, geachte dames en heren van de Kamercommissie. Allereerst hartelijk dank namens de fabrikanten, groothandelimporteurs van de technologie voor de energietransitie om vandaag bij u uitgenodigd te zijn en dat ik hier mag spreken. Voorzitter, leden, weet u wat uw energieverbruik thuis is? Per jaar waarschijnlijk wel. En ik wou net zeggen, anders pakt u de telefoon erbij. Maar weet u het ook per maand, per week, per dag, per uur, misschien zelfs al per minuut? Hier ligt volgens onze sector de sleutel. En fijn dat u het heeft geregeld. Maar ik weet niet of u representatief bent voor heel Nederland. Maar volgens ons ligt hier de sleutel als we met elkaar op zoek zijn naar oplossingen rondom energiebesparing en het voorkomen van energiearmoede. We vinden het heel normaal dat wanneer we in een auto rijden, precies kunnen zien hoe hard we rijden. Sterker nog, mede op basis van die informatie bepalen of we nou nog sneller gaan rijden of langzamer. Afhankelijk van, natuurlijk van de toegestane limieten. Maar hoe zit het nou eigenlijk bij die ruim 8 miljoen woningen hier in Nederland? En hoe zit het bij al die andere gebouwen in Nederland? Zonder inzicht in het verbruik is verduurzamen veel een complexe en een moeilijke opgave. Meten is weten en weten wat je meet is het oude adagium, maar dat gaat hier zeker op. En technologie biedt uiteindelijk de oplossingen voor dit vraagstuk. Maar haar potentieel wordt onvoldoende benut. Om te kunnen besparen is een goed en betrouwbaar inzicht in je energieverbruik essentieel. En natuurlijk, de meest basale maatregelen voor het verduurzamen van de woningen zullen zeker een hele positieve bijdrage leveren aan het besparen van energie. Maar iedereen wil natuurlijk graag weten hoeveel echt de besparing is. Iets meer dan 87% van de woningen in Nederland is inmiddels voorzien van de slimme meter. Maar die meten enkel het totale energieverbruik op het net of op het adres. En door middel van modellen probeert men wel inzicht te geven in meer details. Maar dat zegt niets over het werkelijke verbruik. Laat staan over het werkelijke energieprestatie van een woning of een gebouw. Technologie om dit nauwkeuriger te kunnen meten is al beschikbaar. Zelfs de technologie om ook beter je energieverbruik te regelen is ook gewoon beschikbaar. Voor zowel het elektrisch verbruik als ook voor de warmtevraag in een gebouw of in een woning. Want immers de beste besparing is als je het niet verbruikt. En daarnaast is het ook belangrijk om in je achterhoofd te houden dat het Nederlands beleid is gericht op het afbouwen van het aardgasverbruik. Maar dit betekent ook vaak dat het elektrische verbruik juist weer zou toenemen. Immers de vraag om energie te verwarmen zal ook ergens anders vandaan moeten komen. Wij roepen dan ook op dat de Nederlandse overheid om te komen met een consistent en een langjarig beleid. Waarbij het verslimmen van het energiesysteem in woningen en gebouwen gekoppeld wordt aan een dynamisch energielabel om hier zo snel mogelijk een start mee te maken. En dit ook te combineren met voorlichtingscampagnes waarin de inwoners van Nederland hier ook bewust van worden gemaakt. Energieleveranciers zouden hier ook een hele grote rol in kunnen spelen. En wat ik net al zei, dit vast te leggen in een consistent en een meerjarig aanpak, zodat de leveranciers en de installatiesector ook daadwerkelijk kunnen investeren in een effectieve en een efficiënte uitrol. Graag plaats ik nog wel één kanttekening. Hoe graag we het ook zouden willen, dit hebben we niet morgen opgelost. Voor de uitrol van ruim 8 miljoen slimme meters is nu al ruim 10 jaar mee gemoeid. En het programma Aardgasvrije Wijken leerde ons ook dat het heel veel tijd kost om achter de voordeur te komen. Maar daar waar je de bewoners direct inzicht kunt geven in hun eigen verbruik en daarmee ook dus direct inzicht kunt geven in hun eigen besparing, zal het ook de drempels gaan verlagen om die energiebesparende maatregelen te nemen. En daarmee ook meteen de juiste maatregelen te nemen. Energiebesparen start met het inzicht hebben in je werkelijk verbruik. Niet per jaar, maar juist per minuut, per uur, per dag. En daarvoor is die technologie al beschikbaar. Laten we dat dan ook breed gaan toepassen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Dijnum. Dan is het woord aan de heer Van der Graag. Ja, goedenavond. Veel dank voor deze uitnodiging. Mede namens mijn leuke dochters. En complimenten voor uw uithoudingsvermogen voor dit belangrijke onderwerp. Ik ben blij dat ik iets mag vertellen. Ik ben voorzitter van een vereniging van 1600 bedrijven uit de duurzame energiesector. En daar vallen ook bedrijven onder die woningen isoleren. Dus ik zal straks ook iets over de vleermuis zeggen. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die warmtepompen installeren, et cetera.
En we hebben natuurlijk nogal een turbulent jaar op de energiemarkt meegemaakt. Veel mensen en bedrijven hebben geweldige problemen met het betalen van hun energierekening gehad. En eigenlijk de enige mensen die nog met een glimlach naar die rekening konden kijken, die woonden in een goed geïsoleerd huis, die hadden zonnepanelen, die hadden een warmtepomp, die hadden misschien een warmtenet. En heel veel van die mensen die hebben dat ook het afgelopen jaar gedaan. Dus de vraag naar woningisolatie, warmtepompen, zonnepanelen, et cetera, was groter dan ooit. Burgers in dit land hebben 11 miljard euro geïnvesteerd in de verduurzaming van hun woning. En er zijn eigenlijk ook tal van regelingen van de overheid die daar hartstikke goed in helpen. Alleen wat het grote probleem is, is dat het heel veel goed opgeleide mensen goed weten te bedienen. Het zijn best complexe regelingen. Als je tijd hebt om erin te verdiepen en je hebt ervoor doorgeleerd, dan zie je eigenlijk, denk ik, hoe verrassend goed alles is uitgedacht door slimme ambtenaren van ministeries, van gemeenten. Maar voor mensen met een laag inkomen, misschien een lagere opleiding, is het allemaal best moeilijk toegankelijk. En ondanks alle stappen die er zijn gezet, zijn er nog heel veel mensen die gruwelijke stress van hun energierekening hebben gehad. Er zijn wel tijdelijke maatregelen genomen om ze in hun inkomen te helpen. Er is ook een prijsplafond natuurlijk ingevoerd. Maar dat zijn allemaal tijdelijke maatregelen, terwijl er sprake is, denken wij, van een structureel probleem. Dat Russische aardgas, dat komt echt niet zomaar terug. En ik denk ook niet dat we dat terug zouden moeten willen. Dus we hebben ook structurele oplossingen nodig. En daarvoor moeten we ook juist aan die mensen denken die in die armere wijken wonen. En tegelijkertijd hebben wij een enorm tekort aan vakmensen om al die uitvoering te doen. Dus eigenlijk het afgelopen jaar hadden wij helemaal niet meer vraag kunnen hebben. In die zin was het ook eigenlijk niet eens zo erg dat door de invoering van dat prijsplafond de vraag naar warmtepompen en isolatie terugliep. Dat is wel een effect dat wij zagen. Maar dat gaf niet echt, want we hadden een enorme werkvoorraad in de sector. Maar als we echt gaan opschalen en het tempo maken dat nodig is, dan moet het efficiënter. Dan moeten netbeheerders ook weten welke wijk ze waar en wanneer moeten aanpakken met een groter elektriciteitsnet. Moeten we ook zorgen dat we niet alleen maar individuele huizen verduurzamen, maar bijvoorbeeld ook in de wijk samen op een collectief warmtesysteem overstappen. Of dat bijvoorbeeld in de buurt doen samen met tuinders, zoals hier in het Westland gebeurt. Dus we hebben veel meer een structurele aanpak voor wijken nodig. En de heer Winkels van de Woonbond was net al zo vriendelijk om iets te zeggen over een plan dat wij daarvoor hebben uitgedacht. Wij hebben Ecoris, een onderzoeksbureau, laten uitrekenen van wat zou je nou structureel voor mensen kunnen doen als je hetzelfde budget zou uittrekken als we voor dat prijsplafond hebben gedaan. Dat is toevallig diezelfde 11 miljard euro. En het antwoord is dat je daarvoor 1,1 miljoen huizen structureel van het aardgas af kunt helpen. Dus dat betekent die mensen die hebben in principe nooit meer de energiestress die ze het afgelopen jaar hadden. Hun energierekening die gaat bijna 100 euro structureel per maand omlaag. Als de energieprijzen weer omhoog klappen, is die besparing nog veel groter. Maar je hebt dus 1,1 miljoen huizen permanent van het aardgas afgeholpen, verduurzaamd met een bijna 100 euro per maand lagere energierekening. Dat vraagt dus een enorme investering van 11 miljard. En wij denken dat dat ook nodig is om die buurtaanpak, die wijkaanpak, los te trekken. Want er wordt nu heel veel over gepraat. Met alleen erover praten gebeurt het natuurlijk nog niet. Dus wij denken dat we iets praktisch moeten doen, wat ook heel erg verleidelijk, aanlokkelijk voor mensen is. Er zijn nu dus heel veel regelingen. Als je er goed in verdiept, dan zie je dat het eigenlijk best goed in elkaar zit. Maar echt heel verleidelijk is het nog niet. Dus wij zeggen, je moet eigenlijk voor die mensen met een offer you can't refuse komen. Voor de armste mensen stellen wij voor dat je de volledige energierekening, of de volledige verbouwingskosten betaalt. Dus 100%. Voor de andere mensen die in die wijk wonen, stellen wij voor dat je de helft van alle verbouwkosten betaalt. Zodat voor die mensen echt een cadeautje is dat zij krijgen die energietransitie. En niet dat het wordt ervaren als een vorm van straf. En je dus ook structureel iets doet om slimmer gebruik te maken van schaarse capaciteit. Mensen een structurele oplossing biedt. Daar zijn we eigenlijk vrij enthousiast en positief over. Er is wel één haar in de soep gevallen de laatste tijd. Dat werd net ook al genoemd. Of eigenlijk is er een complete vleermuis in de soep gevallen. En daar heeft de vereniging Eigen Huis eigenlijk al een noodkreet over geuit die ik volledig onderschrijf. Om misschien nog één aspect daarvan te illustreren. Die isolatiebedrijven, die dus ook onderdeel van onze vereniging zijn, die zitten nu echt met de handen in het haar. Waar we een paar maanden geleden het gesprek met hun hadden, hoe kun je al die extra vragen proberen weg te werken op een fatsoenlijke manier. We hebben het nu met die bedrijven over hoe ga je om met de enorme terugloop in klandizie. En om dat met wat cijfers te illustreren, in augustus was de vraag naar woningisolatie, naar spouwmuurisolatie moet ik zeggen, de helft lager dan vorig jaar in augustus. En in september koersen we aan op een 80-90% lagere vraag naar spouwmuurisolatie. Dus dat is een drama voor die bedrijven. En als je dan kijkt naar welke oplossingen er worden geschetst, dat werd door Eigen Huis ook denk ik heel goed uitgelegd. Dat is hartstikke kostbaar, het is hartstikke bewerkelijk. Al die ecologen om al die studies te doen, die zijn er ook helemaal niet.
En bijvoorbeeld in de provincie Utrecht is een natuurkalender uitgewerkt. Het idee is dat je dan mee beweegt eigenlijk met de natuurlijke cyclus van vleermuizen. Dat is een sympathieke gedachte. Alleen het is voor bedrijven totaal onwerkbaar. Omdat het erop neerkomt dat je maar een paar maanden per jaar huizen kunt isoleren. En 7-8 maanden van het jaar je mensen naar huis moet sturen om, ja, weet ik veel wat, in de zomer ijs te verkopen. En in de zomer of in de winter misschien erwtensoep te gaan verkopen. Dus dat werkt niet als je maar een paar maanden per jaar je werk kunt doen. Dus we hebben hier echt een dringende oplossing nodig. Want anders dan stagneert nou net die woningisolatie waar nagenoeg eigenlijk iedereen voor is. Dus ik hoop heel erg dat we daar een praktische oplossing weten te vinden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Graag. Dan is het woord aan de heer Geurts van Kessel. Ja, goedenavond. Mijn naam is Paul Geurts van Kessel. Ik werk voor het regionaal energieloket. Wij zijn voor ongeveer 100 gemeenten in Nederland een warm loket voor bewoners, voor VVE's en voor bedrijven, waar mensen terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van hun huis. Het gaat over de techniek, over subsidies. U kunt zich voorstellen dat de afgelopen jaren de telefoon vaak rood gloeiend heeft gestaan door de ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden. In onze memo gaan we in op drie punten. De eerste is eigenlijk al een beetje aan bod geweest. Het gaat erover het structurele karakter en de rol bij de gemeente. In het klimaatakkoord staat een belangrijke regierol voor gemeenten. En er werd expliciet door u gevraagd van, noem eens wat over welke partij heeft dan welke rol in de energietransitie. Gemeenten zien we nu eigenlijk heel erg op stoom komen. Dus het voorstel is vooral om dat ook zo te laten en daar geen grote wijzigingen aan te brengen in ieder geval. Ambtelijke teams worden steeds meer uitgebreid. Dus dat is even een punt waar ik eigenlijk kort bij stil was staan, omdat daar al net een discussie over is gegaan. De energiefixers kwam ook al even aan bod. Eigenlijk sinds een maand of 10, eigenlijk sinds de energiecrisis vorig najaar, zijn er door heel Nederland plekken ontstaan waar fixteams, buurten en straten ingegaan zijn. Wij zijn dat zelf ook gaan doen. U kunt zich voorstellen met Uber Eats-tassen op hun rug. En studenten en mensen die we vanuit het sociaal domein hebben aangetrokken. Die met elektrische fietsen door woningen en door wijken heen gaan. Om de meest kwetsbaren onder ons te voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Ze geven daarbij tips. Soms zijn er mensen die de energierekening niet kunnen betalen, maar nog wel op een waterbed slapen. Bijvoorbeeld mensen die geen idee hebben wat er aan energieslurpers in hun huis aanwezig is. 10, 20, 60 watt gloeilampen die er nog hangen. Er zit heel veel onwetendheid nog. Dus dat is de ene kant. Maar ze passen ook de maatregelen toe. Voor 100, 200, soms 300 euro aan tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, deurdrangers, noem het maar op. Heel praktisch. Ze gaan pas weg als alle maatregelen zijn aangebracht. De mensen krijgen gratis spullen. Ze krijgen gratis montage en ze krijgen honderden euro's meteen aan besparing op de energierekening, zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Het gevolg is dat het vertrouwen in de overheid weer groeit. Die mensen krijgen weer iets, die worden gehoord. En eigenlijk voor het eerst sinds de uitrol van het gasnet komt de overheid weer bij u thuis. Met een concreet en aanlokkelijk aanbod. Nu zien we eigenlijk hele positieve bijeffecten ontstaan. Namelijk, in 10 maanden tijd hebben we ongeveer 140 van die energiefixers gevonden en geworven. Die met veel plezier elke dag het werk doen. Maar we zien nu ook dat die aan het doorstromen zijn. Dan wel naar een fulltime baan als planner of als coördinator op zo'n vestiging die ontstaan is. Maar ook naar bijvoorbeeld bouw- of installatiebedrijven. Dus het is een soort voorportaal. Eigenlijk zijn die fixdiensten die zijn eigenlijk een beetje tussen de maatregelen genomen die mensen zelf kunnen treffen. En het werk wat bouw- en installatiebedrijven doen. Er zit eigenlijk een hele soort type aan maatregelen tussen, waar nu eigenlijk nooit iemand aandacht aan gaf. We hebben de antwoord nog niet op de vleermuizen-hectiek, helaas. Ik had graag die silver bullet hier natuurlijk gebracht. Maar we kunnen wel kijken of bijvoorbeeld, dat is meer een oproep om daar ook met elkaar over het gesprek aan te gaan, of van die fixers een rol kunnen spelen in het bewerkelijke handwerk wat er nodig gaat zijn bij het oplossen van de hele vleermuisproblematiek. Denk dat je samen met ecologen samenwerkt om te kijken hoe kunnen we de hoeveelheid tijd per woning wat verlagen. Linksom of rechtsom is er een noodzaak aan handjes. En het is eigenlijk heel goed tegen de verwachting in, overigens moet ik zeggen, goed gelukt de afgelopen jaar om aan mensen te komen.
Een paar suggesties. Eén is, die regeling houdt op in 2025 voor energiearmoede. Onze suggestie is om die te verlengen en structureel te maken tot minimaal 2030. De bedragen per woning die er nu zijn voor uw beeld is ongeveer 250, 350 euro per woning. Dat zou je eigenlijk willen verdubbelen of verdrievoudigen tot 750 tot 1000 euro per woning. Want dan kun je ook wat grotere maatregelen treffen. Al de hele tijd wordt het waterzijdig inregelen van cv-installaties benoemd als iets wat gewoon een keer moet gebeuren. Dat rendeert gewoon, dat weten we. Maar niemand doet dat. En installatiebedrijven zeggen, mijns inziens ook terecht, van ja, wij pakken dat, of tenminste, laat ik me van mening onthouden, maar wij pakken die handschoen niet op, want wij kunnen die mensen niet missen voor het installeren van alle hybride warmtepompen. Dus deze fixers zouden dat wel kunnen leren. En daarmee benut je eigenlijk een hele nieuwe doelgroep. En we gaan eindelijk die woningen waterzijdig inregelen. Wellicht vleermuizen helpen. Er staan nog wat andere punten in het andere punten hier in het position paper benoemd. Dus bouw die bedragen op en verleng die regeling. En dat brengt me eigenlijk bij mijn laatste punt. Meneer De Groot vroeg net al even naar de weerbaar van potjes en subsidies. Eigenlijk voor gemeenten, als het gaat om grotere maatregelen, grotere isolatiemaatregelen, vermoeien we bewoners eigenlijk helemaal niet meer met alle subsidieregelingen. Wat er in de praktijk nu gebeurt, is dat een gemeente die stort middelen uit verschillende subsidiepotjes naar een derde geldenrekening. Wij gaan langs met een adviseur aan huis, maken een totale scan van de woning, inclusief de offertes, waar alle subsidiebedragen per stelpost gewoon in mindering worden gebracht. Voor sommige woningen betekent dat dat er 0 euro onderblijft, onderaan de streep. Dat hangt van de keuze van de gemeente af. Voor andere bewoners blijft er nog een paar honderd euro over. De bedrijven die voeren de isolatiemaatregelen uit, melden dat af in een systeem waarbij alle punten die wij nodig hebben om de ISDE-aanvraag in dat systeem worden verwerkt, waardoor wij de ISDE-aanvraag voor de bewoners al doen, hoeven we ze niet mee te vermoeien. We hebben dan automatisch meteen alle data en pas als de bewoner tevreden is, wordt de uitbetaling naar de isolatiebedrijven gedaan. Daarmee ontzorg je gemeente, je ontzorgt de bewoner en je ontzorgt een isolatiebedrijf die vooral kan isoleren en minder tijd kwijt is met allerlei romslomp en plannenmakerij. Dus dat is even een derde punt. Het sluit aan bij een energieloket 3.0 in iedere gemeente. Nou, wat dat precies is, staat daar verder benoemd. En daar wou ik het nu even bij laten. Hartelijk dank. Dank u wel, heer Geurts van Kessel. Dan is het woord aan mevrouw Houten-Pen. Ja, dank u wel ook voor de uitnodiging aan onze stichting om ook hier iets te vertellen over onze ervaringen als organisatie die heel veel bewoners spreekt en ondersteunt bij energievraagstukken. Allereerst hebben ook wij heel veel energiecoaches rondlopen in Amsterdam die weer samenwerken met de Amsterdamse fixbrigades om bewoners te adviseren over heel eenvoudige maatregelen. Hartstikke belangrijk. En we doen dat heel graag. We kunnen daar ook. De vraag explodeerde vorig jaar enorm bij de oplopende energieprijzen. We hebben gelukkig ook een beroep kunnen doen op een enorm toenemend aantal vrijwilligers die zich daar heel graag voor inzetten voor hun medebewoners. Maar we signaleren daaruit uit al dat werk ook ontzettend veel zorgen. Ik hoorde vandaag al veel vertellen over bewoners die echt niet meer stoken of dusdanig weinig dat het niet meer gezond is. En daar moeten eigenlijk veel structurele oplossingen voor komen. Energielasten zijn voor veel mensen echt veel te hoog. De portemonnee is echt vaak de bodem is bereikt. En energielabels zijn mooi, maar geven mensen vaak te weinig inzicht op hoe zit het nou werkelijk in mijn huis. Mensen begrijpen het niet altijd en heel veel begrip is toch nodig om inzage te krijgen en daarmee grip op je energieverbruik. Ook subsidieregelingen zijn voor bewoners en vooral ook heel veel huurders veel te ingewikkeld. En wij zijn dan ook blij dat er wel allerlei wegen inmiddels worden ingezet om de situatie voor bewoners te verbeteren. En daar dragen wij ook graag aan bij. Al een paar keer is het woord draagvlak aan de orde geweest. We gaan er ook in onze notitie op in. Draagvlak is gewoon hartstikke belangrijk om de opgave samen met bewoners aan te gaan. Hè. Zij wonen in die woningen. We kunnen van alles daar willen veranderen en verbeteren, maar dat zal wel met hun medewerking moeten gebeuren. Zeker ook als het om huurders gaat die nergens anders hebben om zomaar even naartoe te gaan en ook niet de middelen daarvoor hebben. We roepen dan ook op om de haast die er wel is om van alles te gaan doen niet ten koste laten te gaan van het goede proces. Die 70% draagvlak die klinkt heel zwaar, maar het is onze ervaring dat als er goede ondersteuning is in zo'n voorbereiding van een goed renovatietraject, dan komt die 70% er.
We hebben recent ook een, ik noem het voorbeeld, ook in de notitie die ik heb meegestuurd, in een best moeilijke buurt in de Amsterdamse Bijlmermeer, meegemaakt dat bewoners samen met de corporatie gingen optrekken. En ook samen gingen helpen om tot die 70% te komen. Als je een goed voortraject hebt gehad, dan is er een goed plan en dan komt dat draagvlak er gewoon. Dus doe daar niet te veel aan. Ik kan me iets voorstellen dat je iets wil met no-show mensen die bijna nooit ergens op reageren. Maar ook onder de huidige conditie waarbij het 70% gaat van alle bewoners, lukt het bij de meeste projecten waar wij bij betrokken zijn om die gewoon te halen. Een goed proces is ook binnen verenigingen van eigenaren van groot belang. We hebben ook een aantal projecten, met name in de energietransitiegebieden in Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost, waar wij helpen VVE's om inzage te krijgen in hoe ze dat moeten gaan aanpakken als er een aardgasvrije wijk komt. En wij zien dat er nog heel veel vragen leven en heel veel zoektochten zijn naar hoe moeten wij dit als VVE nou in hemelsnaam gaan doen. We hebben ook een vraagbaak voor VVE's in de hele stad. En we krijgen echt de meeste vragen, beginnen langzamerhand te gaan over dat proces van verduurzaming en woningisolatie en de besluitvorming en middelen die daarbij nodig zijn. En dan zien we vooral dat de besturen van die verenigingen van eigenaren of initiatiefnemers in een duurzaamheidscommissie bijvoorbeeld, die doen dat werk naast hun baan en vaak vele andere taken die ze gewoon hebben in het maatschappelijk leven. En een goed beheer van de VVE hebben ze hun handen echt al enorm vol. Dus als wij een oproep aan u mogen doen, is een daarvan ook van regel voldoende hulp en middelen, ook voor die goedwillende bestuurders en initiatiefnemers, om dat proces ook te kunnen doen en daar ook hulp en ondersteuning bij te krijgen. En kijk daarbij ook naar de vangnetten die er nodig zijn voor de bewoners die het niet goed kunnen betalen. Gelukkig, wij zijn ook betrokken bij een aantal experimenten op dat gebied, maar er is echt meer nodig, meer middelen om zulke vangnetten te creëren voor de mensen met een kleine portemonnee. En we hebben gelukkig wel gezien dat de versnellingsagenda van Hugo de Jonge, die kort geleden is rondgestuurd, gelukkig, die bevat echt wel een aantal goede voornemens op dat gebied. Dus daar zien wij wel houvast in om de positie van verenigingen van eigenaren en ook de besluitvorming daar te kunnen gaan verbeteren. Dus het is, wij hopen vooral ook op goede doorzettingstempo van die voornemens die daarin staan. Nou, het andere kernbegrip betaalbaarheid is ook al heel veel over tafel gekomen hier. Voor eigenaar-bewoners, ik zei het net al, maar vooral ook voor huurders. En we zijn dan ook heel blij met de prestatieafspraken en goede voornemens van heel veel woningcorporaties. We zien ook de plannenmakerij vorderen in Amsterdam om die woningverbeteringen zonder huurverhoging te gaan uitvoeren. Maar de particuliere huurmarkt, daar is nog wel een heleboel te winnen, denken we wat dat betreft. Want daar zullen de huurders onder de huidige condities en regelgeving de huurverhoging die ermee gepaard gaat gewoon moeten opbrengen. En ook daar is de rector op financieel gebied vaak gewoon uit. En wij zeggen dan ook, maak meer druk op die particuliere huurmarkt om daar wat aan te doen. En stel hogere minimum eisen aan waar een huidige woning gewoon aan moet voldoen. Enkel glas mag nog steeds. We vinden dat echt een hele vreemde zaak. Het is echt iets van heel erg lang geleden. Dubbel glas is al verschrikkelijk lang op de markt, maar zit in heel veel woningen gewoon nog niet. En dan gaat het niet alleen om woningen met slechte kozijnen of in monumenten of op andere redenen waarom het even moeilijk kan zijn om dat enkele glas te vervangen. Maar we zien ook heel veel woningen waar het gewoon simpel te realiseren valt. Dus wij herhalen onze oproep die we al vele malen hebben gedaan. Bestempel dat enkel glas als een gebrek in de zin van de huurprijzenwet. Een huurverlaging, een huurbevriezing, dat zal de particuliere verhuurder echt verder kunnen helpen en een stok achter de deur zijn voor die particuliere huurder om er wat aan te doen. We hebben nu al het initiatiefrecht voor huurders. We hebben al de mogelijkheid om een zogenaamd redelijk voorstel op het gebied van woningverbetering te doen. Daar helpen wij veel particuliere verhuurders of huurders van particuliere verhuurders ook mee. Maar wij zien dat hele lange, taaie trajecten zijn. En onze hulp daarbij bestaat bijvoorbeeld uit, je moet een offerte hebben van een glasbroer, noem ik ze maar even, om een huurverhogingsberekening te kunnen maken. Je moet ook een offerte hebben om die eigenaar te laten zien, wat is die investering? Alleen al het aanvragen van die offerte leidt tegenwoordig tot de beperkingen die de arbeidsmarkt heeft. Want die glasboeren hebben daar geen tijd meer voor. Die hebben handen vol met werk.
De volgende stap is dat je dat allemaal in schriftelijke voorstellen brengt. Dat je daar een onderhandeltraject over op gang brengt. We doen het allemaal graag, maar het kan ons inzien sneller door makkelijkere procedures. En de laatste stap in zo'n traject is uiteindelijk de gang naar de kantonrechter. De zaken die we hebben gevoerd, winnen we bijna allemaal. Alleen de particuliere verhuurdersmarkt is daar toch nog niet van overtuigd. Kortom, maak het huurders makkelijker om die hele slechte woningisolatie aan te kaarten. Doe iets meer in de huurprijzenwet om daar wat aan te doen. Iets met huurverlaging, iets met huurbevriezing. Dat zal echt een belangrijke stok achter de deur zijn voor de particuliere verhuurders. Tot slot kan ik het ook niet laten om nog even het fenomeen blokverwarming te benoemen. Ook wij zien heel veel huurders die aanlopen tegen onbegrijpelijke en inmiddels onbetaalbare rekeningen waar een blokverwarmingsinstallatie achter hangt. Er zijn veel te weinig voorschriften op het gebied van de installatie zelf, maar ook op het gebied van hoe die afrekening eruit moet zien. Er zijn hele ingewikkelde berekeningsstructuren voor verdampingsmetertjes op radiatoren. Mensen begrijpen er allemaal niets van. En zolang je zo'n systeem hebt waar je niets van begrijpt, is het ook heel moeilijk om dat bewustzijn te hebben over hoe kan ik besparen. En het enige wat mensen dan weer gaan doen is de verwarming uitzetten met al die ongezonde situaties als gevolg. Dus ook wij houden dat pleidooi van ga meer eisen stellen op dat gebied. En tot slot denk ook aan de verlenging van de TTB-regeling. Want ook wij zien nu al de eerste situaties in het loket waarbij die nog niet is aangevraagd. Door onder meer een aantal bekende particuliere verhuurders die het op vele terreinen bond maken. Dank u wel, mevrouw Houtpen, voor uw bijdrage. Kijk naar links, meneer Thijssen. Dank, voorzitter. En dank weer aan onze gasten dat ze hier zijn. Twee vragen toch, voorzitter, hoop ik. Ja. Eentje is aan de heer Van der Gaag over dat fantastische plan. Over hoe we structureel iets doen in plaats van incidenteel. Kunt u nog iets meer zeggen over dat plan, hoe u daarmee dan die praktisch opgeleide wel gaat bereiken? Want we weten dat er best wel veel subsidies zijn, die best wel mooi in elkaar zitten. Dat die vooral bij de hoger opgeleide terechtkomen. Maar hoe komen we nou bij die praktisch opgeleide? En wat ziet u in uw plan wat daarvoor moet zorgen? En een vraag aan Geurts van Kessel over heel duidelijk uw oproep van nou, zorg dat de gemeente in control blijft en zorg dat dat geld structureel is. En u doet een pleidooi voor nou, die fixteams, die moeten vooral door de straten gaan en mensen bereiken. Ziet u nou dat dat ook werkt om mensen dan niet alleen te zeggen, nou prima, kom maar binnen, doe maar radiatorfolie, maar dat ze daarna ook echt die stappen daarna zetten van, we gaan veel fundamenteler de woning verbeteren en die energierekening fundamenteler naar beneden brengen. Dank u wel, meneer Thijssen. Ik begin bij de heer Van der Graag. Ja, dank u wel voor uw vraag. Hoe maken we het nou echt bereikbaar en aantrekkelijk voor die mensen waar we het voor doen? Dat is eigenlijk de kernvraag van het hele plan natuurlijk. Er zitten een paar stappen in. Het eerste is dat het ermee begint dat we volgens ons heel ruimhartig moeten zijn voor mensen. We hebben nu heel veel regelingen die, als je er goed naar kijkt, redelijk rondrekenen. De ISDE-subsidie geeft mensen 30% van de aanschafkosten terug van bijvoorbeeld een warmtepomp of een woningisolatie. Wij zeggen dus voor die mensen die het krapst hebben, betaal alles. Daarmee ben je niet alleen heel genereus naar die mensen, maar je neemt ook een andere belangrijke drempel weg, namelijk dat ze geen voorinvestering meer hoeven te doen. En ik weet dat er hele goede leningfaciliteiten beschikbaar zijn, ook voor lage mensen zonder rente. Maar hier gaan we veel verder, want je hoeft die hele investering niet meer te doen, die wordt voor jou gedaan. Dus het is heel genereus, je hoeft geen voorinvestering meer te doen. En je wordt ook als derde stap volledig ontzorgd. Dus je krijgt bij wijze van spreken de sleutel om een beetje naar een bungalowpark te gaan. En je komt terug in een aardgasvrije woning met een veel lagere energierekening. Dus dat zijn eigenlijk de drie stappen die erin zitten. Dank u wel, meneer Geurts van Kessel. Ja, regierol bij gemeenten en fixteams en een nieuwe bewonersreis. Korte antwoord op de vraag of zo'n fixteam een nieuwe bewonersreis triggert. Dat is eigenlijk ja. En de reden om het bij gemeenten neer te leggen is dat gemeente kan en een fixteam langsturen, maar heeft daarnaast het Nationaal Isolatieprogramma. En er zit een overlap tussen die twee doelgroepen. Want ook een Nationaal Isolatieprogramma is gericht op lage labels uiteraard, maar ook lagere inkomens. En op het moment dat zo'n fixer eindelijk bij iemand achter de voordeur is en daar dus aan een vertrouwensrelatie aan het bouwen is, ja, dat is het perfecte moment om ook andere regelingen die in de gemeente spelen, om die te benutten. Dus daar kan het zijn dat je een fixer identificeert. Oh,
Hier moeten ook nog veel meer grote maatregelen getroffen worden. Weet u wat? Ik laat een adviseur langskomen die daar specifiek voor in staat is. Want er is een actie in uw gemeente met zoveel subsidie. Dus die kan het al informeren. En omdat er dan al een bestaande relatie is, kom je veel en veel makkelijker een tweede keer achter de voordeur. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld witgoedregelingen die gemeenten ook optuigen om oud witgoed te vervangen. Dus dat is niet iets wat in Fixer in één bezoek allemaal tegelijkertijd kan. Dus je verwijst, als je er toch bent, verwijs je door. En zie je dus dat na zo'n fixgesprek bewoners veel meer openstaan voor een tweede traject wat in de wijk is. En dan doen ze in één keer wel de deur open, want ze hebben een hele positieve ervaring gehad. Dank u wel, meneer Guts van Kessel. Mevrouw Beckerman, aan u. Ja, dank u wel. Ik moet bij die meteen denken aan de folder die ik ooit meenam naar de Kamer, waar in de tijd dat we overgingen net op het Gronings gas, met wat, ja, hele duidelijke uitleg wat je allemaal gratis kon krijgen en waar je, wat je met heel veel korting kon krijgen. Het lijkt er inderdaad heel sterk op. Is al heel veel verteld. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, want daar zit eigenlijk ook wel een groot knelpunt bij. Vrije sector, verhuurders met slechte woningen, dat zijn natuurlijk ook heel veel goede, maar en waar niks, waar eigenlijk niet zoveel gedaan wordt. Mevrouw Houtenbeen, u zegt, nou, we winnen wel her en der wat rechtszaken, maar wat zou er nou structureel moeten gebeuren? Of eigenlijk, wat moeten wij hier vanuit de Kamer doen? Dank u wel, mevrouw Houtenbeen, aan u het woord. Daar begint het natuurlijk ook heel veel met wet en regelgeving, wat de Kamer kan doen. Hè? Dus bepaalde regelingen die er nu zijn voor huurders in de gereguleerde sector ook openstellen, ook wat dit betreft, voor de huurders in de geliberaliseerde huursector. Want daar geldt een gebrek nog niet, hè? En kan je daarmee nog niet naar de huurcommissie. Nou, gelukkig zien we de taak van de huurcommissie ook op andere gebieden al wel wat verbreden. Maar dat zou je natuurlijk ook op woningisolatiegebied kunnen doen. Dank u wel. Nog een vervolgvraag kort. Dan toch ook aan de heer Van der Gaag. Want ik vind dat onderzoek is heel interessant ook. Wat zou je nou kunnen doen met dat geld? Komen jullie dit soort zaken ook heel erg sterk tegen bij zo'n soort aanpak? Dat er, want we hebben het over de 70% instemming hebben we het gehad. Maar wat nou als de eigenaar niet mee wil? Dank u wel, meneer Van der Gaag. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, het is gewoon echt hartstikke ingewikkeld geworden. Er zijn heel veel regelingen. Ik hoorde het net ook van Edes terug. Hè. Je hebt gewoon met heel veel dingen te maken. En volgens mij is dus de enige manier om dat echt wezenlijk te doorbreken door heel genereus te zijn. En ik snap dat ik makkelijk praten heb. En ik zie ook de berichten over krappere overheidsfinanciën. Dus dat realiseer ik me heel goed. Maar tegelijkertijd denk ik om onszelf uit al dat gedoe en al die ingewikkeldheden te trekken, waar we nu inderdaad ook in onze ervaring heel erg vaak in vastzitten, moeten we met iets heel genereus maken. En waarom zou je als huurders niet in 95% van de mensen ervoor een regeling zijn waar je gewoon gratis een veel beter huis krijgt met een veel lagere energierekening? Dus wij denken dat door heel genereus te zijn we een enorme trek erin kunnen krijgen en de boel vooruit helpen en mensen nog vrolijker maken ook. Dat is uiteindelijk ons aller doel. Mevrouw Van der Plas, aan u het woord als u nog behoefte aan het aantal vragen. Ja, dank u wel. Ja, ik keur het behalve over transitie naar meer duurzame energie en het kunnen betalen van de rekening, wil ik eigenlijk even iets vragen over veiligheid. En ik wil een vraag stellen aan de heer Dijnem. Want ik begreep dat jullie, ik geloof in het voorjaar, hebben jullie gereageerd op het ACM-voorstel, de Autoriteit Consument en Markt, die de maximaal toegestane spanning in woningen wilde verhogen. Dat is nu 230 tot 253 volt, als ik het goed heb. En dat zou moeten gaan naar 264,5 volt, want dan zouden de omvormers niet langer uitvallen. Jullie hebben aan de bel getrokken, omdat dit veiligheid in gevaar zou brengen. En jullie hebben ook een voorstel gedaan om het op een andere manier op te lossen. En dat vind ik wel interessant, want we hebben het natuurlijk wel allemaal over leuk zonnepanelen en omvormers en thuisbatterijen, noem maar op. Maar we hebben ook te maken met veiligheid. En ik zou van de heer Dijnem eigenlijk willen vragen of hij even kan uitleggen of toelichten wat daar het gevaar van is, waar dat toe kan leiden. En hoe de stand van zaken nu is, want jullie hebben een voorstel gedaan aan het ACM. En ik was eigenlijk benieuwd, wat is daar verder uitgekomen? Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Meneer Dijnem, aan u het woord.
Ja, dank u wel voor deze vraag. Inderdaad, afgelopen voorjaar is er vanuit de netbeheerders in Nederland een voorstel gekomen vanwege het uitvallen van omvormers door teveel eigenlijk aan zonne-energie, of door netcongestie misschien zelfs wel, om de grenzen in van de maximale toegelaten spanning op het laagspanningsnet te gaan verhogen. Punt is alleen dat alle apparatuur waar een stekker aan zit, wordt conform Europese normen getest. En in Europa hebben we de afspraak gemaakt dat de maximale toelaatbare spanning inderdaad 253 volt is. Het voorstel van de netbeheerders was van ja, nou, als we dat een beetje oprekken, dan valt de omvormer die de spanning van zonne-energie omzet naar wisselspanning voor op het net minder vaak uit. Dus laten we daar 263,5 van 10% naar 15% max gaan. Vanuit netbeheerderskant is dat heel goed begrepen. Maar vanuit de gebruikerskant betekent dat werkelijk alles. Dan hebben we het over verlichting, we hebben het over de warmtepomp, we hebben het over de televisies, we hebben het over het witgoed. We hebben het over kantoren, we hebben het over laptops. Werkelijk alles waar een stekker aan zit, komt buiten die norm te vallen. ACM heeft ons gevraagd om een zienswijze. Die hebben wij afgelopen zomer toegestuurd. Met die zienswijze is ACM weer teruggegaan naar de netbeheerders om te vragen of zij een nieuw voorstel op dat vlak willen indienen of niet. En in dat proces zitten we momenteel. Qua veiligheid, ja, dit is een snap dat we heel creatief op zoek gaan naar allerlei oplossingen om de netcongestie en laagspanning zoveel mogelijk weg te halen. Maar enige kennis van zaken op dit vlak is zeker wel verstandig om de veiligheid ook te waarborgen. Dank u wel, meneer Van Dijnen. Mevrouw Van der Plas met een vervolgvraag of een tweede vraag. Ja, ik ben zelf niet zo'n techneut, maar dan kan ik me voorstellen dat er bijvoorbeeld dan kortsluiting ontstaat of brandgevaar kan ontstaan, dat soort dingen. Nou, technischer dan ik dacht. ja, dus dan wil ik even verder gaan op veiligheid. En dat gaat ook over zonnepanelen op daken. We hebben natuurlijk van de zomer een aantal keren gezien dat er flinke branden zijn geweest, waardoor ja, hele woonblokken, zou ik maar bijna zeggen, ja, in brand zijn gevlogen. Dat heeft denk ik misschien deels te maken met ja, goedkoop spul, maar het heeft misschien ook deels te maken met dat alles ook echt helemaal volgelegd wordt. Dat er gewoon geen enkele ruimte ertussen is waar je er dus erbij kan komen. En ja, ik weet niet of ik die vraag aan de heer Dijnen moet stellen, of misschien voelt iemand anders zich ook geroepen om de antwoord te geven. Hoe kunnen we dat, hoe kan dat ook vanuit de overheid beter geregeld worden, dat we en zonnepanelen kunnen leggen, maar ook zeg maar, die veiligheid kunnen garanderen? Want ik vermoed het zomaar dat dit niet de laatste keer zal zijn als het op deze manier gaat. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Voelt de heer Dijnen zich geroepen om deze vraag te beantwoorden? Misschien kan ik het eerste deel van de vraag beantwoorden en wellicht dat een van de anderen dat ook vindt. Veiligheid is daar een heel belangrijk issue, absoluut. Het volleggen van daken hoeft aan zich niet het probleem te zijn. Het opvolgen van de normen en het kennis hebben, voldoende kennis hebben van de normen die hier ook voor gelden. Dus het maken, dan wordt het toch een klein beetje technisch. Het gebruik maken van de juiste kabels, het gebruik maken van de juiste aansluitmethodieken, de juiste stekkers. En dat ook weer op de juiste wijze leggen op het dak. Daar draait het om. Veel van de brandoorzaken is inderdaad omdat er ergens een warmtebron begint te ontstaan. Over het algemeen vanwege een slechte connectie. Ze zitten niet zozeer in de zonnepanelen. De gevolgen daarentegen van zo'n brand zijn inderdaad heel groot. En dat zien we terug bij stallen, bij boeren. Dat zien we terug bij woningen. We zien het ook terug bij industriegebouwen waar dat neergelegd wordt. De kern zit hem echt daadwerkelijk erin. Volg de normering op. Neem tijd, neem voldoende tijd om een installatie goed en veilig op te leveren. Dank u wel, meneer Van der Graag. Ja, misschien nog een hele korte aanvulling. Ik zag ook foto's dat zelfs het paard van Sinterklaas uitgeleed over al die daken met zonnepanelen. Nee, de crux is denk ik inderdaad echt streng zijn op installatiekwaliteit. Want die brandveiligheid is één aspect. Een ander aspect dat ik regelmatig zie langskomen is dat er mensen met een laddertje en een zonnepaneel op hun rug dak opklimmen. En dat moeten we ook echt niet laten gebeuren. Dus ik denk dat het goed werd gezegd. De crux is echt streng zijn op de kwaliteit van de installateurs.
Dank u wel, meneer Van der Gaag. Meneer Geurts van Kessel met een... Ja, als je je auto voor de APK brengt, dan kan je auto, je kan de APK-keuring er gewoon random uitgepakt worden om te controleren. Dat is voor zover ik weet nog niet het geval bij het installeren. Dus waarom zou je niet gewoon 1 op de 100 aanmeldingen bij de netbeheerder als je zonnepanelen neemt, zeg van, goh, kom even kijken. Er komt een onafhankelijke Sioscoop 12-adviseur langs en die checkt je. Ik bedenk het net, maar ja, een soort APK voor je dak. Kijk, ja, waarom niet? Geweldig idee alweer. Dus ik zie al wat moties ontstaan binnenkort. Voorzitter, meneer Deijnen met de korte toevoeging. Een korte aanvulling daarop. Het vak van elektricien is geen beschermd vak. Iedereen, maar werkelijk iedereen, mag thuis... Oh, mooie carrière. Mocht u nog willen, in de sector is er voldoende werk beschikbaar. Maar iedereen mag daadwerkelijk aan een elektrische installatie aan het werk. Thuis, dat geldt voor gebouwen in mindere mate, maar voor thuis, voor de agrarische sector. Iedereen mag aan een eigen installatie werken zonder enige vorm van kennis op dat vlak. Dus een regelmatige APK van een installatie, ja, daar zijn we absoluut een voorstander van. Dank voor deze aanvulling. Dan gaan we naar de heer Peter de Groot. Dank, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk ik wil allereerst alle vier bedanken voor de inbreng. Ik heb één vraag. Overigens het verhaal van de heer Deijnen over slimmer inzicht in het energieverbruik van de woning. Ja, daar heb ik in de eerste ronde ook al vragen over gesteld. Dat is eigenlijk een pleidooi naar mijn hart. Hè, van laten we dat ook meer koppelen met het energielabel. Nou, daar gaan we nog wel verder over praten. Maar ik heb eigenlijk nog een vraag over het garanderen van de energiebesparing. Daar heb ik vandaag ook al eerder vragen over gesteld. Misschien aan de heer Deijnen of aan de heer Geurts van Kessel. Guus van Kessel zei het ook van ja, dat bijvoorbeeld dat waterzijdig inregelen bij het plaatsen van een, nou bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Ja, dat kunnen wij ook doen. Maar uit onderzoek blijkt ook, hè, dat het heel erg belangrijk is als je bijvoorbeeld isoleert en een hybride warmtepomp plaatst. En je denkt van nou, hè, die energierekening die gaat naar beneden. En of dat nou is als je, een lening daarvoor aangegaan bent of niet. Hè, dat doet er even niet toe. Maar het is wel van groot belang is dat eigenlijk alles klopt. Dus ook dat niet die radiator in die... Laten we het een beetje technisch maken. Maar ook die radiator niet op 60 graden, dan staat er dampen in de badkamer of in de hal. Dat is van cruciaal belang om echt ook die energievraag in die woning echt naar beneden te brengen. Wat eigenlijk het doel is van die hele investering. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, van, bij wie ligt dat nou eigenlijk? Wie zou dat nou eigenlijk moeten doen? Kijk, u gaf net aan van ja, dat waterzijdig inregelen. Ja, heeft die installateur geen tijd voor. Maar ja, die komt wel even, die heeft wel verstand van radiatoren, et cetera. De temperatuur moet echt toch van 60 naar 40 graden toe als je dat wil doen. Dus ik ben heel erg op zoek naar van waar ligt die verantwoordelijkheid uiteindelijk? Want wat je wil, dus als je verwacht tenminste hè, dat je energiearmoede laat afnemen door verduurzamen. Als je verwacht dat je energierekening naar beneden gaat omdat je ook een investering hebt gedaan. Dan moet je dat uiteindelijk ook wel terug gaan zien. En dan zit je echt met de gebakken peren zou ik zeggen. Dus waar zit dat wat jullie betreft? Waar ligt die verantwoordelijkheid? Ja. Dank u wel meneer De Groot. De heer Geurts van Kessel. Nou, vroeger, als je een cv-ketel kocht, dan werd de cv-ketel bij een goede installateur standaard waterzuinig ingeregeld. Dat is eigenlijk door jaren van prijsdruk is dat er steeds meer uit de offertes gesloopt. Hij wordt gewoon opgehangen, even plat gezegd, en met de basis fabrieksinstellingen succes ermee. Nou, stap 1 is dat je de aanvoertemperatuur wat naar beneden plus, dat is gewoon op je minnetje druk op de ketel. Dan ben je al een heel eind en dan merk je vanzelf als je het koud krijgt, want dan is je huis niet goed genoeg geïsoleerd. Maar het waterzuinig inregelen ervan, ja, dat is een klusje. Dat kost afhankelijk van het aantal radiatoren wat je hebt. Gemiddeld zijn er zo'n 7 in een woning in Nederland uit mijn hoofd. Ben je daar een paar uur mee bezig. En installatiebedrijven zeggen, ja, in die extra tijd kunnen wij geen extra ketel of hybride warmtepomp verkopen. Het is vooral manuren, daar komen we al aan tekort. Dus ja, dat doen we. Ja, dat kan gewoon bijna niet meer uit. En het is, mijn pleidooi van zo straks was, we roepen dit eigenlijk al jaren. Met we bedoel ik gewoon de hele sector, zowel publiek als privaat. Maar niemand pakt echt de handschoen op om het te gaan doen. En het is meer een pleidooi van... Ik denk dat je die energiefixers daartoe kan opleiden, kan trainen en op grote schaal woningen waterzijdig kan laten inregelen. De vraag waar ligt sectorverantwoordelijkheid? Ja, die vind ik lastig. Je zou hopen dat de installatiebranche hier zelf een verantwoordelijkheid in pakt. Want het is een handeling die direct hoort eigenlijk bij het aanschaffen van een ketel of bij het onderhoud. Maar ja, dat is een gesprek dat we moeten voeren dan met de installatiebranche. Je zou natuurlijk wel qua wet en regelgeving zou je daar wel op kunnen sturen. Daar heb ik niet direct een wetsvoorstel voor hier paraat. Maar ja, er zijn allerlei prikkels die je natuurlijk kan inbouwen. Maar linksom of rechtsom moet daar uitvoeringscapaciteit bij zijn. En het is wel fijn om die twee hand
luitenant te laten oplopen in ieder geval. Dank u wel. Mevrouw Houtpen wilde ook nog wat zeggen, denk ik. Ja, ik stak even mijn vinger op. Omdat wij ook hierbij wel proberen in gesprek te komen. Ook met de verhuurderskant van de grote woningcomplexen. Hè. Ook zij laten natuurlijk geregeld hun ketels controleren. En of doen iets aan installaties. Maar nog veel te weinig aan het waterzijdig inregelen. Dus we proberen samen met de gemeente wel met de grotere verhuurders daar afspraken over te maken. Maar in de landelijke prestatieafspraken hadden die bijvoorbeeld ook heel goed gepast. En dan kijk ik toch weer even naar u van sta daar een volgende keer bij stil. Van wat ook verhuurders aan dit onderwerp kunnen doen. Ja, dank u wel. Nog korte toevoeging, meneer Van der Graag. Wilde nog wat zeggen, meneer Van der Graag? Ja, nou misschien een korte aanvulling. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen geven veel bedrijven die ze leveren wel prestatiegaranties. Ik heb zelf ook zonnepanelen en wel eens elk een jaar gewoon geld teruggekregen van de installateur. Omdat die dat jaar de panelen het minder deden dan ze hadden beloofd. Het punt bij dingen die echt in je woning zitten is ook wel dat het deels gedragsafhankelijk is. Dus als je huis goed geïsoleerd wordt en je gaat de kachel hoger zetten of het raam vaker open laten staan, dan lekt een deel van je energiebesparing weer weg. Dus je zou moeten kijken, denk ik, hoe je zorgt dat je ook slim gedrag tegelijkertijd stimuleert als je zo'n garantie wil afgeven. Ja, dankjewel. Meneer Peter de Groot. Ja, sorry voorzitter, maar dit loopt toch nog tot een tweede vraag. Wat ik zei, maar ik zal hem kort doen. Kijk, we vinden het heel normaal op het moment dat je met een auto een garage uitrijdt en hij om de hoek stopt hij ermee, dan loop je gewoon terug. Zeg je, hallo, ik heb net dat ding gekocht hier, hij doet het niet. Maar eigenlijk kennelijk hier bij deze operatie, waar het ook om veel geld gaat, hebben we nog niet het echte antwoord van ja, het presteert eigenlijk niet zoals we willen. Misschien wel isolatie samen met zonnepanelen, samen met de installatie. En waar zit dat dan? Naar die zoektocht ben ik eigenlijk, dat is mijn zoektocht. En misschien vraagt het ook wel iets over normeren van de overheid. Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar het liefst niet. Het liefst wil ik eigenlijk dat die bedrijven gewoon verantwoordelijkheid nemen. Kijk, VVD en normeren. De heer Dijnen, wilt u daarop reageren? Ja, wellicht. Kijk, wat ik zojuist benoemde tijdens mijn inleiding, dat ik zei, ja, je hebt slimme metingen nodig. En wat de heer Van der Graag terecht opmerkt, van ja, op het moment dat je een raam openzet. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik thuis een slimme thermostaat heb. Mijn thermostaat merkt op het moment dat ik een raam openzet. Dat is niet omdat ik een sensor om een raam heb zitten, maar die merkt een temperatuurverschil, een plotseling temperatuurverschil in de kamer, een kamer in de woning, die niet anders te verklaren is dan dat het raam is opengegaan. En dat kan hij zelfs nog eens vergelijken met de buitentemperatuur. Dus op zo'n manier kun je best betrouwbaar ook meten, door middel van de meting inzichtelijk te maken van oké, maar dit is gedragsafhankelijk en niet zozeer installatieafhankelijk. En antwoord geven op de voorgaande vraag van u van ja, wie neemt hier uiteindelijk de verantwoordelijkheid? Ja, misschien ook wel aansluitend bij de oproep van de heer Van der Graag. Ja, als u een woning gaat isoleren of u neemt energiebesparende maatregelen, ja, dat zou eigenlijk de uitgangspunt moeten zijn. U krijgt ook aan het einde keurig een opgave van wat een woning doet. En door middel van meetresultaten kunt u dat toch valideren. Het is net zoals dat ik een auto zou willen kopen en ik koop een auto van merk A, maar ik krijg merk B geleverd. Ja, daar gaat ook niemand mee akkoord. Alleen, hier vergt net wat meer technisch inzicht dan het herkennen van het embleem van een bepaald merk. Dank u wel. Dan zijn we hier mee aan het einde gekomen, ook van het vierde blok. Wil ik deze sprekers van hartelijk danken, maar ook alle voorgaande sprekers. Heel veel inspiratie, heel veel goede ideeën. Ik denk dat we hier nog veel over gaan spreken. 5 oktober staat het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Wees allen welkom en ga het voort en doe het goede. En ik wens jullie allemaal een prettige avond richting huis. Dank jullie wel.